Ja, daar zijn we weer. Vrijdagmiddag 3:00 betekent een nieuwe aflevering van FC Afkikken. Vandaag gaan we het natuurlijk hebben over de Eredivisie. We gaan het hebben over de clubs in Europa, de Nederlandse clubs in Europa. En kijk eens achter me. Vandaag gaat beginnen, volgens Lars van Velsen, de mooiste competitie van Nederland, van Europa. De keukenkampioen-divisie, daar gaan we het uitgebreid over hebben. We hebben nieuwe gasten. Willem Haak is er. Armin is weer beter. Dus dat is heel fijn. Even kijken, hier zit een hele... Ja, hoe zou ik jullie omschrijven, Mauritshorst? Een beetje jeugdbende uit Sassenheim. Die gaat straks naar Twente. Gijs, Jordi. Aviv is eindelijk terug van zijn wereldreis. Jean-Paul is er weer. Dus we kunnen eigenlijk wel beginnen. En dan moeten we natuurlijk eigenlijk beginnen met jou. Nee joh. Jawel, tuurlijk moeten we met jou beginnen, Armin. Jij bent de enige echte Feyenoorder hier. Tevreden? 1-1 tegen Trenčín? Ja, volgens Van Bronckhorst hebben we het vrij aardig gedaan, geloof ik. Ja. Dus daar houden we daar aan ons vast, hè. Maar als fan, wat zeg jij? Ja, verschrikkelijk. Als we tegenwoordig blij zijn dat we veel kansen hebben gecreëerd tegen Trenčín, dat het een succesvolle wedstrijd is geweest, dan kunnen we net zo goed stoppen. Doe vele kansen. Ja, inderdaad. Bottekin had er 4 moeten maken. Het sloeg helemaal nergens op. Echt nee, niet. Maar ik dacht echt in normaal, weet je, dat in de tweede helft moeten al die doelpunten vallen. Dan kan dat nog wel, kan niet meer. Het had, ik denk, na de 60ste minuut nog gekund. Ja. Is wel na de 65ste minuut. Deze schien, Feffi, van de Opta. 14 schoten in de eerste helft. De laatste keer dat ze dat deden was tegen Sparta in de Rotterdamse derby. Toen werd het 0-7. Ja. En nu is er maar 1 keer te scoren. Ja. Deze werd ingefluisterd bij Jan-Joos van Gangel. Door onze grote vriend Jan Baving. Niemand minder dan Jan Baving. Ja. Dus ik wist het wel. Ja. Maar Feyenoord, ja, dan toch wel gewoon heel terecht eruit. Als je dit niet laat zien, ook in de tweede wedstrijd, toch? Nou, kijk, we moeten natuurlijk niet doen alsof ze tegen een fantastische ploeg spelen. Het is een ploeg vol met jongens die zelfs het bij Feyenoord niet gered hebben. Jongens die zelfs voor onderkant Eredivisie tekort kwamen. En die gaan dan naar Trenčín en dan scoor je daar in 180 minuten 1 keer tegen. En dan kom je met als verweer van, ja, we kunnen onszelf niks verwijten vandaag. Nou, ze hebben gisteren ook nog best wel wat grote kansen weggegeven. Die Slegers die nog een keertje alleen voor de keeper kwam. Het was echt het is echt de ondergang van een topclub als je hier al blij mee was, weet je wel? Exact. Exact. Ik bedoel, we hebben het over Trenčín. De club heeft nog net geen bestaansrecht. 2,5 miljoen begroting? Ja. En 5 minder dan Excelsior. Wat zeg je? Ja. 5 minder dan Excelsior. Ja, en het is ook niet de kampioen van Slowakije. Ofzo. Het was de nummer 5 van Slowakije. Maar ja, een goede trainer. Ja. Kan beslissend zijn. Denk natuurlijk je dat het echt met de trainer te maken heeft, Aviv? Yo. Of denk je dat het meer dat het met Feyenoord met de instelling heeft gemaakt? Dat zij denken, Trenčín uit, nummer 5 van Slowakije. Ja, ik denk dat het meer met de instelling van Feyenoord heeft te maken. Toch? Vooral, wel. Ja, dat ja, maar dat eerste is het niet wat jij zegt, van Trenčín uit, schouder ophalen. Want oké, dan heb je die Sebert opgelopen, dan had je het gisteren nog makkelijk kunnen wegpoetsen. Ja. Dus dan was gisteren weer die instelling van Trenčín thuis, doen we ook wel even. Dat lijkt me niet, hoor. Het is een matig elftal wat er staat. Hè. Het is echt 3 keer niks. Nee. De hele verdediging, als je mee wil doen om de titel, kan je daar niet mee aankomen. Zelfs zit in de Eredivisie op dit moment. Dan ga je ook gewoon zo kansloos af tegen Trenčín zien waar Verdonk op linksback staat. Ja. Die bakte er ook weer helemaal niks van. Met een beetje pech als Vitesse naar de kwaliteit gaat spelen. En AZ, die natuurlijk geen Europees meer heeft, het goed doet. Dan kan het best wel eens een slechte klassering worden aan het eind. Op deze manier. Nou, klassering in Europa gewoon. Nee, Feyenoord in de Eredivisie. Oh, de Eredivisie. Ja, ja, want moeten we dat gelijk doortrekken? We hadden het voor mij vorige week, of we hadden het dinsdag over crisis in Rotterdam. Maar durf je dat er wel te stellen, dat het dan dat het zo diep zit? Nou, dat kun je beter aan Armin vragen. Ja, nee, maar ik vraag het aan jou. Ik praat niemand de crisis aan. Ik heb zelfs een beetje nuance proberen aan te brengen de eerste week. Ja, want jij zei, de heel Nederland staat in de... Alle clubs staan in vuur en vlam. We zijn letterlijk 1 speelronde weg. Ja. Ja, ik denk nu wel dat ze in Rotterdam gewoon goed gaan nadenken over hoe moeten ze hier uitkomen. Maar echte crisis zijn wel heftigere periodes. We hebben nog niet gewonnen in deze 4 officiële wedstrijden. Dus dat mag je gerust zeggen dat het een crisis is. Maar we willen heel graag uitstralen dat we een topsportklimaat hanteren. En dat we een topclub zijn. Maar als je dan als Gio zijnde naar de wedstrijd tegen Trenčín, het eerste wat je uit je bek krijgt is dat je zo trots bent dat er zoveel kansen zijn gecreëerd. Ja. Dan denk ik van... Kan je ook zeggen dat er een crisis is als er gelekt wordt uit de spelersgroep naar de media? Waar Giovanni van Bronckhorst ja, heel teleurgesteld over was natuurlijk. Ja. Ja, ik kan deze selectie niet echt goed peilen voor mijn gevoel. Iedereen ja, wie wil er nou echt nog lekker een seizoen Feyenoord spelen, helemaal met zo'n voorbereiding, deze eerste 4 wedstrijden? Er is helemaal geen interesse. En we hebben nieuw bloed nodig, we hebben nieuwe spelers nodig, maar ja, we kunnen niks. Nee. Als niemand weggaat, kunnen we niks. Dus we moeten het hiermee doen. En met spelers die we vandaag naar morgen vertrekken. Ja. Jean-Paul, had Dirk Kuyt gewoon gelijk?
Waarmee? Nou, bijvoorbeeld over een Jean-Paul Boetius in zijn boek. Dat ze zeiden, op het moment dat je spelers als Jean-Paul Boetius terug gaat halen, dan doe je een stapje achteruit in plaats dat je vooruit gaat. Nou, ik ben het er niet mee eens dat dat, laten we zeggen, over de gehele breedte altijd zo is. Maar we kunnen natuurlijk in het geval van Boetius wel concluderen dat het wel zo is. Het begon fantastisch. Maar als je twee keer in de maand uit de selectie wordt gezet, dan is het ook einde verhaal, denk ik. Ja. Het is wel heel hard gegaan dan met hem. Ja. Toch? Als we en het kijken, is ook iemand van wie ik het niet had verwacht. Want als ik iemand leuk vind in interviews. Zelfs ik heb hem wel eens geïnterviewd. Kan je nagaan, weet je wel. Echt een hele leuke gozer, weet je. Als je daar leuk uitkwam, dan wil het echt wel wat zeggen. Ja, wat Kenneth Perez inderdaad ook zei. Zij herinnerde Boetius voordat hij naar Basel ging. Echt als een blij spelertje. Altijd met een lach op zijn gezicht. Ruben Schaken zei het ook over hem. Als hij een keer op de bank zat, was het nog steeds een blije jongen. Goed voor de sfeer. En als hij inviel, dan was het altijd dreiging, snelheid, voorzetten. Maar daar is echt helemaal niks van over. En inderdaad, we hebben hem teruggehaald. Alsof hij zich bij Basel verder heeft ontwikkeld. En dat we er blij mee mochten zijn dat hij vorig jaar bij ons mocht spelen. In België natuurlijk wel. Ik denk dat het gewoon voor beide partijen. Want er wordt natuurlijk gesteld dat Feyenoord er niet goed aan doet om zo'n jongen terug te halen. Nou ja, over het algemeen zijn Nederlandse club natuurlijk snel getriggerd als een voormalig speler het leuk doet. Want hij deed oprecht leuk dat halve seizoen. Was volgens mij met die trainer Stuivenberg in België. Ja. Hij had zelf waarschijnlijk, nu zit hij waarschijnlijk daar op de tribune gisteren. Denkt hij ook, had ik maar een andere keuze gemaakt. Want het ging juist weer een keertje lekker. En dan denk je toch voor allebei dat het makkelijk is. Ja, nou, ik ken de Kuip, denk we kennen Jean-Paul. We gaan het toch nog een keer proberen. En dan gaat het eigenlijk zoals voordat hij wegging. Misschien ligt het wel gewoon aan de match. Maar ik vind het een beetje dubbel. Want Willem Wijs zei van de week hier ook dat hij nooit fan is van dat soort transfers. Ik zag jou, jij had gisteren een discussie met Stef de Bond over Utrecht dat Letchert terughaalt. Ja. Ja, kijk, je kan natuurlijk zeggen van hij is er niet beter op geworden in zijn tijd bij Basel of bij Genk. En Letchert niet in zijn tijd bij Sassuolo. Je kan ook zeggen, hij ging weg als een speler die goed genoeg was voor Feyenoord. Als je hem dan weer terug kan halen. Why not, weet je wel? Hij heeft het niveau. Ik bedoel, we kunnen toch allemaal wel stellen dat Jean-Paul daar ben ik het mee eens. En ik ook zeker de situatie. Want ik denk ook dat ze best wel water bij de weide hebben gedaan. Allebei in deze situatie. Alleen om hem neer te zetten van Utrecht heeft fantastische aankoop gedaan. Het zit natuurlijk een gigantisch risico aan. Je weet ook dat hij bij Sassuolo amper wat heeft gespeeld. Hele zware blessure heeft gehad. Dus ja, ik vind het wel lastig om na 2 jaar afwezigheid zo goed als maar te stellen dat hij er klaar is. Maar in het geval van Boetius dan? Het is toch niet zo dat je altijd maar kan stellen dat een hele slechte zet is? Het is toch gewoon hartstikke logisch dat Feyenoord hem terughouden? Nee, maar daarom vind ik dat van Dirk Kuyt ook veel te hard aangezet. We zijn kampioen geworden met twee echt fantastische buitenspelers. Tenminste, Toornstra hangend van rechts en Elia van links. Van beide kanten ging de dreiging uit. En als je die lijn wil doortrekken, je bent kampioen geweest, Elia gaat weg. En je haalt Boetius als vervanger, is dat gewoon super armoedig. Later. Hoe je het went of keert, daar kon echt wel meer scouting aan gedaan worden. Of in ieder geval andere opties naar bekeken worden. In plaats van dat je een oude bekende haalt die in het buitenland totaal niet geslaagd is. En in België heeft hij het aardig gedaan. Volgens mij heeft hij niet de Belgische competitie op zijn kop gezet. Nee, maar toch moet ik wel zeggen zo'n buitenspeler die de Belgische competitie op zijn kop zet, dat was dan. Weet je, haal dan zo'n iemand. Of dat kan Feyenoord niet betalen, toch? Ook toen al niet. Ja, maar in ieder geval iemand die wel iets laten zien heeft. En niet van een oude bekende, eigen jeugd. Want dat is waar we een beetje op kicken in Rotterdam. Hij komt uit de eigen jeugd. Ik ben er een beetje klaar mee. Want niemand uit de eigen jeugd in dit elftal laat zien dat ze goed genoeg zijn. Toch had ik niet verwacht dat het zo slecht zou gaan. Ja, ik bedoel, ik heb altijd, hij is natuurlijk ook heel snel gekomen, weet je wel. Het was echt een jongen van wie ik dacht van, Feyenoord heeft er eentje. Later is dat een beetje gestagneerd. En ik had wel eigenlijk verwacht dat hij misschien toch een stuk volwassener terug zou komen. Ja. En eigenlijk lijkt het bij hem zo, alsof hij de omgekeerde weg heeft wandeld. Hij was als jonge jongen bij Feyenoord heel goed aan het in interviews die overkwam. Een leuke jongen. En hij begint nu eigenlijk heel laat te puberen, weet je wel. En dat is wel heel raar. Meestal zie je dat andersom bij jongens. Ja, sowieso was hij niet geschikt voor deze basis elf van Feyenoord dit seizoen. Ik zie nu Larsson vanaf de linkerkant. Maar is ook een drama. Feyenoord is heel makkelijk te verdedigen. Berghuis en Van Persie, daar zag iedereen van in de voorbereiding. Nou, dat wordt een duo. Als je die kant goed afdekt, dan weet je gewoon van oké, dan heb je Feyenoord in principe al soort van onschadelijk gemaakt. Want van Larsson komt er ook geen dreiging uit. Er komt ook niks van wat je bij Heerenveen zag. Uit bij Feyenoord. Ik hoor een hele ongeruste eindredacteur, Broestol. Misschien wel de grootste Feyenoorder hier. Die zegt, hoe erg moeten we zorgen maken over Feyenoord? Slaap je er slecht van, Armin? Ja, niet slecht slapen, maar ik vind het wel ontzettend zonde dat we na dat kampioenschap dat eigenlijk een soort van meer ongeluk heeft gebracht dan echt geluk. Ja. Achteraf gezien. En een grote vraag. Komt de spits
die zo goed was in het kampioensjaar. Gaan we die dit jaar nog zien in de Kuip? Nou, niemand wil hem, dus dat is al één. Ja, want waar is die Nicolai Jurgensen? Ja, slepende blessure heeft hij. Samen met Yassine Eyoub. Nog niks van gezien. Nee. Laatste wedstrijd in de voorbereiding Levant hebben ze ook niet gezien. En ik weet het niet. Revalideren. Hij blijft sowieso wel, toch? Want ja, ik denk na het WK dat niemand meer gaat proberen met hem. Of Premier League of gewoon bij Feyenoord blijven. Ja, dat was eerst sprake van Newcastle. Maar ja. Winterstop toch? Hoeveel? 17, 18 miljoen kon die? Ja. Toen zei Van Geel en Jan de Jonge zeiden nee, we houden hem hier. Ja. Hij gaat nog heel belangrijk zijn en dat gaat nog waarde opleveren. Maar hij kan toch nog steeds heel belangrijk zijn? Samen met Van Persie en Berghuis. Ja. Ja, alleen ik vraag me af in welke rol. Want ik zie Van Persie met deze conditie niet meer op het middenveld spelen. En ik zie Jurgensen zelf niet meer als nummer 10 bij Feyenoord of zo. En een ander systeem, als je toch geen linksvoor hebt, kan je met twee spitsen gaan spelen. Was het maar zo'n feest dat Gio in ieder geval een 4-4-2 ging uitproberen. Maar die houdt voor altijd vast aan 4-3-3. En als hij Jurgensen en Van Persie allebei in wil zetten, dan wordt het een lastig verhaal. Want Van Persie is gewoon conditioneel niet geschikt voor het middenveld. En ik weet niet of Jurgensen ervoor open staat om op 10 te gaan spelen. En toch maak ik me voorin niet de meeste zorgen. Het is juist meer achterin wat me de meeste zorgen maakt. Kijk, gisteren kan je natuurlijk nog zeggen van ze krijgen heel veel kansen. Die creëren ze dus wel, weet je wel. Ook op basis van de expected goals zou je dan kunnen zeggen. Ik heb het getal er niet bij, maar van die gaan een keer vallen. Waar ik me veel meer zorgen om maak, is wat ze zelfs tegen een matige ploeg als Trenčín uiteindelijk toch weer weggeven in een wedstrijd die ze moeten winnen. Waarin ze eruit eigenlijk absoluut geen één tegen mogen krijgen. Nou ja, die valt dan gelijk. Maar ook daarna, het is helemaal niet raar als Trenčín de 2-3 maakt in totaal. Nee, en dat maakt me eigenlijk veel meer zorgen. Die defensieve zekerheid die er 2 jaar terug was, die is er zeker niet meer. Maar ook die jongens die erdoor komen, die snel zijn gekomen. Bijvoorbeeld een Malatia. Als je die gisteren ziet hoe hij die slegers loopt, we hadden het net nog over die kans. Ook een jongen die het totaal niet meer heeft. Ja, daar maak ik me veel meer zorgen om. Want je gaat met deze verdediging ga je tegen elke ploeg in de Nederlandse competitie ook gewoon in de problemen komen. Ja, en het is eigenlijk te bizar voor woorden dat je eigenlijk sinds Karsdorp niet echt een geschikte rechtsback hebt kunnen vinden. Dix hebben dan een jaar mee geprobeerd, dat was niet geslaagd. En nu is het maar van, Van Geel, die denk ik aan Van Bronckhorst aangeven van ja, je moet het maar met Amrabat doen. En Sint-Jusse, wat geen rechtsback zijn. Nee, maar de kern van stap 1 bij een probleem is het probleem herkennen. En als je dan Van Bronckhorst gisteren ziet zeggen van ik vind dat we alles goed hebben gedaan, dan denk ik, dan heb je toch iets niet goed gezien. Het kan natuurlijk ook het verhaal naar buiten toe zijn. En dat het intern gewoon wel alle alarmbellen zijn afgegaan. Maar waarom zou je naar buiten toe doen alsof het allemaal goed... Laat ik het zeggen, wat zou daar de gedachte achter kunnen zijn? Want ik snap wel, je hoeft ze voor de camera's van Fox niet helemaal af te branden zoals je dat misschien binnen kamers doet. Maar om nou als die Iraakse minister van informatie te gaan staan van alles gaat prima hier, weet je wel. Nee, maar dat hebben we dinsdag natuurlijk ook over gehad, over hoe poeslief Van Persie was na dat verliespartij tegen de Graafschap. En dat zegt, wat moet hij dan doen? Moet hij ze afvikken? Nee, oké, maar iedereen die zit te kijken is niet blind. Nee. Kan wel Hosanna gaan proberen te brengen, maar volgens mij heeft dat heel weinig effect. Ja, dan wordt gewoon heel, heel slecht gemanaged. En ik begrijp niet dat Van Geel er geen prioriteit van gemaakt heeft om in ieder geval een goede rechtsback te halen. Over Van Geel gesproken, wilde El Amadi dan wel blijven en heeft hij hem geen voorstel gedaan? Of wat was het verhaal nou deze week? Ja, dat was wel grappig. VI kwam even met 2 scoops. Dat Vilena naar Frankfurt wilde. En dat Van Geel dat niet toeliet. En dat El Amadi eigenlijk wilde blijven, maar dat Van Geel me geen nieuw contract aanbood. Nou ja, El Amadi was als een kippen bij om te zeggen dat het gewoon niet waar was. Dat hij al halverwege het seizoen heeft aangegeven dat hij na het WK eigenlijk wil vertrekken. En nog 1 keer eigenlijk een grote zak geld weer ophalen. Dus was ook al gewoon bekend gedurende vorig seizoen. Ja, dus ik weet niet wat agenda is van Krabbe dan. Maar dat is voor mij een beetje vreemd. Ja. Neem we in ieder geval niet meer serieus als hij met iets nieuws komt. Nou, heel goed. Dan was er wel goed nieuws natuurlijk in Amsterdam deze week. Was ook, hè? We stonden eigenlijk ook al in de hands, Feffie. Mag je naar Jordi gaan? Toch? Afgelopen weekend natuurlijk. Teleurstelling. Resultaat. Vorige week 2-0 voorsprong weggegeven in de tweede helft. De kant een stap verder dan vorig seizoen. Toen begon je ook tegen Heracles verlooien. Ja. Een puntje gepakt. Dus, dat was wel uit, hè? Dat was zeker uit, inderdaad. Nee, alle vertrouwen in Chapal goed geanalyseerd van tevoren. Standaard kan niet zoveel van. Ja. Nog uit België bevestigd door Guillaume. En dat bleek ook wel. En Preud'homme deed dat volgens mij na de wedstrijd keurig. Door te zeggen van, wij zijn niet de maatstaf voor Ajax uit. En ik denk het meest overduidelijke was dat Hakim Ziyech weer totaal overbodig was.
Ja. Hij liep echt te strooien, met name die eerste helft. Hij was overal. Hij blijven. Ja, dat zou heel fijn zijn. Ja, geruchten zijn dat hij misschien wel gaat bijtekenen voor een jaar. En Erik ten Hag heeft ook net op de persconferentie geroepen. Het zou zomaar kunnen zijn dat hij gewoon blijft. Ja, ik weet niet of ik het zelf bedacht had of dat ik het getweet heb. Maar het lijkt mij ook dat je gewoon een nieuw... Dat is toch hetzelfde bij jou? Dat jij ja, nee, ja, meestal wel, maar ik weet het dus niet of zeker. Soms, maar, of soms ondertussen blijft hij hangen. Ik zou het echt een topoplossing vinden. Want je breekt dat contract open, daar wijs je niet zoveel aan. Je zegt tegen Hakim van, nou, voor een klein bedrag zetten we erin dat je sowieso weg mag. 20 miljoen, 25 miljoen en dan blijf je gewoon dit seizoen voetballen. Dat is toch netjes. Hij zou naar Roma gaan. Ja, maar die zijn afgehaakt. Want die dachten, we willen een middenvelder die ook kan verdedigen. En Pastoor heeft iets meer verdedigende kracht. Ja. Hebben ze hem uiteindelijk gehaald. En voor rechtsbuiten wilden ze Malcolm. Niet gebeurd. En toen hadden ze, nou ja, misschien kan Pastoor toch niet goed genoeg verdedigen. Is een Zonzi gehaald. Ja. Ze hebben eigenlijk helemaal niet meer aan zeer gedacht. De rest maar van hoe serieus was het? Het schijnt heel serieus te zijn geweest. Er zijn ook wat problemen te zijn geweest met Raiola. Die eigenlijk de tussenpersoon was toen aan de kant werd gezet door de zaakwaarnemer van Ziyech. Toen heeft hij gezegd, nou weet je wat, dan gaan we het gewoon niet doen. Dus het heeft er wel gerommeld, zeker gelinkt. En ook in de Italiaanse pers heel veel over genoemd. Ook serieuze mensen, serieuze journalisten. Ja. Gewoon niet doorgezet. Ook door de vraagprijs van 30, 35 miljoen is dan net iets te grote gok voor een team als Roma dat net uit die financiële problemen komt, zeg maar. En ook van Ziyech kan je natuurlijk zeggen, dat is eigenlijk een repeterend verhaal van praktisch elke topspeler uit de Eredivisie, min Lozano. Ja. We zaten toch allemaal te wachten tot dat soort jongens hun transfer gingen verdienen. Jurgensen, weet je wel. Ja. Ziyech. Uiteindelijk hebben ze het niet gedaan, weet je wel. Maar er zijn altijd toch net te veel twijfels over zulke spelers. Als je ziet dat Klaassen twee seizoenen geleden een van de beste, misschien wel de beste speler van de Eredivisie was en hoe hij door de mand valt. Ja, dan ga je ook niet zomaar 30 miljoen voor Ziyech neerleggen. Ook al is hier de verreweg de beste speler. Dat soort clubs willen die bevestiging. Omdat ze natuurlijk ook zien hoe groot die stap is geworden eigenlijk. Ja. Vroeger kon je een jongen die uitblonk bij Ajax of Feyenoord, kon je moeiteloos inpassen bij bijvoorbeeld een Roma of een Lyon, weet je wel. Ja, dat is niet meer zo. Want ja, in het buitenland kijken ze ook tv. Dan zien ze ook Feyenoord tegen Trenčín stuntelen. Dus eigenlijk is een soort tussenstap nodig. En dat kunnen dan middenmotors in de Premier League zijn. Dat doet Ziyech niet. En Lyon kan hem ook niet zomaar betalen zonder dat Fekir vertrekt. Wordt Van der Beek kind van de rekening nu Ziyech blijft? Hoe gaat het middenveld eruit zien voor Ajax eigenlijk, nu hij blijft? Gewoon zoals het nu staat. Zoals het nu staat wel, denk ik. Met Schöne en Frenkie en Ziyech. Dus ik denk dat het beste middenveld is. En dan wel kans dat Van der Beek gaat zeggen adios. Ja, maar... Maar niet nu al, misschien in de winterstop. Zeker dan. Niet nu. Nee. Want ik denk ook niet, ik denk ook niet dat hij weg kan nu. Zou die Schöne laten staan? Ja. Ja, hij doet het. De balans komt wel. Of je moet de Jong weer centraal achterin zetten, maar dat durft hij ook niet meer, want dan gaat het weer rommelen bij hem. Ja, het is of blind. Het zou echt niet slecht zijn voor Ajax als je Frenkie de Jong verkoopt. Nee. Maar klopt dat, jij hebt veel goede contacten in Barcelona. Het gerucht is natuurlijk al heel lang. Als Ajax zich niet plaatst voor de Champions League, gaat hij direct en anders volgend jaar. Ja, dat is wel wat ik ook heb begrepen. En ik snap een beetje er is een soort van mania in Barcelona rondom Frenkie de Jong. Wel? Dat snap je wel of niet? Ja, nee, snap ik niet helemaal. Nee. Nee, want er zijn een paar keer is je op de voorpagina geweest van grote kranten. Ja. Als Sport, als Mundo Deportivo. Ik denk dat hij vaker in Spanje op de voorpagina heeft staan dan in Nederland. Ja, 100%. Hij is vaker op de voorpagina geweest dan wedstrijden gespeeld. Als je voor hem 60 miljoen kan pakken, dan pak je dat toch gewoon direct. Want die heeft in principe ook vorig seizoen 2-3 leuke wedstrijden gespeeld. En voor de rest niet op een constant niveau, zeg maar, toen geblesseerd geweest. Nee, als je nu al 60 miljoen pakt. Je moet natuurlijk ook kijken naar wat je hebt. Het is een hartstikke goede voetballer, maar het is al... Al was hij wel belangrijk, denk ik dat het een bedrag is wat je zeker moet overwegen. En nu komt het dus best wel goed uit als hij vertrekt voor de andere opties die achterblijven. Maar verwachten ze echt dat ze na een seizoen 80 miljoen voor hem kunnen Nee, Barcelona gaat het echt niet betalen. Barcelona gaat hoeveel geen, wel? Geen 60 miljoen betalen. Maar 60 miljoen doe je het ook makkelijk. Tegelijk, Afif. Nee, dan 40 miljoen betalen. Jij weet dat beter dan wij, maar wat is het niet weer een beetje zo'n Nederlands aangepraten hype waar we hier vaker last van hebben? Toen Luis Enrique wegging bij Barcelona, zei iedereen, heel Barcelona denkt aan Koeman. De dacht in Barcelona helemaal niemand aan Koeman. Iedereen had het over Valverde, weet je wel. Ja, okay, maar nu stond hij daadwerkelijk op die volpakken. Maar wat die zegt dat? Ja, maar hoeveel kranten heb je daar, weet je wel? Nee, twee. Je hebt twee grote Catalaanse kranten. Sport en Mundo Deportivo. En daar wordt wel echt wel best wel dus hard is wel een, echt een dingetje daar. Heeft hij een Spaanse zaakwaarnemer? Het is een dingetje. En Frenkie gaat daar ook af en toe op vakantie. Als Jo Willems is, maar dan andersom. Het zou echt mooi zijn. Frenkie heeft een Spaanse moeder. Maar goed, Ajax, eigenlijk dus de enige hoop nog. Ja, volgende week natuurlijk met PSV dan in actie. Die stroomt in Europa. Vitesse gaat er ook uit tegen Basel. Nou, eerste 20, 25 minuten was het prima. En toen kwam opeens die rode kaart. Was het terecht, rode kaart?
Die heb ik even niet gezien. Toen, zat ik even snel op de fiets in de supermarkt. Feyenoord Trentin. Zijn mensen hier wel hebben gezien of niet? Hij werd net beschreven als een sliding op ooghoogte of zo. Nou, het was hij raakte de bal. Ja, ik wil het best voordoen. Hij raakte de bal. Hebben we de beelden? Nee, we hebben de beelden niet. Maar hij raakte de bal en op het moment dat die bal weggaat, komt hij door op de schouder. Dus ja, het was niet intentie. Ja, ongelukkig. En toen die gasten die nog steeds allemaal boos zijn op Junaid Chakker, toch? De Turkse scheidsrechter, dat was ook gestrekt been. Een beetje ongeluk gaf hij toen rood aan United. Ik heb je ook wel zo'n keer zo'n bal aan zien nemen, toch? En iemand zien raken. Kan. En dan, als je niet eerst een speler raakt, maar daarna, ja, dat is heel vervelend voor de speler. Maar het mag van mij geel af. Ja, en dat was eigenlijk het stomme was daarna, na die rode kaart, gingen ze wisselen. Werd Bero eraf gehaald, de smaakmaker van afgelopen weekend. En eigenlijk de corner daarna, ja, was het de invaller. Even kijken, ik pak hem even hierbij. Was het, even kijken. Ja, was het Telander, die kwam erin. En die stond totaal niet in de organisatie. En toen viel de 1-0. En toen was het eigenlijk klaar met 10 man. Moesten nog 2 keer scoren. En, dat ging niet gebeuren. Nee. En uiteindelijk eindigt daar het avontuur alweer voor Vitesse. Waar we natuurlijk na afgelopen weekend misschien wel een goed gevoel over hadden. Hè? Ja, geen schande toch, Basel. Gewoon een maatje te groot. 5-1 winnen van Groningen, om dan te denken dat je even bij Basel uit dat gaat herstellen. Misschien wel beter dat ze niet door zijn. Kunnen ja, lekker op de competitie focussen. Misschien dat ze nog een top 3 positie kunnen behalen. Ja, die vraag werd heel vaak gesteld. Hè? Kan Vitesse dit jaar zeg maar in de top 3 eindigen? Zeker. Ze zijn beter dan Feyenoord, beter dan AZ, denk ik. Feyenoord zijn inderdaad zo ja, matig. Vitesse is echt goed. Een heel seizoen volhouden. Je hebt wel Linsen, die scoort elke seizoen 15 keer. Matafs, die kan 15 tot 20 keer scoren. Heb je bij AZ allemaal niet rondlopen. Die gaan straks met Johnson in de spits spelen. Ja. Die gaat echt niet nog een keer zoveel keer ik scoren. Ik denk dat Feyenoord gewoon derde wordt. Ja? Ja. Ja. Ja, ik vind het ook wel heftig om te zeggen dat Vitesse in één keer... Na de zomer was vorig seizoen volgens mij ook wel een beetje de tendens. Want toen had Vitesse ook voor het idee best wel goed ingekomen. Ja. Hebben ze een grote selectie, Vitesse? Feyenoord er pakt zich gewoon een Ja, redelijk. Wel een betere selectie dan vorig seizoen. Ik denk dat mensen toch breder. Echt onderschatten de stap tussen het zijn van een leuke club, AZ, Utrecht, Vitesse en een echte topclub als Feyenoord. Natuurlijk, het loopt nu allemaal even helemaal vierkant bij Feyenoord. Maar ik ga ervan uit dat zij op de langere termijn altijd meer punten gaan halen dan dat soort clubs. Ja. Jij bent afgelopen zomer een paar weken geweest in Rusland. Ja. Toevallig nog mensen gehoord over Slutsky, hoe die erop staat? Nee. Nee? Nee, niemand. Want iedereen zegt natuurlijk hè, dat hij er heel goed op staat, ook in Rusland. Ik ben altijd wel benieuwd hoe de Russen daar zelf over denken. Hij heeft het voor mij wel redelijk gedaan bij CSKA. Ja, qua prestaties best goed toch op zich? Ja, en voor mij heeft hij nu ook wel een duidelijke visie wat hij met Vitesse wil. Ik ben benieuwd. En het is dan natuurlijk ook altijd de vraag, kan je het een heel seizoen volhouden? Weet je, AZ was vorig seizoen echt een hele goede ploeg. Deed het ook heel goed. Maar uiteindelijk konden ze ook niet derde worden. En in alle topwedstrijden heel slecht natuurlijk. En Vitesse heeft wel iets dat ze thuis echt alle topclubs af kunnen leggen. En daar 2-3-0 vorig seizoen zag je het ook tegen Ajax. Ja. Die zijn denk ik net iets verder dan AZ vorig seizoen. Dus ik denk dat het wel kan. Maar wat je zegt, bij Feyenoord is die druk zoveel hoger. Dat je wel moet op een gegeven moment. Dat de trainer als Van Bronckhorst eruit vliegt of weet ik wat. Heb je wel weer iets dat er echt gaat veranderen, zeg maar. Nou, ze hebben wel een heerlijk programma wat er aankomt. Komend weekend mogen ze op bezoek bij Heerenveen. Dan op bezoek bij AZ en dan krijgen ze Ajax op bezoek. Maar is er dan een kans dat hij eruit vliegt, denk je? Dat stel, ze verliezen nu nog Van Bronckhorst. Of Vitesse is dit. Oh, dus Vitesse. Oké, dus Vitesse. Top 3, zeg maar. Ja. Zelfs gelijk 16e na 3 wedstrijden. Nee, maar ik bedoel, het heeft pas zin toch eigenlijk om een serieuze inschatting te maken na 10 wedstrijden. Vorig seizoen riepen ook mensen dat FC Utrecht misschien wel kampioen kon worden. Toen ze zoveel... aan het begin van het seizoen, helemaal aan het begin. Nee, maar... Ik dus ja, op zich. Insta-story midden in de nacht. Ja, word ik kampioen gek. In Valencia. Ik heb van de week nog getweet trouwens. Maar goed, kijk, laten we wel wezen. Vitesse heeft toch ook gewoon Van de Werf en hoe heet die jongen? Zwaar centraal achterin is niet, houdt niet over. Die kunnen ook niet echt met ruimte in de rug spelen hoor, weet je. Hey. Dus Clark Salter. Ja, dankjewel. Weet je, dus laten we dan ook weer niet gaan doen alsof Vitesse de next best is, weet je wel. Nee, maar Feyenoord en AZ zijn ook echt slecht. Nou, slecht. Ik vind Feyenoord echt slecht. Maar uiteindelijk... Ik bedoel, die verdediging bij Feyenoord is echt matig. Als we even naar gisteren kijken, want dan wil ik wel even een lans brengen voor Feyenoord. Hè. Ja. Het is allemaal niet best en je weet amper te scoren de afgelopen wedstrijd. Maar je kan niet zeggen dat ze niks creëren en dat ze geen kans krijgen. Dat is waar. Toch? Maar als jij met Verdonk speelt, met een centraal verdedigingsduo, met Van der Heijden en Botteguin... Ja, maar dat is op dit moment verdedigingsduo echt, weet ik, maar dat is, kampioen is geworden ja, hè, in Nederland. Ja.
Ik denk dat Feyenoord gaat afhaken en dat ze niet in de top 3 eindigen. Ik denk wel gewoon, Feyenoord heeft dusdanige topspelers waar je wel als puntje bepaaltje komt altijd bepaalde fases per seizoen terug kan vallen. Berghuis gaat altijd zijn draai vinden. Van Persie gaat er altijd 15 maken. Jurgensen ook, als die tenminste ooit weer heel wordt, weet je wel. Ik maak me wel zorgen inderdaad om die jongens die daar een beetje tegenaan hikken. En dat is natuurlijk wel iets waar Feyenoord goed naar zichzelf moet kijken. Hebben ze niet misschien, dat ik vooral in de eerste helft, op een gegeven moment kreeg je wel die fase dat ze een paar kansen kregen, dat het nog ergens op ging. Maar hebben ze niet gewoon een paar wat mindere, technisch mindere spelers nodig, maar met wat meer, toch wel cliché Dirk Kuyt. Ik denk dat gewoon ervan afhangt dat die linkerkant moet gewoon gefixt worden. Ik hoop dat Hap zo snel mogelijk terugkomt, wat een beetje, volgens mij is het tot de winter uitschakeld, dacht ik. Wel lang. Weet ik niet zeker. Als hij terugkomt en ja, dan maar hopen op Sinisterra die het met invalbeurten vrij aardig doet. Maar de kracht van Feyenoord in de afgelopen jaren, en vooral bij het kampioensjaar en de jaren ervoor, was dat we gewoon op beide flanken gewoon super dreigend waren. Ja. En dat is er nu gewoon niet. Je kan het gewoon heel makkelijk verdedigen. Als je gewoon Berghuis en Van Persie afstopt, dan blijft er niet veel over aanvallend. Nee. En daar gaat het gewoon van afhangen. Want als je gewoon een zo'n matige linksbuiten hebt als Larsson nu, tenminste hoe die nu speelt, want hoe die bij Heerenveen deed was gewoon, ja, is toch anders, hè? Wat vinden we van het? Maar we gaan even door, want er hangt even iemand van ons. Er was een hele grote hype aan het begin van het seizoen, namelijk ook over FC Groningen. Had vorig jaar een dramatisch seizoen, maar dit jaar onder nieuwe trainer Danny Buijs zou het allemaal wel beter worden. Inmiddels hangt Stefan Bleker. Stefan, goedemiddag, jongen. Hoi, goedemiddag. Goedemiddag. Er was een hele positieve vibe rondom FC Groningen. Je hebt het zelf gemerkt, denk ik, op de open dag ook, hè? Zeker, ja. Iedereen dacht, play-offs, linkerrijtje, moet allemaal goed komen. Hoe is het nu met die vibe in Groningen? Nou, het is wel even een klapje opgelopen natuurlijk. Ja. Want die 5-1 tegen Vitesse, die had niemand zien aankomen. Helemaal niet de manier waarop. Iedereen in Groningen was wel overtuigd dat de verdediging juist goed stond. Maar dat er in de aanval nog wel iets moest gaan gebeuren. Het bleek andersom. Ja. Maar jij was daar vorige week, denk ik, toch? In Arnhem? Ja, zeker. Ja. Danny Buijs hoorde ik na afloop zeggen, het was een fase waar we het weggaven in de tweede helft. Ben je het met hem eens? Ja, klopt ook wel. Deels wel. Groningen begon de eerste 20 minuten nog wel redelijk. Vitesse is natuurlijk sterker, maar die hebben ook een veel betere selectie. Maar je ziet af en toe toch die scherpte bij Groningen dan. En voornamelijk eind eerste helft, vlak voordat die 2-1 viel. Ineens gingen spelers hele andere dingen doen dan de afspraken waren. En in die tweede helft zette zich dat door. Vitesse ging druk zetten en Groningen wist niet meer wat ze moesten doen. Spelers liepen uit hun positie, dekten verkeerd. En ze hadden geen flauw idee eigenlijk meer waar ze mee bezig waren op de duur. Nee, want op een gegeven moment schakelden ze voor mij om van het systeem dat ze nu spelen. Voor mij is dat een soort 4-2-3-1 naar een 3-5-2. En toen zag het er allemaal een beetje minder gelukkig uit dan in het begin. Nu heeft Buijs over de wedstrijd van vanavond gezegd tegen Willem II dat hij weinig wisselingen gaat doorvoeren. Wat denk je dat hij gaat doen? Hij gaat in ieder geval beginnen met dezelfde elf. Oké. Ja. Dus die geeft hij gewoon die vertrouwen nog. Hij heeft zoiets. Ik wil die spelers niet na één wedstrijd gaan slachtofferen. Maar dat kan hij eigenlijk ook niet maken. Want hij heeft voor dat seizoen begon ook gezegd dat hij deze jongens een tijd het vertrouwen gaat geven. Ja, dan kan je natuurlijk niet na één wedstrijd al gaan wisselen. Nee. Want dan maak je jezelf ook een beetje belachelijk. Ja, wat wel opvallend is, hè, ze halen deze week een linksback, Tim Handwerker. Dat heeft misschien ermee te doen dat vorige week Django Warmerdam er niet heel gelukkig uitzag als linksback. Is voor mij ook niet echt een linksback, toch? Nee, die gaan veel beter uit de voeten links op het middenveld. Ja. En die staat eigenlijk linksback, ook omdat er niemand anders was. En hij het dan wel het beste kan invullen van die hele selectie. Maar als hij een echte buitenspeler tegenover zich heeft, dan is die gezien. Ja. Maar dan is het toch best wel apart dat ze nu pas handelen? Nou, ze zijn wel lang bezig geweest. Ze hebben voornamelijk ook gescout in die tweede, derde Bundesliga. En deze jongen komt dus ook uit Duitsland. Maar ze hebben gewoon niemand kunnen vinden. En het is inderdaad, denk ik wel, apart dat daar nu pas iemand voor gehaald is, waarvan je niet eens zeker weet hoe goed hij is en hoeveel hij gaat spelen. Hadden ze dan niet gewoon Joël van Nief moeten houden? Dat is ook geen echte linksback, maar... Nou, die bakt er eigenlijk ook vrij weinig van daar links achterin. Die wordt ook door iedereen voorbij gelopen, dus... Ik zou Johan niet voor die positie niet houden. Ik vind hem bijvoorbeeld op het middenveld of op 10 veel beter. Maar bij Groningen is daar ook geen ruimte voor. Nee. Wel goed nieuws dan. Hè. De competitie is pas één wedstrijd onderweg. Hè. We moeten ook nog ons niet al te druk maken dat de sterkhouders eigenlijk wel zijn gebleven bij FC Groningen. Natuurlijk Pat
en Doan. Dat zijn eigenlijk wel de twee grootste, of de twee beste van die, die zijn gebleven. Hier zien we de goal ook van Doan. Die kon ook weg. Wat zei je? Te Wierik, die kon natuurlijk ook nog weg. Er was ook veel belangstelling. Die kon naar België, toch? Ook gehouden. Ja, klopt. Die kon naar België. Die kon naar Gent. Ja. En dat heeft Groningen tegengehouden. Ja. Nou, dat betekent dat de kern er eigenlijk wel is. Wat is jouw voorspelling? Iemand die dagelijks de ploeg volgt en die, ja, die ook weet wat er speelt. Wat kunnen we verwachten van dit Groningen dit seizoen? Nou ja, ik denk dat Danny Buijs in ieder geval meer spektakel wil. En ik denk vanavond dat Groningen van begin af aan, klinkt dat zo makkelijk, hè, maar er gewoon een beetje snel op wil klappen en snel een doelpunt wil proberen te forceren. Ja. En dan het publiek achter die ploeg te krijgen en dat mensen daarna lekker de stad in kunnen met een goed gevoel. Ja, want het is nu nog introductieweek of niet? Wat zei je? Het is nog introductieweek in Groningen, toch? Genoeg feestjes? Nou, vanavond is de afsluiting, dus... Nou, goede combinatie, zijn toch? Er zijn nog genoeg jonge studenten. Ja, want ik wil net zeggen, Stefan, want dat is nog natuurlijk wel even nog kort een ander probleem. Het Hitachi Stadion, voor mij moet ik het volledig gaan... Hitachi Corporate... Ja, mobility, ik heb, noem maar op. Oké, het Hitachi Stadion. Een soort Mitsubishi Forklift Stadion, hè, wat we ooit hadden. Maar even, verschrikkelijk. Voor mij zit hij weer niet vol, toch? Nee, zeker niet. En er is ook weer echt een hele dikke daling met seizoenkaarten. 9000 ongeveer nu. De vakantie is nog bezig. Ja, ik verwacht een mannetje of 12.000, 13.000 vanavond. Oké. Nou, dat is treurig. Maar gelukkig wel te zien bij de vrienden van Volkssport. Stefan, veel succes en... Nou, hopelijk ook een beetje plezier vanavond met de vrijdagavondwedstrijd. Niet altijd een garantie voor succes als we kijken hier in de studio. Nee. Maar veel plezier vanavond en we spreken je snel. Dankjewel. Ja. Kom goed. Ja. En met analyse van Hedwiges Maduro en Kees Kwakman, hè? Dat is sowieso ze pakken wel uit. Hey, ik wou het maar zeggen. Dat is alsof je een wedstrijd van Inter laat analyseren door... Willem Haak en FC Roelie. Ja. Dit is goed. Hoi Roelie. Hey, goedemiddag. Ik wil nooit over uiterlijk beginnen, maar wat heb je opvallende schoenen? Dankjewel. Zo. Ja, ik denk, doe ze even aan vandaag. Zou een beetje opvallen, sorry. Microfoon even wennen. Oké. Okay. Nou, welkom in ieder geval. Ja, dankjewel. Ziet er goed uit allemaal hier. Ja? Ja? Ben je tevreden? Zeker, ik wel. Oké, mooi. Ja, ik zat even te kijken nog toen Willem aankwam of we eigenlijk Inter dingen hebben hangen hier, maar... Ik zie wel een Milan dingetje, dus dat kan eigenlijk niet. Je hebt een steun harder nodig. Ja, dat is waar. Straks gaan we natuurlijk uitgebreid hebben over de start van de Serie A. Nog even over FC Groningen en Willem II, die spelen vanavond in de Eredivisie. Willem II, opvallend. Aris Özbilic, die speelt dit jaar in Tilburg. Ja, kunnen we best even naar VEF kijken, denk ik, toch? Ja, bedoel, vertel jij het, jongen. Je hebt vorig jaar gevolgd met Beşiktaş. Nee, ik heb jou gevolgd. Nee, maar goed. Özbilic heeft natuurlijk in Oost-Europa best wel een aardige carrière nog opgebouwd. Eigenlijk, ga ik even puur op de clubs af waar hij gezeten heeft. Ja. Maar eigenlijk best wel verrassend dat hij bij zulke clubs meegaat, weet je wel. En nu komt hij dan terug naar Willem II. Ja, wat denk jij ervan, VEF? Hoe heeft hij het al gedaan? Volgens mij is ook bij hem fitheid een dingetje. Zodra die fit is. Hij heeft niet heel veel wedstrijden gespeeld. Nee, daarom. Maar ik denk, zodra die fit is... en ik neem aan dat Willem II daar naar gekeken heeft... Ja. Denk ik zeker dat hij een toevoeging is aan elke subtopploeg van de Eredivisie. Weet je wat sowieso echt een toevoeging is in de Eredivisie? Het eeuwige kapsel van Adrie Koster. Dat is toch geweldig? Ja. Die man die heeft gewoon al 100 jaar precies dezelfde koep, weet je. De gordijntjes, ja. Dat is gewoon goud. Dus is het door hem gekomen dat Özbilic naar Willem II is gekomen? Hoe is dat tot stand gekomen eigenlijk? Denk ik eigenlijk wel. Ajax, toch? Ja, ja, het zal wel een Ajax-link zijn. Overigens, wie ze ook hebben gehaald, is ook vriend van de show. Ja, dit is goed, hè? Is Afijay. Donis, Donis Afijay. Baroda was je aardig, ja. Toch? Ja, wel. Wel een smaakmaker. En van de week had voor mij was Bruce contact met hem. En hij was heel blij. Dat is de jongen die wij in de show hadden, toch? Ja, van Schalke. Super enthousiast. En hij was blij dat hij weer in de Eredivisie mocht spelen. Dat is toch ook mooi? Dat mede door ons waarschijnlijk. Dat hij af en toe kan skypen. Ja. Nee, maar zonder zijn toevoeging na de winterstop bij Roda... was Roda er echt een stuk eerder al zeker geweest dat ze zouden degraderen. Ja. Die was echt belangrijk, want hij liet Shaheen ook scoren. Ja, heel best wel een leuke aanval gaat Willem II krijgen, toch? Avidai dan op links. Sol in de spits. Ja. Özbilic misschien op rechts als hij gerevalideerd is. Denk middenmootwaardig, toch, voor de Eredivisie? Ja, ik heb op een of andere manier... Ik had het idee dat Willem II misschien beter had kunnen doorselecteren wat Sol betreft. Zonder gewoon verkopen. Wordt dat een probleem? Wordt dat een probleem, denk je? Zonder je spits zijn. Nah, het wordt zeker. Jezus, wat slecht. Het wordt geen probleem, maar
Ik denk niet dat hij zoveel gaat scoren als dat hij nu voor zijn. Hij was toch bijna rond al. Wij gaan toch naar Spanje weer. Sevilla was het? Nee. Of Villarreal? Club. Nee, was er niet Vallecano? Ja, zou ik een logischere stap vinden? Dan is het heel gek. Toch? Dus ik was het of Fransol of Bakka. Ja. Ik zit even te kijken hoor. Misschien Sevilla B, je weet het niet. Hij komt hier wel vandaan, Villarreal B. Ja. Oh, nou, nog, een dag geleden meldt het Brabants Dagblad nog steeds geen concrete interesse in hem. Want ja, jij bedoelde gewoon, ze hadden moeten verzilveren vorig jaar. Ja, ik denk het wel. Omdat ik zag in die eerste wedstrijd. Ons generatie mag daar natuurlijk niks over zeggen. Maar ik zag hem wel heel erg uitgedost. Met haardracht en tapejes om de polsen. En dat soort. Ik denk, hij is misschien Tilburg aan het ontgroeien. En dan kan je hem beter eerder wegdoen voordat het een deceptie wordt. Ik had wel verwacht dat hij naar AZ zou gaan eigenlijk. Ja? In plaats van Johnson. Ja, uiteindelijk wel, toch? Had ik ook altijd gedaan. Ja, zelf had mogen kiezen, had ik ook wel verzocht. In plaats van Björn Johnson? Ja, 100%. Ja. Want? Ik vind het gewoon een hele matige spits. En we hebben in Nederland gezien dat je als matige spits de beste keer 25 kan maken. Maar ik heb aan wie refereer? Björn Flemings. Okay. In het altijd. De eerste naam in de boventijd is Björn Flemings. Nee, maar goed. Ik heb me er echt bij over verbaasd hoe vaak hij. En al zijn goals bij Den Haag, die kwamen ook vaak tot stand van ja, ze hadden ook de tweede ring in kunnen gaan, weet je wel. Dus dat zat vaak niet echt de gedachte achter, had ik indruk. Ja. En ik vind Sol vind ik gewoon best wel een complete spits. Hij is goed in de lucht, hij is goed aan de bal, weet je wel. Redelijk tweebenig. Staat ook echt iemand of zo, weet je. Zou ik altijd voor gegaan zijn in plaats van Björn Johnson. Maar ja. En die expected goals, hè, van Johnson zijn vrij laag. Ja, dat verbaast me ook niet heel erg. Oké. Okay. Nou ja, vorige week had hij 4 minuten nodig, 5 minuutjes. Ja, nee, de cijfers spreken natuurlijk in zijn voordeel, maar je moet niet altijd alleen maar naar cijfers kijken natuurlijk. Nee, waar ik trouwens op hoop is Crowley. Maar die heeft natuurlijk een half jaar heel goed gedaan bij Goat Eagles. Vorig jaar natuurlijk helemaal tot niet gespeeld onder Van der Looy. Die moet het nu gaan laten zien dan onder Adrie Koster. En jouw vragen. Ik hoorde dat de enfant terrible van de e-sports, die speler van Willem II, die is weggestuurd nu inmiddels. Toch die jongen die altijd alles, Daniel weet je, als ik hier achter sta, wat ik dan doe, gewoon alleen maar rode kaarten die pakken. Die jongen die toen zijn eigen goal ging, of wat was het ook alweer? Ja, ging tijdens de wedstrijd ging hij telefoon scoren, telefoontje scoren, zo. Rode pakken, rode kaarten. Kon ik op zich wel waarderen, maar het was intern was een heel groot probleem. Want ja. Maar het commentaar van Koen Weiland was ook fantastisch. Oh. Ja, doe het nou niet. Iconisch inmiddels. Doe het nou niet. Ja, dat is toch leuk, weet je. Sowieso met e-sports, je hebt niet heel veel links erbij, maar dit is dan weer iets dat iedereen kent. Dus ja. Ondanks dat het iets was wat hij eigenlijk niet kon maken, heeft het wel weer voor heel veel publiciteit gezorgd. En dan mag je eindelijk e-sporter zijn voor je club en dan misdraag je eigenlijk zo erg. Maar uiteindelijk is het dan toch ook wel weer een beetje een video die viral gaat. Hoe weegt dat, zeg daarom. En volgens mij, ja, ik weet niet of ik dat allemaal mag zeggen, maar volgens mij gaat hij er niet op achteruit nu die weg is. Het hoeft niet meer. Volgens mij krijg je geen vergoeding ervoor. Het zou me niet eens verbazen als je benzinekosten zelf moet betalen. Hij moest zijn eigen spelletje zelfs betalen. Want hoe is dat in Nederland? Welke clubs kan je er goed van leven? Ja, het zijn allemaal weer andere afspraken. Ik heb niks in vertrouwen gehoord. Dus ik mag sommige dingen, zeg maar, weet ik ook niet. Maar ik weet bijvoorbeeld wel dat als je bij Ajax een prijs wint met prijsgeld, mag je daar alles van houden. Bij PSV is het weer een bepaald bedrag dat naar de club gaat en zo. En qua wat je. Maar die krijgen ook gewoon salaris, toch? Die spelen van Ajax en PSV. Ja, ja, het is natuurlijk, zeg maar, je kan heel simpel zeggen, ze krijgen betaald om FIFA te spelen. Ja. Maar het is natuurlijk ook een beetje een maatschappelijk figuur voor de club en op open dagen. En volgens mij doet Vitesse dat heel tof. Die heeft in het stadion altijd in de rust van wedstrijden, voor de rust, dat alle kinderen die naar de wedstrijd komen dan in die ruimte FIFA kunnen spelen tegen de e-sporter van Vitesse en zo. Zo heeft elke club iets wat ze er zelf mee doen. En er zijn ook heel veel clubs die er nog niks mee doen. Maar ik ben benieuwd hoe dat. Je had net voor het WK even goed. PSV die had Stefano. Een Belg? Ja, een Belg. Stefano, ik weet zijn achternaam niet. Heb je hem aan de kant geschoven? Nee, Alirisa die gaat misschien nog wel uitkomen in de E-divisie. Okay. Maar hij was gewoon gekwalificeerd voor het, zeg maar, de finale van FIFA van 2018. En die hadden een week voor de finale als een Belg gecontracteerd, PSV. En dat was al heel lang bezig, maar uiteindelijk net een week ervoor rondgekomen. Maar zelfs nog niet dat hij met een PSV-shirt het toernooi mocht spelen. En die won toen alles en die zat toen in de finale waar, weet ik niet hoeveel miljoen mensen naar keken. Dat was speelgerechtig. Hij had geen PSV-shirt aan, anders stond hij daar waar 200... Maar heeft dan PSV heel veel clubs in binnen- en buitenland afgetroefd om met hem binnen te talen? Ik weet niet. Hij zal misschien onder contract staan bij een bureau wat met PSV werkt. En het kan zijn dat een paar Nederlandse clubs daarom vochten, zeg maar, om hem te krijgen. Waar ik nou benieuwd naar, want het is nu 2-3 jaar een beetje aan de gang? 2 jaar. Ik ga nu met het derde seizoen beginnen. Okay. Weet ik. Heb je nu ook al sprake van talentjes en zo? Van jongens die je zegt, over een paar jaar... Ja, je hebt bij Feyenoord nu heb je Jimmy, heet hij. Jimmy? Jimmy.
Ja, ik zei eerst Jimmy, maar ik werd altijd gecorrigeerd Jimmy? Dat het Jimmy is. Jimmy Feyenoord. Die deed ook mee aan dat grote toernooi, maar die was 16. Dus die stond daar tussen alle wereldspelers van FIFA, stond die daar in de play-offs, in de laatste paar rondes voor Feyenoord, namens Feyenoord ook te spelen. Bij Ajax ook, hè? Wij werken samen bij 4-3 met Ajax eSports. Maar jullie hebben een Amerikaan, of niet? Nee, Amerikaan. Ook Amerikaan gecontacteerd. Ja? Joey. Maar ook, ze hebben volgens mij Bob heet Bob, die hebben ze naar Sarantoso verhuurd in Japan. Oh, dat is waar. Ja, dat vond ik zo'n raar verhaal. Ja, die was naar die zusterclub waar Ajax dan een samenwerking mee heeft. Die was daarheen getransfereerd om dan de J-League. Ja, de Japanse om ervaring op te doen. Die is daar tweede geworden ook. Dus tussen al die Aziatische... Maar als we de J-League in moeten schatten, is dat een beetje een Mickey Mouse-competitie? Nee. Japaners, hè? Ja, het is top 5, een van de betere competities ter wereld. Maar hij is daarheen gegaan om ervaring op te doen, terwijl die competitie eigenlijk beter is. Hij werd gewoon door Ajax verhuurd aan die Japanse... Hij is nog niet zo goed als Dani. Dani is dan de beste e-sport bij Ajax. Ja, Ajax heeft er een paar inmiddels. Een Amerikaan die niet in Nederland actief is, maar die vertegenwoordigt Ajax dan gewoon dan. Toch ook in naar Sparta gaan. Maar het wordt nu ook tussen Er ook iemand uitgevoerd naar Sparta, ja. Maar goed, dit is dan e-sports. Was deze zomer ook waren genoeg mooie transfers. Ik zit even naar het bord te kijken. Ja, vanavond begint natuurlijk FC Twente in de keukenkampioen divisie. Hey, waar is Mr. Keukenkampioen? Ja, die komt er zo aan. Maar iemand die daar vanavond niet aan de aftrap staat, want die is naar Italië verhuisd, is Hidde ter Avest. Hidde. Hele goedemiddag. Goedemiddag. Want voor jou staat er niet een wedstrijd tegen Sparta op het programma, maar jij mag op bezoek gaan bij Parma voor mij, toch, dit weekend? Klopt, zondag. Ja. Dat begint het voor ons ook. Is dat dan nog even af en toe in je arm knijpen dat je denkt, wow, geen keukenkampioen-divisie, maar Serie A voor mij? Ja, het is wel bizar. En het mag nu van mij wel beginnen eigenlijk, na een lange blessure en ik kan weer meetrainen. Ondertussen ook mijn debuut gemaakt in de Coppa. Ja, in de beker. Dus ik voel me goed. Ja, hoe is deze transfer tot stand gekomen? Want het is best wel een opmerkelijke. Ja, snap ik. Want ik had natuurlijk mijn been gebroken. Ja. Eind februari. En ik heb grotendeels ook niet mee kunnen trainen in de voorbereiding. Einde van de voorbereiding pas ingestroomd bij het team, zeg maar. Dus ik snap dat het wel bijzonder is. Maar dit speelt al langer. Ik denk zo'n beetje... Twee jaar geleden wouden ze me ook al deze kant op hebben. Dus ze wisten wat ze aan me hadden. En nu kwam het weer op mijn pad. En het was eigenlijk perfect voor me. Ja, Willem, als we kijken naar de club Udinese, is het dan eigenlijk gewoon logisch dat ze spelen zoals Hidde ter Avest? Ja. Zo'n club als Udinese moet een beetje creatief te werk gaan. Heeft wel een rijke eigenaars, de familie Pozzo. Ja. We zijn ook eigenaars van Watford en waren dat van Granada. Maar we hebben een heel goed scouting systeem. Dus als zij dan in Nederland te spelen als ter Avest zien en die interessant is, dan slaan ze gelijk toe. Ja. Dat zie je. Ja, het is nu sinds gisteren 3 Nederlanders, hè? Eentje dan die ook voor Nigeria uitkomt. Maar Nederlands wordt bijna voertaal bij jullie in de kleedkamer. Ja, dat valt nog wel tegen, moet ik zeggen. Kan Bram Nuitink al een beetje Italiaans? Ja, die kan het wel aardig, moet ik zeggen. En het is ook wel nodig hier, hoor. Ja. Want Engels, daar doen ze niet zo. Okay, maar kan je zijn Italiaans niet even testen, Willem? Nee, heb jij vrij weinig. Maar de voertaal is wel Italiaans in de kleedkamer? Want er zijn veel Spaanstaligen natuurlijk ook. Dus hoe doen jullie dat met het trainen bijvoorbeeld? Ja, we hebben inderdaad een Spaanse technische staf. Maar die spreekt voornamelijk ook gewoon Italiaans. Maar ze hebben wel geluk dat Spaans en Italiaans wel redelijk op elkaar lijkt. Dus het leren van Spaans naar Italiaans is makkelijker dan van Nederlands naar Italiaans. Ja. Maar hoe hard gaat het bij jou? Wat zei je? Je viel even weg. Ik zei, hoe hard gaat het bij jou het Italiaans leren? Ik vind het echt vrij lastig. Ik heb wel het gevoel dat ik steeds meer kan verstaan. Ja. Maar het spreken, dat gaat nog even duren, denk ik. Ja, want ik weet bij Hans Hatenboer, die maakte ook best wel een verrassende move toen naar Atalanta Bergamo. En die had het op een gegeven moment, ik snap het alleen als ze tegen me schreeuwen dat ik iets niet goed doe. En als ze gewoon rustig tegen me praten dat ik wel goed bezig ben. Moeten we dat ook zo een beetje bij jou zien op de trainingen? Dat je zo een beetje een idee krijgt van wat er gecommuniceerd wordt tegen je? Dat valt op zich nog wel mee. Wat ik zei, ik kan denk ik wel steeds meer verstaan. Ik heb ook geluk dat ik Bram bij me heb. Dus elke keer als ze wat zeggen, dan vertelt hij dat. En dan... kan ik dat, als ze dat volgende keer weer zeggen, dan herinner ik me dan weer. Ja. Dus zo doen.
Ja, en ja, hoe kan jij je eigenlijk manifesteren daar, zeg maar, in het Italiaanse voetbal? Is dat heel makkelijk voor jou, zeg maar, met jouw stijl? Ja, dat moet nog blijken. Ik moet zeggen dat ik hiervoor nooit echt veel Italiaans voetbal heb gevolgd. Maar ik denk dat het is vooral heel tactisch en dat ligt me wel. Dus. En tot nu toe gaat het prima. Ja, want wat voor systeem spelen met de Udinese dit seizoen? 4-3-3. Oké, nou dat is voor jou op zich wel, toch? Ja, is voor hen denk ik prima. Waar zij zich wel nog zorgen om moeten maken is hun spits, Kevin Lasagna. Is Napoli nu echt aan het trekken? Hè? En ja, als hij dan nog een paar dagen voor de competitie weggaat. Vanavond toch? Sluit vanavond. Vanavond zijn bezig met Lapadula als vervanger van Genoa. Van Genoa. Die gaan naar Genoa, toch? Ja, nee, die is van Genoa. Voor. En die gaat dan misschien richting Udinese. Maar dat is wel een bedrag van 10, 15 miljoen. Maar ze zijn dus wel bezig met de vervanger mogelijk. Vanavond 8 uur. Ze trekken ook aan Mounir. Ja, dat kan ook nog gaan. Nee. En hebben een 20 miljoen neergelegd voor Mandragora. Is dat nu de beste speler in de selectie, denk je? Die komt natuurlijk van Juventus. Een speler die daar niet heel veel heeft gespeeld, maar wel waar veel van verwacht wordt. Zie je dat op de training bijvoorbeeld al, dat hij echt er bovenuit springt? Ja, bovenuit springen. Het is echt een hele goede speler. En dat zie je gelijk. Dus, maar ja. Dat moeten we in het seizoen nog bekijken of dat zo is. Want hij is natuurlijk ook nog heel jong. Ja. Maar ik verwacht ook veel van hem, ja. Tot slot, Hidde. Wat is voor jou een beetje de route die jij wilt bij Udinese? Je hebt natuurlijk een groot gedeelte van de voorbereiding gemist. Je hebt net je eerste minuut gemaakt. Dit seizoen is vooral aanpassen. En hopelijk zoveel mogelijk minuten spelen. Ik ben voor nu tweede back achter Larsen. Ja. Dus hij is een hele goede back. Dus elke minuut die je mee kan pakken, dat is mooi. Ja. En dat is sowieso een fantastische ervaring, lijkt me dat, toch? Vanuit Enschede, nu opeens in de Serie A. Ja, 100%. 100%. Oké. Okay. Nou, veel succes daar. En de volgende keer als we je spreken, dan laten we even Willem even openen in het Italiaans met jou. En dan moet het helemaal goed komen. En schreeuwend, hè? Helemaal goed. Ja, helemaal goed. Goed. Dankjewel, Hidde. Veel succes, hè? Top. Hoi, hoi. Ciao, later. Hoi. Lijkt me voor hem heel heerlijk dat hij nu een beetje in de luwte kan spelen. Dat hij niet meer zo nodig hoeft. Hij zegt natuurlijk ook, hij is tweede back, is hij. Maar bij Twente was het natuurlijk toch wel een jongen waarop het laatst van werd verwacht dat hij de kar ging trekken. Terwijl hij daar misschien helemaal niet de type naar is. Of een type speler. Dus interessante move. En we gaan hem zeker volgen. Maar Willem, hoe kan het nou dat Italiaanse clubs dan relatief onbekendere Nederlandse backs ophalen bij kleinere clubs? Die scouting-systemen zijn heel erg ontwikkeld daar. Zoals bij Atalanta, die scout in Afrika, scout in Nederland. Weet ik vooral altijd allemaal. Zorgen dat ze daar overal mannetje hebben. En dan pakken dan creatief uit. In mindere ploegen zoals Bologna, waar het iets minder gaat qua scouting. Die denken dan met Dijks bijvoorbeeld hetzelfde kunnen doen als Atenboer bij Atalanta. Dus dan proberen ze een beetje elkaar na te doen. Maar Udinese, daar zit het meestal wel goed. Zo'n Larsen is ook uit Denemarken opgepikt. Is echt een hele, hele goede speler. Vorig seizoen tegen Napoli wonnen ze bijna. Speelde hij zijn directe tegenstander echt helemaal uit in Serie toen. Ja. Dus het zit daar wel goed. Dus als voor hem is ook wel een goed signaal dat als ze hem oppikken. Maar is het dan ook gewoon heel simpel dat als het gewoon werkt, gewoon met Nederlanders, dat andere clubs ook opeens naar Nederland kunnen? Zo is het. Dus dan zie je het steeds meer. Denk ze, zo'n Becky, die kunnen voetballen. Tactisch zijn Nederlanders meestal ook wel sterk. Ja. Die kunnen het snel oppikken. Nou, dat zie je dan bij Hatenboer, bij de Roo natuurlijk ook, die daarvan bij Heerenveen een goede speler was, maar niet per se dragend. En daarbij Atalanta dat wel is geworden toen al. Udinese is toch gewoon, ondanks de complimenten voor het scoutingsapparaat, want in mijn optiek is dat eigenlijk wel bij hun voornamelijk met hagel schieten, want er zitten echt heel veel verschillende nationaliteiten. Het is toch ook gewoon een hele slechte ploeg. Het was vorig seizoen echt een hele slechte ploeg met heel veel slechte trainers. Volgens mij 3 keer gewisseld en waar het een beetje chaos is. Ja. Maar je moet 4, 5 jaar geleden, misschien wel iets langer, speelden zij nog gewoon in de voorronde van de Champions League. Ja, natuurlijk. Nou, Alexis Sanchez en weet ik veel wat. Ander fundament. Die Natale, Alexis Sanchez, Handanovic die daar speelde. Maar ja, het is dan nu iets lager in de grafiek, staat iets op het lager punt. Ja. Maar stel zij, het lukte nu wel met zulke soort spelers, dan zie ik ze wel weer in de middenmotor verschijnen en misschien voor de Europa League meedoen. Nu nog niet hoor, want het is nu redelijk mager wat ze allemaal hebben. Concurrentie is ook gewoon heel hoog. Zeker. Ik zie gewoon eigenlijk een heel slecht aftreksel van Atalanta. Atalanta was de balans wel weten te vinden tussen jongens van de Serie A en ervaring daarmee. Tot echt maar gewoon
in elk land iemand... Zoiets, maar 5 jaar geleden was Atalanta nog een slap afstreksel van Udinese, weet je wel. Dus dat wisselt elkaar telkens om. En als er beleid is, dan zie je dat wel na een aantal jaar terug. En dat is bij Atalanta niet meer zo. Ik denk dat zij, zeg maar, ze gaan echt niet in de problemen komen, want ze zijn... veel sterker dan die ploegen die zich daaronder echt zorgen moeten maken. Dat is altijd zo. Maar er zijn ook nog 8 ploegen voor die zeggen... Precies, tegelijk komen ze ook niet in de buurt bij de Fiorentina's en de Atalanta's. Udinese niet in de problemen was vorig jaar door met Hangen en Burger. Zeker, ja. Maar dit seizoen is het nog slechter, denk ik. Ja. Met Empoli dat heel slecht, het Frosinone dat echt zeker gaat degraderen. Parma dat weer terug is, dat wel een aantal leuke aankopen heeft. Dat Udinese... Gervinho zijn ze nu mee bezig, hè? Gervinho, Caramo. Bia niet teruggehaald. Maar goed, ik denk dat de Udinese plek 15, 14 weer net veilig gaat halen. En dan gewoon weer in de Serie A blijft. Ik moet wel zeggen, als je Dijks haalt met de gedachte Hartenboe, is wel echt de Hartenboe van AliExpress dan. Ja, weet je, maar ja, het is een linksback die hoog kan spelen. Die zou moeten kunnen voorzetten. En dat heeft hij zelf ook aangekondigd. Ja, hij werd helemaal gek ook. En gelijk heeft hij, maar maak me nou gewoon een beetje zorgen om. Ja. Het zou zomaar gewoon prima kunnen werken, hoor. Zoals hij eigenlijk in Engeland had moeten blijven. Sommige jongens zijn niet gemaakt voor de interviews. Voor de Nederlandse opvatting. Dat iedereen Dijks hier verschrikkelijk vindt. Maar in Engeland liep ze volgens mij met hem weg met dat dolle gedraaf. En dan moet gewoon daar op links half is het eigenlijk de ruimtes in duiken. En verder hoeft hij eigenlijk niet zoveel. Dat is gewoon belangrijk. Gelijk. Dat hij wilde scoren tegen Juventus. Om het stadion te krijgen. Dat is wel een goede uitspraak. Ja. Zei hij? Hij wilde scoren tegen Juventus, uit bij Juventus. Ja? Om het stadion dan stil te krijgen. Dat was zijn doel voor... Die krijgen er gelukkig heel veel tegen. Ik las dat die Marquisio zijn contract ineens is ontbonden. Wat is dat haar verhaal? Dat is een kind van de club. Montreal waarschijnlijk. Maar die is al langer geblesseerd. Montreal waarschijnlijk. Die is al een paar seizoenen telkens geblesseerd. Laat eigenlijk niet zoveel meer zien. Houden ze er telkens bij, omdat hij echt een kind van de club is. Daar is zijn hele leven gespeeld. Maar ja, als je nu dat middenveld ziet van Juventus, kan je hem niet meer beloven dat hij ook maar een paar minuten mag gaan maken. En ook financieel zat er iets in dat ze dachten, nou, kunnen we nu dit doen. Hem laten gaan en dan hoeven we hem niet nog het hele seizoen uit te betalen. En dan hebben wij alsnog een middenveld dat by far het beste is van de hele Serie A. Maar het is toch een beetje schrijnend hoe Juventus omgaat. Een beetje met clublegendes. Ja, zoals met Buffon en Marquisio, dat Piero nu uitzwaaien. Ja, die heeft nooit een goed afscheid genomen. Nee, ja. Maar nee. Ik neem aan dat deze jongen toch gewoon in overleg om zijn Tuurlijk. Overstap te vereenvoudigen. Maar nou, dat is dus niet helemaal zo. Want hij heeft wel op de social media weer wat laten horen. Ik kan naar deze foto kijken en dan zie ik aan de dag terug dat ik bij Juventus kwam. En nu is een enorm pijnlijk afscheid geworden. Dat heeft hij zelf geroepen. Ja, dat is zelf geroepen op Instagram. Hij zei, desalniettemin wens ik Juventus nog Tuurlijk, het beste altijd. Maar het was niet gewoon heel netjes, zeg maar. Nee, er zat wel nog even wat... Ja, er zat een beetje iets gepeperd. Eruit geforceerd, net als Buffon. Zijn jullie het eens met Wesley Sneijder, wat hij heeft geroepen over Juventus? Wat heeft hij geroepen over Juventus? Hij heeft geroepen, je kan nog Ronaldo erbij halen, maar ze gaan nooit de Champions League winnen. Ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want als je dat team ziet, is echt heel erg goed. Ze hebben Ronaldo gehaald, maar naast Ronaldo hebben ze met Cancelo nog een top rechtsback gehaald. Emre Can van Liverpool, die het middenveld weer versterkt. Ja. Maar wat gaat de keeper? Er werd gewoon gevraagd. Ik zag het voorbij komen bij beIN Sports over Juventus. Waarschijnlijk gaat hij dat ook misschien analyseren daar. Ik denk dat Utrecht zo'n Paul, die roepen zomaar wat zonder enige aanleiding. Dat moet jou toch... Het verbaast me ook niet een beetje, maar... Je gaat een keer bij Juventus. Chesney gaan? Chesney begint, maar Perin heeft het in de voorbereiding heel erg goed gedaan. Zijn kranten schrijven al een beetje hem naar de basis. Maar Chesney is echt een topkeeper op dit moment, vind ik. Ja. Perin zal weer geblesseerd raken. Ja, die is als kruisband een paar keer geblesseerd. Maar Chesney is bij Roma 2 seizoenen geweest. Was daar echt al heel goed. Vorig seizoen nog bij Juventus gekomen. Van Buffon geleerd. En de keren dat hij keepte, was hij echt eigenlijk gewoon beter dan Buffon al. Dus vandaar hebben ze ook zelf eigenlijk gewoon doorgeselecteerd. En hebben besloten dat Buffon maar naar dit contract niet werd verlengd. En dat Chesney gewoon vanaf nu nummer 1 is. Ja, we zien hier het schema van de Serie A van dit weekend. Natuurlijk vanavond een belangrijke datum. Of een tijd. Om 8 uur gaat de transfermarkt dicht in Italië. Dan morgen 2 potjes. Lazio Napoli natuurlijk, heerlijk. Ja. En 2 wedstrijden afgelast natuurlijk vanwege de ramp in Genua met de brug. Dus Genua speelt niet in Milaan en Sampdoria speelt niet tegen Fiorentina. Wordt woensdag al ingehaald waarschijnlijk. Allebei? Ja. Okay. Dus dan speelt Higuain niet zijn debuut tegen Napoli? Nee, jammer genoeg niet. Dat zou anders gebeuren. Dan zou in de volgende ronde Higuain zijn debuut voor AC Milan maken in tegen Napoli. Oh, echt? In Napoli. Ja. Okay. Ja. Naar welke wedstrijd kijken jullie het meest uit? Lazio Napoli by far. Ja, dat zijn de twee, vorig seizoen de 2 beste voetballende ploegen van de Serie A, denk ik. Lazio heeft de vrij verloren en
Wel en Philippe Andersson natuurlijk, maar daarvoor ook wel wat goede vervangers gehaald. Napoli in mijn ogen wel echt erop achteruit gegaan, maar ja, wel benieuwd hoe zij het gaan doen dit seizoen. Napoli is de belangrijkste man weg, en dat is Sarri. Ja. En Jorginho is ook echt heel belangrijk geweest. Ik kijk bij far het meest uit naar Roma, omdat ik daar gewoon heel benieuwd naar ben. En ik kan ze nog steeds niet echt plaatsen. Ze hebben voor het oog een aardige transferzomer gehad. Ja. Is dat zo? Het valt wel mee, toch? Want ze hebben 13 spelers gehad. Nou, maar er zit toch wel een met Cristante. Ik ben heel benieuwd naar Justin Kluivert, Pastore en Zonzi. Maar al hun problemen zijn opgelost, zeg maar. Want zij hadden geen creativiteit, dat hebben ze met Pastore binnengehaald. Ze hadden geen diepte, hebben zij met Cristante en Kluivert natuurlijk opgelost. De Olsen is voor het eerste keeper. Wat ik echt onbegrijpelijk vind, want ze hadden Skorupski. En dat is echt een goede keeper. En daar was hij hartstikke goed. En die hebben ze laten gaan naar Bologna voor 9 miljoen. En Olsen ervoor teruggehaald. En dat snap ik niet helemaal. Want als je nu een gok waagt, terwijl je al een topkeeper in huis had, of een hele goede keeper in huis had, neem je toch weer risico. Terwijl je zo'n transferperiode waar je 13 spelers haalt. Roma had het idee dat er meer speelt. Net zoals met Nainggolan die dan in één keer naar Inter ging. Daar speelde ook daar wel speelde meer. Ook, ja. Maar dat zal bij heel veel dingen daar volgens mij zijn. Nou, het woord is gevallen. Inter. Ja, hoe staan die ervoor, jongens? Ja. Ik bedoel, kunnen die clubs die hebben ook echt een sloot aan spelers binnengehaald. En niet de minste. Ik zou het op Twitter tegen Willem. Ik heb nog nooit zoveel zin gehad in een nieuw seizoen. Het is echt... Kijk hoe lang dat duurt. Ik heb nu al zin in de eerste verliespartij. Ja, dat breekt heel weer los. Federico Di Marco is wel weer verhuurd aan Parma. Direct. Ja. Hier zien we de transfers. Ja, kijk, bij Inter was ook het probleem voor ons toen. Dat ze op een gegeven moment 3 middenvelders hadden. Die speelden allebei in de basis. En op de bank zat helemaal niks meer, want die waren er gewoon niet. En daar was nu opgelost. Maar Nainggolan erbij. Ook met Asamoah, die op 3 posities kan spelen. Dus die diepte die er vorig seizoen niet was, waardoor er best wel wat problemen waren. Over een beetje te veel gehaald. Vind je dat ze te veel hebben gehaald? Nou, als je kijkt naar wat ze nog weg moeten doen en zo. Ze hebben Politano nu, die kan op rechts. Balde, die kan op links en op rechts. Ja. En in de spits. En Politano ook in de spits. Ja, Raja achter de spits. Ja. En Lautaro, spits of achter de spits. Ja. En misschien ook wel op rechts. Ja. Asamoah, die kan ook nog links midden. Links voor, en die kan nog net niet keepen, dat is het. Maar Van Balde moet er niet komen, toch? Ik ben vooral heel blij met wat er achterin is bijgekomen. Met natuurlijk Steven de Vrij en Verzalko, weet je wel. Maar de Vrij wordt waarschijnlijk geen basisspeler. Nee? Nee. Want dat is ook een vraag die in de chat staat. Het koppel Miranda-Skriniar was vorig seizoen echt goed. Als je Miranda nog ziet op het WK, waar hij echt constant geconcentreerd was, dan zie je op welk niveau hij nog kan spelen. En als hem dat dit seizoen lukt, dan is hij gewoon nog steeds beter dan de Vrij. En Skriniar is al helemaal geen twijfel geworden. Inter en Roma en Napoli, kunnen die meedoen om de titel? Of is het gewoon dat Juventus dat gewoon wordt? En zijn dit de teams die gaan strijden om plek? Het ding is, er is geen duidelijke nummer 2. Dus als je Juventus kan van iedereen winnen. En die clubs die jij net om, die kunnen ook bijna van iedereen winnen. Behalve Juventus en van elkaar misschien niet. Ja. Dus dan heb je zeg maar dat als zij allemaal een keertje tegen elkaar gelijk spelen. En Juventus wint die wedstrijden. Dan heb je 3 rondes waarin Juve 9 punten pakt. En die andere teams pakken bij wijze van spreken alleen maar 3 punten. Ja. En Juventus was al beter en is alleen nog maar beter geworden met Cancelo, Can en Ronaldo. Dus het verschil is misschien een beetje kleiner geworden, maar zij zijn ook nog wel een stuk gegroeid. Met Skriniar en De Vrij zou je denk ik, nou, Juve het beste centraal. Ja, hij gaat misschien spelen. Ze hebben ook heel veel geoefend met 3 verdedigers. Ja. En dat is ook waar spelers als Asamoah en hebben ze wel de backs voor Frischalko nu inderdaad bijgekomen. En het meest blije ben ik nog, denk ik, dat er een aantal spelers zijn waarvan ik begin vorig seizoen zei van, nou, die hoeven echt niet te beginnen. Die nu in één keer helemaal omgedraaid. Ja. Dobert heeft een ontzettend goede voorbereiding gespeeld. Ja. Brozovic, ja, dat weten we natuurlijk allemaal. Die heeft het door Spalletti helemaal weten om te draaien. Mm-hmm. Geweldig WK gehad. En let op Lautaro Martinez. Dat is echt een hele goede voetballer. Hij heeft in de voorbereiding heel veel gespeeld. Heel veel gescoord ook. En ook tegen de topteams echt te laten zien. Scoorde tegen Atletico een halve omhaal. En die start zondag waarschijnlijk tegen Sassuolo in de basis op 10. Ja, omdat Nainggolan nog geblesseerd is. Ja. Maar ambassadeurs van de Serie A. Cristiano Ronaldo. Ja, je weet het niet. Ja. Je weet het wel. Je van Inter, maar denk je dat het is wel goed voor de Serie A. Zeker. Voor de aandacht. In alles. Dat sowieso. Of... Het was al niet te doen en nu al helemaal niet meer voor de aankomende 2 jaar. Dat is het natuurlijk eigenlijk wat Feffi ook zegt. Dat is waar, maar hij is wel iemand die ook zelf veel fans heeft, weet je wel. Dus mensen die voorheen nooit Serie A keken. Maar boeit jou dat als Interfan? Dat bedoel ik meer, dat is ook wat Feffi zegt. Ik vind het goed van de competitie. Ja, maar als hij niet was gekomen, is de kans natuurlijk minder groot? Of is het gelijk gebleven, ondanks dat ze mij bijhouden? Mijn mening is het gelijk. De kans was er al niet. De kans was er al bijna niet. Nee, maar, dat is maar nu is het onmogelijk. Ja. Nu is het onmogelijk.
Maar ja, die kans, ik ben voor Inter natuurlijk. En ik dacht niet dat Inter kampioen zou kunnen gaan worden. Dus Ronaldo, dus Juventus speelt in een andere league. Dat is dan met duidelijkheid, man. Lekker. Ga je ook nergens boven. Nou ja, en het waar hopen jullie nu op? Want het is dus... Nummer twee. Maar al jaren. In ieder geval steady Champions League weer. Precies. En vorig seizoen hoopten we op de plek, op een vierde plek. Zodat je Champions League weer in kon. En dan kon gaan groeien. Dus Inter is helemaal geen concurrent voor Juventus. Inter is een concurrent van Roma, van Napoli. En van Milan misschien straks weer. En niet van Juventus. Juventus is echt by far de nummer één. Ook de komende 5 jaar nog. Jij moet je hierin kunnen vinden. Wat bedoel je? Dat je gewoon elk jaar iets hoopt, maar niet nummer één. Hij is... Leuk man. Nee, maar hij is toch kampioen geworden? Wanneer ben jij voor het laatst kampioen geworden? Ajax. Vorig jaar? Met Ajax. Istanbul stonden we, hoor. 80.000 Turken. Stonden we? 80.000, een stuk meer. Jong Ajax? Ja. Jong Ajax. Daar was ik niet bij de huldiging. Maar is Ronaldo in staat om er ook weer 30-40 in te beren in de Serie A? Ja, zeker. Als je ziet, vorig jaar was het toch nog... Nee, denk ik niet. Ik denk het ook niet. Echt niet? Hier, Willem, hoeveel gaat hij er maken? Hij maakt er minder dan 30. Hij maakt er minder dan 30. Hij maakt er... Ja, werd gezegd 30, 40 en jij zegt ja. Ook is zo'n 25, zeg ik. Oh! Een beetje voorzichtig zijn, hè? Ik ga 25. Ik ga nog lager. 20 maakt 22. Oude aanvallers, die kunnen heel lang mee in de Serie A. 25. Wacht even, Raoul, ook 25? Ik zeg 22. Ik ga nog iets lager. Armin? 20. 30, zeg ik dan. Nee, ik ga geen antwoord. Ik mag gewoon rond die 25. Nee, want iedereen geeft een antwoord, dus je bal geeft geen antwoord. Ja, ik heb mij te verrotten. Nee, maar heel simpel, jongens. Kijk, het heeft... Zeg het, 15. 23, I don't give a shit. Mooi. Maar heel simpel, het heeft gewoon met de manier van voetballen te maken. In Spanje krijg je, en natuurlijk, het is in mijn ogen de beste competitie ter wereld, maar je krijgt wel zoveel ruimte, ook doordat bepaalde kleine ploegen, ook gewoon met een spelopvatting naar Bernabeu komen, van, wij gaan niet lekker voetballen, weet je wel. En dat gaat je in Italië, gaat je dat gewoon niet gebeuren. En de score zal gewoon over meer spelers verspreid zijn dan alleen op Ronaldo, denk ik. Dus 40 competitiedoelpunten. Oké, jij zegt 40, Jean-Paul 23. Waar is dit op gebaseerd? 28. Op de traagheid van de Serie A. Hij gaat ze helemaal kapot spelen. En, de nummer laatst van Italië zijn echt een stuk slechter dan die van Spanje. Tegen Frosinone maakt hij er al 5. Hij krijgt in de 5. Als hij daar zin in hebt, als hij voor ogen hebt om wat neer te gaan zetten, dan scoort hij er inderdaad tegen Frosinone 5. Maar Juventus is ook geen ploeg. Dat zit ook in de Italiaanse spelopvatting. Ja. Die gaan bij 3-0 niet door. Boah. Nee, soms thuis wel. Maar dat brengt Ronaldo wel met zich mee. Gewoon die honger naar goals. Hij gaat ook alles nemen, vrije trappen? Nee. Pjanic is een veel betere vrije trappennemer dan Ronaldo. Mag dit Ronaldo ook? Maar Ronaldo gaat nog steeds altijd achter die wassen. Ik denk wat Niels zegt, die gaat alles op. Die gaat zelfs ingooien. Ik zou het heel dom vinden van Allegri als hij alle macht aan Ronaldo geeft. Ik denk dat zij Allegri helemaal niks vertellen. Dat kan ook weer helemaal negatief uitpakken. Je weet het niet. Het kan ook dat hij in de 5e speelronde een doodschop krijgt van Dijks. En dan ligt hij... Ja, weet je? Mitchell Dijks daar. Terwijl Mitta de 1-3 daar maakt. Je hebt een nieuwe zonnebril. Maar is er al iets bekend over de rol die hij gaat vervullen bij Juventus? Gaat hij achter de spits lopen? Nee, spits. Gaat hij vanaf links komen? Spits. Daarom is Higuaín ook. Ja. Hij wordt een duo met Dybala. Dus Dybala gaat ook natuurlijk goed seizoen. 40, jongens. We moeten wel even zo'n Ronaldo-meter in. Ik ben benieuwd naar die Netflix-documentaires, die serie die ze hebben. Thomas is lekker aan het... hoorde je het? Even, dit seizoen moeten we even zo'n mooi mapje maken. De index van Ronaldo. Ja? Mooi. Heb jij zelf al antwoord gegeven? Ik? Ja? Nou, ik denk 28. 28. Zoiets. Oh, zei je anders zeggen? Oh, ik bedoelde 38, hoor ik net. Maar dan gaan jullie samen, toch? Nee, 38. Afif en Niels 38. Ik ga wel mee met Fef. Ik denk hij wordt geen topscorer, denk ik. Met 38 wordt hij geen topscorer? Nee, met 38. Met 28. Oké, wie gaat er 39 maken? Nee. Zeko, hij maakt er 28 en Higuaín maakt er 29 of 30. Echt? Higuaín gaat er meer maken. Oké. Higuaín gaat er meer maken? Ik denk dat Higuaín het topscorer van de Serie A wordt. Icardi gaat minder maken dan de voorgaande jaren. Ja. Dus Icardi wordt het niet. Immobile wordt het ook niet. Maar ben je nu al bezig met die hot takes, omdat je dinsdag niet podcast hebt? Nee. Ja, dat willen ze wel, maar... is het een hot take, denk je, dat ik wel één topscorer van de Serie A wordt? Ik denk... Als het is ook weer niet alsof je Mitchell Dijks de topscorer is. Nee, maar als je Ronaldo... Ik denk als Ronaldo er 28 maakt, dan is hij wel topscorer. Maar het is wel een competitie waar spitsen veel maken. Twee seizoenen geleden had je bijna elk weekend dat Belotti scoorde, dat Immobile scoorde, dat Zeko scoorde, Mertens en Icardi. Als je daarop wedde bij Toto, dan had je hem zeker binnen. Ja. Dus, maar over de voorspelbaarheid van competities. Van mij een column van Diederik Smit deze week voorbij komen over de voorspelbaarheid in... Wie? Ja, Diederik Smit. Je weet wie ik bedoel.
Nee, weet je nu even niet. Ik heb een kopie. Ga maar even googlen. Ik hou even mond. Ja. Jij houdt even je mond. Nee, maar daar ging het over de voorspelbaarheid in competities. En dat het eigenlijk overal nu wel al bepaald is voordat het seizoen nog moet beginnen. In Spanje heb je dan nog dat het tussen twee clubs gaat, maar elk ander land. Drie, denk ik wel, ja. Drie? Ja, ik denk dat Atletico ook meedoet. Zo, wat denken wij hier op de bank? Ja. Dat denk ik ook, maar ik denk niet dat ze het worden. Nee, maar het gaat wel tussen hun drie? Ja. Ja. Okay. Vorig seizoen ook tweede geworden, Atletico. Ja. Ook weer knap hoor, Simeone, even serieus. Ja, is het wel zo knap? Ik zag dat ze in waarde van selectie, is hun selectie dus waardevoller dan die van Real Madrid voor het eerst. Oh ja? Gewoon ja, ze hebben Lamar natuurlijk erbij Ze hebben dus gewoon echt hele... ze hebben ook gewoon dure spelers. Is dat financieel verantwoord wat ze hebben gedaan? Maar wacht... Structureel komen ze ver in de Champions League. China, is dat dan waarde in, zeg maar, wat ze gekost hebben? Of waarde in de marktwaarde die ze volgens nu... Volgens mij marktwaarde. Want kijk, Real Madrid heeft natuurlijk best wel wat oude spelers die relatief... weinig marktwaarde tegenwoordig, bijvoorbeeld Modric heeft niet meer de marktwaarde die hij natuurlijk 5 jaar terug had. Daar heeft het ook mee te maken, want het gebeurde het verschil, het is ook gewoon maar een schatting van transfermarkt natuurlijk. Ja. En het gebeurde na het behalen van die prijs, dan krijgen ze een miljoentje linksom rechtsom erbij. Modric naar Inter, is er daar nog sprake van? Dat helemaal afgeketst. Ja, sinds tenminste al een week al helemaal afgeketst. Eigenlijk gisteren berichtte de krant er nog over dat er wel een klein kansje was. Zou er weer een gesprek zijn geweest tussen Perez en Modric of zijn zaakwaarnemers. En toen hebben ze gezegd, ja, we gaan je gewoon echt niet laten gaan. En zeker niet voor de constructie die Inter voor ogen heeft. Dat ze een lening... rechtszaak van Real of Inter. Ja. Maar goed, we gaan het zo nog even over. We willen toch even over de Primera Division hebben. Het eerste quizje vandaag, het eerste spoorkoolquizje. En die gaat over 25 spelers met de meeste Serie A-wedstrijden. Maldini. Nou, laten we beginnen bij Willem. Maldini. Okay. Zanetti. Zijkoch. Zij toch. Armin. Moet het op die volgorde of... Wat je weet. Del Piero. Ja. Baggio. Ja. Heb je er misschien nog wel twee ook? Ja. B-A-G-G-I-O. Ja. Zijn bezig. Goedemorgen zeg. Nee. Ik denk Totti. Ja. Batistuta. Ja, ho. We gaan het sorry. Gewoon wel even netjes je beurt afwachten. Ik dacht we gingen rennen. De Rossi? Nee. Haat hem niet, hè? Nee. Mag je die van mij hebben? Feffi. Ja. Kijken. Buffon. Ja, tuurlijk. Parma en Juve. Mazzola. 2 zetten. L. Van Mozzarella. Och jee. Nee. Mazzola. M-A-Z-Z-O-L-A. Al die moeite voor dit. Paresi. Oh, lekker. Sowieso. Misschien allebei. Oh, die had ik wel wat hoger verwacht. Natale. Ja. Toto. Die Natale. Niet? Nee. Jeetje, Armin. Ja, ik ga niet weer wat hij zoet te zeggen. Echt ook Armin invoeren. Vieri. Ja. Sowieso. Even kijken naar die club. Wie is die met 478 dan? Niet zien. Perotta? Nee, niet Perotta. Hoe heet die? Paliuca. P-A-G-L-I-U-C-A. Ja, sowieso. Die L. Nee, die A moet weg. P-A-G-L-I-U-C-A. Kijk. Toldo? Ja, de keeper die staat sowieso bij. Nee. Even. Nee. Wat? Meazza? Meazza, dat ja, is Meazza sowieso. Ja. Meazza niet. Sowieso? Dzenga. Nou, we moeten toch een beetje in de keepers gaan. Jezus. Livio. Rivera. Di Livio. Ja. Marchegiani. M-A-R-C-H-E. Al lang doorgaan. G-I. Voor het lingo, soort van, hè? G-I-A-N-I. Juventus. Ook niet. Di Livio. Nee, die was al genoeg. Die was al gedaan. Ja? Ja. Oh. Facchetti. F-A-C-C-H. E. Ja. Pirlo. Kunnen wij een lingo-achtige... Ja, het was lekker. Een lingo is het inderdaad. Ja. Jezus. Costa Corta. Costa Corta, ja, denk ik wel. Met Costa. Costa. Ook niet. Net vet, staat die ertussen? Wie? Nee, die is te laat gekomen. Ik zie zijn carrière niet. Nee, ja, niet. Okay.
Maar even kijken. We Piola, P-I-O-L-A. Ik heb de namen allemaal niet. Wat een kutquiz. Noordal. Even spellen. N-O-R-D-A-H-L. Cannavaro. Cassano. Nooit. Nee. Heel veel blessure. Nee, sowieso niet. Trapattoni. T-R-A-T-P. Twee P's. Ja, maar hij pakt hem ook zo, als het goed is. Dat weet ik niet, dat is Cattuso. Ja, heb je iemand, Gijs? Twee T's van T-1-S. Jongens. Kijk of de chat ons een beetje weg gaat. Ferrari. F-E-R. Ja, dat weet je wel. Ferrari A of is... Ah ja. Nee, ja. Fiat. Albertini. Demetrio. Nee. Donadoni. Nesta en Inzaghi. Ja. Inzaghi zie ik er wel staan. Nee, ook niet. Vreemd. Dit zijn allemaal oude toch gewoon... Ja. Ancelotti. Risotto. Arco Gnocchi. Arco Gnocchi. Takinardi. Nee. Hoeveel heeft Chiellini er inmiddels al gespeeld? Nee, dat is niet... Zo schrijf je het niet. Cannavaro. Je hebt net... Oh, dat je al. Ambrosini. Shit. Nee. Toch? Nee. De Roon. Gattuso. Ja, die hebben we al gehad. Ja. Hans Gatenboer. Zoff. Jan-Klaas Huntelaar. Ja. Kijk. Chiellini, die Lekker. Is ook... Batistuta. Ja, Maldini hebben we al, jongens. Die staat bovenaan. Relatief niet zo. Ik heb dit zo'n gasten die echt 20, 50 jaar gespeeld. Ja, dat is 10 seizoen Batistuta. Nog in een ander land. Zinatale. Ja. Hebben we al gehad. Oh. Dan reed hij niet. Peruzzi. P-R-U-Z-Z-I. Oh, hoe heet die? Het staat hier ook. Futurewot? Ja, Futurewot. Ja. V-I-E-R. C-H-O-W-O-D. Ja, staat er al. Roberto Mancini. Oh, grapje. Ja, dat moet. Ja, natuurlijk. Dom. Vialli. V-I-A-L-L-I. Nee. Materazzi. Pirlo. Toch? Ja, Pirlo staat er al. Toch al. Die heeft te weinig Toro. Gespeeld in zijn laatste... Pida. Nee. Riviera. Hebben we al. Oh, hebben we al. Is Rivaal geweest? Moet je ook heel eerlijk zeggen dat ik clubs voorbij zie komen waar ik nog nooit van gehoord heb. Spal 1907. Nog nooit gehoord. Ambrosiana Inter. Die ja, dat is de oude naam van Inter tijdens Tweede Wereldoorlog. Nee, dit is allemaal ver voor ons. Ik zeg, we geven hem op, want dit heeft niet zoveel zin meer. Ja, probeer er nog vijf. Ja. Je hebt gezien hoe lang we hier over de E-Niel. Ja, ik laat de chat. Nee, dit is allemaal... Sombrotta? Nee. Hè? Spelers die naar het buitenland zijn gaan, is kansloos. Ja. Ja. Je moet minimaal 15 seizoenen. Dit is 15 seizoenen alle spelen, weet je wel? Ja. Ik zeg, kijk, ik zeg, we geven hem op. Die toen de grote drie. Ja. Nee, de grote drie vanuit Nederland kwamen. Ja, is het goed, ja. Ja, wie zat in dat team? Ja, die hebben echt bijna allemaal gehad. Ancelotti had ik, maar die klopte niet. Nee. Donadoni hebben we al gehad. Donadoni. Massaro heeft er geen 500 stond gespeeld. Er op goal toen? Wie stond er op goal toen? Hoe heet die gozer, man? Die andere 40 jaar keeper is... Die was ook links of rechts achter. Nee. In de jaren 70. Ja, dat is die. Waar Arie Haan tegen scoorde. Hoe heet de keeper nou? Welke? Zoff. Arie Haan. Toch staat er al. Staat er al. Deze man waar Arie Haan tegen scoorde. Hij is gek, hoor. Wie zei dat? Het is toch zo, dat afstandsschot? Zof stond op goal. Ja. Weet het nog precies. Albertozzi. Ja, maar ze zitten dus boven ook gewoon te googlen. Skip hem, joh. Nee, kom op, ga erachter komen. Nee, Niel wilt hem echt af. Maar zei, als je zo alle namen ziet, dan... Die 519 duels alleen voor Inter. Ja, dat moet tegen. Dat moeten we. Ja, zeker. Ja. Nou, dat is iemand die jaren 50, niet Andy van de Meijden? we zeiden dat tegen. Dat moeten we eigenlijk weten. Rivera, Zanetti. Of nee, Rivera. Hattie, Baresi. Zenga is Mr. Inter. Met Giannetti. Biani. Zenga zo geweest. Strootman. Juto. Napoli, Juve. Lucas Steijnhoff, ja. Het moet uit dat team zijn dat toen Baresi de Champions League hadden we al, hè? Ja. Roma, Fiorentina, Roma. Wie in de jaren 60. Ik wou zeggen, die andere kunnen we wel opnoemen. Precies. Hoeveel heeft Hamsik er inmiddels al? Die staat er niet tussen, hè? Maar die heeft ook echt wel ook veel. Ook wel zit tegen de 400 aan, denk ik. Cesar Maldini. Ja.
Ferrari. Ja, oh, dit is Giro Ferrara. Oi, oi, oi. Ferrara. Ja, door die Livio ben ik gestopt met die bejaarden, maar Giro Ferrara wel natuurlijk. Bergami hadden we al of niet? Het is Bergami. Ja, dat is Mr. Inter. Bergami. Ja, B.E. Pepe Bergami. Ja, het is ziek. Wie is die clubhopper? B.E.R. G.O.M.I. Ja, dat is die komt er. Nee, M. Bergami. Marijn Lazarus. Ja. Thanks, jongen. We luisteren wel. Van wie is dat lauwe biertje achter Raoul? Niet van mij, ik heb een verse. Ik denk van Lars van Velsen, die er al had moeten zijn, maar goed. Mario B. misschien? Netvet hadden we al geprobeerd, toch? Dainelli? Nooit. Nee, sowieso niet. Alleen bij Chievo. Het eerste rijtje hebben we inmiddels rond. Rijtje van Barzac. Ja. Wie? Favalli. Jawel. Wel? Nou, bij de Bremen. Of voor Wolfsburg. Roma, Fiorentina, Roma. Is dat niet in Argentijn? Niet meer, man. Nee. Nou, we hebben nog 1 minuut voor mensen. De chat gaat goed los trouwens. Rip in de chat. We gaan hem opgeven. Even kijken. Ja, sorry hoor. Maar, Pirlo. We hebben geen... Nee, niet dat je jezelf iets hoeft te verwijten. Alleen Borknieg misschien. Maar dat ja, die werd ook geroepen. Excuus daarvoor. Die werd ook in de chat geroepen door Hollandische Hert Hanner. Excuus jongen. Ja. Ja. Geslaagd. Ja, net aan. 5,5. Ik vond hem vervelend. Ja, vervelende quiz? Ja. Nou, ook veel namen waar je net niet opkomt, zeg maar. Verhaling vatbaar. Nee. De oude spelers. Ja. Nog heel even over Serie A. Blij dat Parma nu weer terugkeert, of niet? Ja. Ook goed stadion, veel fanatieke supporters. Ja. Dus het zal altijd wel bijna vol zitten. Mooi shirt. Schitterend shirt, inderdaad. Mooiste leuke shirt spelers van, ook. Zeker nu ze een paar hebben aangetrokken. Ja, het is weer blauw-geel en jij slaat eraan. Nee. Ik heb echt sympathie voor Parma. Het uitshirt is perfect. Rea is wel amateurclub deluxe, hè? Daar hadden wij bij de amateurclub onze neus voorop. Bij de Masita, weet je. Dus gewoon ingekocht bij toernooien. Dat vind ik zo'n goor merk. Ik kom niet fokken met Masita. Niet het mooiste shirt van Italië. Dat vind ik van Venezia. Ja, en van Fiorentina vind ik ook altijd wel echt heel mooi. Ja, nee, maar Parma is perfect. Marketing-wise misschien iets te veel aan het overdrijven. Met die vier shirts, ook deelgemeente een kleur. Ja. Ja, voor elke euro een portemonnee. Zo'n Fiorentina shirt met Toyota erop. Ja, die is wel goud. Nee, Nintendo is wat ik zag Nintendo, graag nog. Ja. True. Als we, ik zei het net voordat we dit fantastische spoorkoolquiz gingen doen. Ik wil het nog hebben over de Primera División. Want La Liga heeft nu bepaald dat er ook wedstrijden in de VS mogen plaatsvinden. Canada. Blij mee? Zeker. Ja? Ja. Ongelooflijk. Ja, voor jou weer een reisje, ja. Maar jij, je bent blij? Ja, nee, ik vind het gewoon wel in de trend van de sport. Dat een beetje globalisering. Gewoon sport geven aan iedereen die het verdient. Gewoon ook op locatie. Ja, ik weet dat heel veel tegenstanders ervan zijn. Begin het toch gewoon een La Liga USA? Nou ja, maar je kan ook... Het gaat om 1 wedstrijd per seizoen. Minimaal 1 wedstrijd per seizoen. Minimaal? Ja, per team of gewoon 1 in totaal? Als maximaal is, dan wil ik nog met je... Nee, dat is geen maximaal. Minimaal 1 wedstrijd per seizoen. Ja. Dus dan het kan ook Elche Alavés zijn. Dat gaat niet zijn, maar... Is daar ook bedongen, zeg maar, dat er wel een topclub mee moet? Ja, ik denk dat uiteindelijk wel alleen maar interessant is als topclubs gaan. Ja. Maar hoe verkoop je dat tegen je eigen fans? Je koopt de seizoenskaart... En dan kan je Barça Real vervolgens niet meer in het Camp Nou zien, maar moest je naar Amerika ervoor. Nee, dus tenminste, heb je geen kaartje, dan heb je niet dezelfde seizoenskaart. Dan ga je niet, kunnen andere mensen een keer kijken. Ik denk dat sport zo erg veranderd is, dat het gaat niet alleen maar om fanbases in de steden waar de clubs gevestigd zijn. Hun fanbases in Amerika of in Azië zijn veel groter, soms wel. In hoeveelheid wel, ja. Maar dat is toch geen... Ja, daar is toch een zomer- of een winterstop voor? Ja, is ook zo. En het is op Barcelona. Het is niet een Amerikaanse ploeg of weet ik wat, weet je wel. Ja, je speelt wel voor je eigen fans. Ze hebben in de zomer de mogelijkheid om daar te spelen, toch? Ja, oké, maar dat zijn niet de echte... Dus jij bent geen echte fan? Nee, luister. Als je 20 seizoenen... Stel, je hebt 20 seizoenen een seizoenskaart bij Barcelona. Ja? Gaat opeens de bond beslissen dat Barça Real niet meer in het eigen stadion wordt gespeeld. Dat wordt van je afgenomen. Dat kan je toch niet naar die fan verkopen dan? Dus een Italiaanse man met een seizoenskaart is meer fan dan jij? Omdat jij daar toevallig niet in Milaan kan zijn, niet kan wonen...
Niet maar hetzelfde. Het gaat toch om commercialisatie. Vliegt hij toch naar Milaan om dat te doen? Die Amerikanen kan toch ook elke keer naar Madrid vliegen? Ja, maar dat doen ze ook. Het is toch helemaal ik meer. Ik begrijp wel wat Afif zegt, maar wat ik het jammer eraan vind, is dat op deze manier gaan heel veel clubs hun eigen smoel kwijtraken, weet je wel? Doordat, ja, het wordt allemaal eigenlijk... Maar het slaat werkelijk niks om, want nee, hij kan net zo veel fan zijn als die man die naast het stadion is gewoon. Maar het pech is dat hij in Nederland woont, dus zal hij daar naartoe moeten. En die club hoeft echt niet, omdat hij een fan is, hier naartoe te komen. Nee, klopt. Maar ik denk dat er worden zoveel wedstrijden gespeeld per seizoen. 60, 65 wedstrijden spelen ze wel, de topclubs. Dat één wedstrijd je verplaatsen... Ik zie daar het probleem niet zo erg. Ik vraag me vooral af hoe dat bepaald wordt. En maar er is totaal geen clubcultuur, affiniteit bij de Amerikanen. Die vinden het fantastisch wat je deze zomer doet met zo'n Champions Trophy. Dat is toch prima? Daar haal je toch niet een competitieduel voor naar een ander land? Zelfde partner gaan ze doen met Relevant. Die gaan organiseren ook Champions Cup. Maar dit, je noemt globalisering als reden. Dit zou je ook wel bij de Premier League en Serie A wel zien gebeuren. Dat er gewoon af en toe een wedstrijdje naar gebeurt nu al. Dat gebeurt nu al in de zomer met die Supercups. Ja. Die Supercups worden overal Maar de Champions League gaat toch de finale? Dat is ook het idee dat het binnen nu en 5 jaar ergens op een andere locatie dan in Europa wordt gespeeld. We gaan het zo. Ja, die plannen zou me niet verbazen. Financiële belangen zullen altijd zwaar wegen uiteindelijk. Dus, wat is dat met dat? Er komt er ooit zo'n nieuw toernooi? Die komen een keer een wedstrijd. Een WK voor clubteams komt er ooit. Als ze dat doorzetten, ja, dat en dan kan je nu misschien cashen in een ander land of je fanbase pleasen. Het resultaat zal zijn dat over 5 jaar consequent dat de arena hier leeg zal zitten. Weet je wat ik vooral niet meer 100%. Snap? We vinden het nu raar, maar ik denk dat over 10 jaar dat het gewoon de normaalste zaak van de wereld is. Wij zijn ook anders opgegroeid. Dat clubs hun wedstrijd weet je, er komt ook een andere generatie fans aan, denk ik dan. Ja, maar het verschilt niks met Maurits Horst die naar FC Twente wil, omdat hij 10 jaar jonger is dan dat ik ben. Denk niet dat hij dus erop staat te springen als hij vanavond ik vind het dus heel tof om zeg maar een NFL-wedstrijd in Londen te gaan of een NBA-wedstrijd in Milaan. Mm-hmm. Ja, aan de andere kant vind ik het ook goed dat we een beetje tegen de schenen van het conservatieve voetbal een beetje aan beginnen te tikken. Dat je gewoon even... Dat kan echt wel op een heleboel manieren zonder dat je de club verplaatst. Of de wedstrijd waar je gewoon naartoe wil. Maar het is precies wat Niels zegt. Gewoon, het is wel fijn af en toe dat NBA hier komt, NFL komt. Ja. Dat het dichtbij is, dat het gewoon... toegankelijk is voor maar dan heb je het over een clubcultuur die gewoon kan zeggen van... Nou ja, oké, Chicago was leuk, 35 jaar, maar we gaan nu proberen in San Diego, want de voorwaarden zijn beter. Dat is geaccepteerd in dat land, dat is een hele andere gedachtegoed. Ja, en die komen echt om zieltjes te winnen hier. Ja. Zodat de mensen kijken voor de sport. En nu gaat La Liga precies datzelfde doen in de Verenigde Staten. 2 grote deals sloten, eerst 1 in India. Daar hebben ze het aan Facebook verkocht. Hè. Daar kan je in India komend jaar alle live wedstrijden live kijken via Facebook. Ajax Feyenoord op Bali of zo. Ja. Weet je wat het is? Het maakt wel voor mij... Kijk, ik bedoel, ik vind voetbal nog steeds fantastisch. Maar het haalt voor mij wel een stukje... urgentie van naar het stadion gaan weg. Als je begrijpt wat ik bedoel. Laat ik het zo zeggen. Die Europese Supercup finale... Ja, in Tallinn. Ik bedoel, leuk. Er zijn ook mensen die ook van voetbal houden, weet je wel. Maar het doet mij niet zoveel als, laten we zeggen, in een echte traditionele voetbalstad. En ik kijk die wedstrijd toch nog wel. Ik heb ervan genoten van de week. Maar laten we eerst even kijken welke wedstrijd het gaat worden. De concepten daarachter zijn uiteindelijk altijd verkeerde mensen die eraan verdienen. Want feitelijk is er niemand gelukkig wie erbij betrokken is dat de Europese Supercup finale in Tallinn afspeelt. Misschien een handjevol fanatieke voetbalfans die dan naar het stadion kunnen gaan. Ja. Voor de rest niemand. Lokaal niet, er gebeurt niks. Die mensen hebben gewoon voorraad maar Tallinn even om naartoe voor te jou, gaan. Hè? Liever Barcelona Real in Barcelona om 12:00 PM. Voor de Chinese markt, of dat wij hem hier om 10:00 PM kunnen zien. Maar de Classico gaat niet zo snel naar het buitenland. Nee, maar dus Barça-Real... Dat gaan ze echt niet pikken. In de toekomst, Barça-Real, dat wij hem hier gewoon s'avonds kunnen kijken, omdat hij dan in Miami wordt gespeeld. Ik heb geen enkele moeite in het weekend dat die wedstrijd om 12:00 is. Echt niet, als je zelf moet voetballen? Zelf moet voetballen? Ja, nou, dan heeft Barça-Real pech, maar in het geval dat ik vrij ben... Ja, die met 2 gaat voor? Ja, natuurlijk. Oh, okay. Behalve voetballen. Maar ik denk inderdaad, Barcelona thuis tegen Huesca of zo, weet je wel. Dat in Amerika spelen, dan is er wel een stadion vol. Zo'n trick is hier. Je moet er niet in meegaan. Trap er niet in. Ja, na Barça Huesca, we gaan ze steeds opbouwen. Zullen we het even vragen? We gaan het even vragen aan een voetballer. Okay. Ja, aanvoerder van VVV. Danny Pos. Wat nou als VVV Ajax wordt gespeeld in Tokio? Wat denk je dat ze daarvan vinden in Venlo? Daar is hij weer. Hey. Oh, is wel slecht. Ja. Is een slecht voorbeeld dan. Venlo, slecht internet, hè? Hoorde je onze discussie in de studio of niet?
Een stukje wel, ja. Ja, nee, het ging over dat nu in La Liga wedstrijden in het buitenland worden afgewerkt, zeg maar. Competitiewedstrijden worden vanaf komend seizoen ook in Amerika gespeeld. Wat vind je daar eigenlijk van die ontwikkeling? Ja, ik vond dat toernooi wat nu gespeeld werd in Amerika in de zomer, dat was, ja, was leuk. Ik denk ook dat het leuk is voor de fans in Amerika. Alleen competitiewedstrijden, daar hadden jullie het volgens mij net over. Ik denk dat je dat gewoon lekker in je eigen stad moet blijven houden. Ja, dus voorlopig geen wedstrijden van VVV in het buitenland. Competitiewedstrijden. Nou, ik zou het persoonlijk wel leuk vinden als speler, maar ik denk dat het voor de fans wel heel raar is als we opeens ja, in een andere stad gaan spelen. Maar ik denk dat het ook helemaal niet ja, handig is. Ja. Als, als fan, als Amsterdammer, ben je fan van Ajax? Nee, niet meer. Ik ben vroeger als je, ja, groei je daarmee op, ben je wel fan van Ajax. Maar sinds ik eigenlijk profvoetbal speel, ben je daar helemaal niet meer zo mee bezig. Ja, maar dan kijk je nog wel met een bepaald gevoel afgelopen week naar Ajax? Of ben je dan alleen maar bezig om ze te analyseren voor komend weekend? Nee, zoals dinsdag, dan kijk ik gewoon puur, ja, als je moet kiezen tussen een Nederlandse club en een club in Europa, dan ben je natuurlijk gewoon voor Ajax. Ja. En dan hoop je dat ze het goed doen, ook gewoon voor het Nederlands voetbal. Alleen, ja, ik snapte niet echt goed dat ze, hoe ze eigenlijk vorig weekend zo punten hebben kunnen laten liggen als ik ze dinsdag heb zien spelen. Dat vond ik wel echt apart. Ja, want hoe bereiden jullie nu voor op Ajax? Ja, ze speelden vorige week eigenlijk tegelijk met ons, ook om 6:30. Dus zij tegen Heracles en wij tegen Willem II. Dus ja, ik kon de wedstrijd niet live zien. En na de wedstrijd had ik ook zoiets van hoe is het mogelijk dat ze 1-1 gespeeld hebben, vooral thuis. Ja. Ja. En ja, daardoor verwachten we ze nu eigenlijk extra scherp. Kijk, ze hebben nu al punten laten liggen. Je zou zeggen dat gebeurt ze geen tweede keer, zeker niet zo kort na elkaar. Maar ja, we hebben ons voorbereid dat hun er alles aan gaan doen om die punten mee te nemen. En wij gaan ons daarop instellen. En dat zal lastig genoeg worden. Maar ik denk dat als we ons spel spelen, wat we eigenlijk vorig seizoen ook veel hebben laten zien, dat er een resultaat misschien wel in zit. Nee, absoluut. Vorig jaar was het voor mij een uur lang dat jullie goed mee konden komen met Ajax. En toen won Ajax uiteindelijk in Venlo. Als je nu kijkt naar hoe Heracles het heeft gedaan tegen Ajax, wat zijn nou goede dingen die jullie ook zaterdag moeten proberen te doen tegen Ajax? Nou, de beelden die ik gezien heb tot nu toe van Heracles was dat ze eigenlijk wel brutaal, tenminste brutaal, dat ze gewoon ook gewoon goed probeerden te voetballen, omdat Ajax gaf die ruimte ook. En ja, dat ze toch compact de linies houden. Je zag bij Standaard Luik vooral dat ze hoog wilden druk zetten, heel grote linies maakten. En ja, dan voetbalt Ajax zo makkelijk er doorheen. Dus als wij morgen de linies groot maken en ja, niet compact staan, dan heb je gewoon een hele zware avond. Ja. Dus ik denk dat het voor ons belangrijk is dat je gewoon net als Heracles de linies kort houdt en vanuit daar probeert te voetballen. Ja. Vorige week wist je de enige goal te scoren in een belangrijke overwinning tegen Willem II. Hier zien we de goal. Ja, gaan we dit vaker dit seizoen zien? Danny Post die van afstand zo binnenschiet? Morgen waarschijnlijk. Morgen waarschijnlijk, ja? Veel mee bezig geweest in de voorbereiding? Nee. Nee, ja, we hebben vorig jaar Clint gehad natuurlijk, die als middenvelder, Leemans, die wel een doelpuntje maakte. En ja, hij was toen toch wat aanvallender ingesteld. En ja, ik probeer nu ook gewoon mijn momenten te pakken om wat aan te sluiten bij de aanval. Ik speel nu met Moreno Rutte naast me, die is wat verdedigender ingesteld ook. Ja. En ja, dan heb je zelf ook wat meer de mogelijkheid om wat aan te sluiten. Maar ik weet wel van mezelf dat ik geen doelpuntenmaker ben, maar als ik zo'n doelpuntje elke keer mee kan pikken, dan... Dan teken ik ervoor. Ja, vorig jaar hadden we natuurlijk eigenlijk een droomseizoen. Kampioen geworden in de Jupiler League. Nou, het eerste jaar eigenlijk probleemloos veilig gespeeld. Vaak wordt er dan gezegd, het seizoen daarna wordt wat lastiger. Hoe gaan jullie daarmee om? Dat het dit jaar dan het tweede seizoen altijd lastig is. Hoe gaan jullie daarmee om in Venlo? Ja, je hoort dat veel natuurlijk. Eigenlijk zegt iedereen, het tweede seizoen is lastiger dan het eerste seizoen. Maar ik denk dat dat moet blijken. Kijk, vorig seizoen ben je eigenlijk de verrassing. En ik denk dat heel veel clubs zich toen een beetje stuk hebben gebeten op onze tactiek. En nu kent iedereen je. Iedereen weet een beetje hoe we spelen. En ik denk dat dat vooral het grootste verschil is. Maar ik denk als we gewoon... Het gros van het team is bij elkaar gebleven. Dus ja. Wij zijn allemaal ook weer een stapje verder met elkaar. Dus ja, ik moet maar blijken of dat moeilijker wordt. Ik denk dat het gewoon net zo zwaar wordt. Zeker als je kijkt naar de...
de begroting die we hebben, die is niet heel, heel erg veel omhoog gegaan vergeleken met de rest van de Eredivisie. Dus het wordt gewoon een heel moeilijk jaar. Ik denk net zo moeilijk gewoon als het eerste seizoen. Ja, er zijn wat sterkhouders weggegaan. Is er eigenlijk nog interesse geweest in de persoon Danny Post? Nee, niet concreet. Je hoort hier en daar wel eens wat, maar daar heb ik nooit zo, daar heb je als voetballer nooit zo heel veel aan. Het is, ja, ik ben ook aan het einde van het seizoen helaas geblesseerd geraakt. Toen ook toevallig tegen Ajax uit. Dat was de derde wedstrijd voor het einde van het seizoen. Toen scheurde ik mijn binnenband. Dus eigenlijk ben ik daar de hele zomer mee bezig geweest om te revalideren. En dat helpt ook niet echt mee in een eventueel transfer. Nee, inderdaad. Maar ik heb nog een jaar contract, dus ik hoef niet per se bebleven in de Eredivisie. En ik vind het ook net zo goed om nog een jaar Eredivisie te spelen met VVV. Ja. Nou, morgen dan knallen tegen Ajax. Veel Amsterdamse vrienden mee naar Venlo op de tribune? Het valt mee. Ja, ik heb nog niet, dat merk je wel. Het eerste jaar is allemaal alles nieuw. Wil iedereen zoveel mogelijk kaartjes krijgen. Je hebt nog kaarten over. Van, maar... Ik heb nu nog wat kaartjes over, dus ik weet niet of er nog iemand wil komen. Ja, dus ben je nu zit je te kijken en denk je, leuk, morgen VVV Ajax. Stuur ons een berichtje, dan sturen wij Danny een berichtje. En dan zit je morgen in het familie, naast de ouders of vriendin van Danny, toch? Nou, in de skybox, ja. In de skybox? Nou, dat is mooi om weg te geven, Danny Post. En als je scoort dan wel wijs, hè, naar die skybox. Ja, ben je wel eens in de cool geweest? Als jij een skybox vindt, dan zal ik er naar wijzen. Ja, ik ben vorig jaar op eerste paasdag geweest. Een hele gezellige businessclub. Ja, dat duurt nog wel een tijdje voordat ik weer terugkeer in de cool. Wat zei je? Businessclub? Businessclub is cool, is uitstekend. Hoe kom jij daar nou weer terecht? Ja, als je vanuit de perstribune gewoon een heel interessant gezicht... Jij trok gewoon de deur open. Nee, maar gewoon heel interessant kijken en dan kom je nog wel eens ergens. Oké. Okay. De businessclub, zit dat er eigenlijk dan bij morgen, bij die kaarten? Ja, zit er allemaal bij. Oké. Okay. Hartstikke goed. Danny, heel veel succes morgen. Thanks voor je tijd. En vlammen morgen, jongen. Is goed. Yo, rustig aan. Oké, dankjewel. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Dat is natuurlijk wel het verhaal een beetje met VVV. Vorig jaar vriend en vijand verrast, hè, door eigenlijk zo soepeltjes in de Eredivisie te blijven. Gaan ze dit jaar ook zo soepeltjes halen, denk ik? Het tweede jaar is altijd lastig. Ja, ik hoorde het net iemand zeggen, ja. Nee, maar ja, ik heb er wel vertrouwen in dat zij... Ik denk dat zij meer kwaliteit hebben dan de ploegen daaronder. Dan bijvoorbeeld een De Graafschap of een Emmen. Ik bedoel, heel leuk begonnen natuurlijk. Ja. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat de VVV ook dit jaar... Ze zullen het moeilijker krijgen dan afgelopen jaar. Er zijn natuurlijk toch wel wat kwaliteit ingeleverd... met bijvoorbeeld Leemans en Van Krooij natuurlijk naar Zwolle. Ja. Maar ik heb wel Lennartie niet te vergeten. Ja. Natuurlijk de held. Maar ik denk wel dat VVV erin gaat blijven. Ja, het is sowieso wel mooi voor de Eredivisie. Ondertussen vraag ik eigenlijk af, moet er al eigenlijk een alert uit waar onze keukenkampioen divisiekenner blijft? Want het bord is prachtig. Hulde daarvoor, Thomas. Mijn bord. Oh, hij is roken met Vef. Nou, dat is een goede binnenkomer. Want, Thomas zit gewoon lekker zijn chicks te appen. Laat die jongen even een beetje. Dat moet ook gebeuren. Ja, heel goed, Thomas. Ja. Ook laten zien dat hij het niet aan het doen is. Nou, dan gaan we het nog even hebben over Ligue 1. We hebben het natuurlijk over de Primera División. We hebben het alleen maar over dat geintje in Amerika gehad. Maar moeten we het niet even inhoudelijk nog hebben over de Primera División? Zeg maar. Wat de verrassing van dit seizoen, Aviv? Zo. De verrassing van dit seizoen. Hij was even geschrokken van het beeld van Lars van Velsum die buiten aan het roken is. Ja, maar de verrassing in de Primera División dit jaar? Real Betis. Betis? Ik precies hetzelfde zeggen. Ja. Nee, ik zweer. Ja. Luister. Die hebben echt. Die hebben vorig jaar fantastisch gedaan. Hebben zich alleen nog maar versterkt. Merel van Dongen onder andere gehaald. Inoui, Carvalho. Ja? Inoui, Carvalho. Ja, precies. Nee, maar ik vind het een hele leuke club ook. Ik ben er wel eens geweest. En ja. Je komt wel op vlekken, jij. Hey, going places, man. En ze spelen vanavond tegen Levante trouwens. 21:15. Over mooie aanvalstijd heb ik gesproken. Betis, maar Betis... Betis, nee, exact wat Jean-Paul zegt. Ze hebben zich goed versterkt. Inoui, hartstikke goed. Ja. Die Japaner die uitblonk. Ja, echt, ja. Goed. Dat is een grote... Vef was daar zo fan van, toch? Inoui, maar het is zeker. Echt een hele Takashi. Goede speler. Ja. Oh, je mag hem Takashi noemen? Ik mag hem Takashi noemen. Een hele goede speler. Was dat een ouder dan ik dacht? Hij is 29 of zo. Ja. Als jij zegt verrassing... Ja, is het verrassing omdat we het een beetje verwachten? Misschien wel, misschien niet. Maar ik denk wel dat zij het...
Ik denk dat zij vierde kunnen worden. Vierde? Dat bedoel ik met verrassing. Zo. Gaan we boven Sevilla? Boven Sevilla, ja. Valencia. Villarreal, ja, ik ben niet onder de indruk van Sevilla. Valencia, die hebben het, ik denk Valencia vierde wordt. Bij Valencia heb ik meestal, als het heel goed uitziet, als er veel goede spelers zijn, dan valt het vaak tegen. Ik ben heel benieuwd de keuze die zij voorin gaan maken. Ze hebben natuurlijk Batshuayi gehaald, Sheryshev, Kevin Gamero natuurlijk. Ja. Dus Rodrigo hebben ze nog, ze hebben Santimina. Ze hebben genoeg spelers. Santimina, Sheryshev die zal links spelen waarschijnlijk. Dat heeft hij bij Villarreal ook altijd Rodrigo gedaan. Rodrigo zit er nee, weg. Ja. Ja, Rodrigo zit er nog. Waarom hebben ze dan zoveel aanvallers in één keer gehad? Het ding is, Sheryshev kon op links midden of links buiten. Rodrigo die is, natuurlijk die kan op rechts buiten en in de spits. Ja. Maar die gaat wel voorin spelen. Dat jij FIFA gaat speelt, ik weet het allemaal. Ja. Hij kent alleen LM. Maar wat moet Heb jij heel veel aan? Ja, natuurlijk. Maar er wordt hier gesteld, Betis is vorig jaar vijfde geworden. Kan je dan nog spreken van een verrassing? Ja, dit seizoen. Want vierde vind ik verrassing. Als ze het beter doen dan vorig jaar, dan is dat zeker een verrassing. Want vorig jaar was al een gegeven. Maar vorig jaar was, ze waren zesde, toch? Nee, ze zijn boven Sevilla geëindigd. Kappa 132, dan zijn ze 50 geworden. Want ze hoeven geen voorrond spelen, Sevilla wel. Okay. Maar ik moet zeggen dat als Betis ook maar in de buurt komt van de prestatie van vorig jaar, is het ook gewoon weer een verrassing. Want het is gewoon, vorig jaar was echt rete knap wat ze hebben laten zien. Ik denk juist niet, ondanks, ik gun ze van alles. Ik heb vorig jaar denk ik de meeste 90 minuten gekeken naar Betis. Maar over het algemeen kan zo'n club dat niet twee keer. Iemand anders gaat dan weer verrassen. En ik denk dat, omdat Setién zo een voorbeeldige trainer is die altijd wil voetballen, dat op den duur ook lastig is met de stand, zeg maar. Waar Valencia eerder zou kiezen voor het consolideren, gaat hij never consolideren. En daarom moet je naar ze kijken. Maar gewoon een duidelijk speelbeeld. Hij weet precies wat hij wil. Hij weet wat hij met die spelers wil. Hij kan ook heel goed spelers beter maken. Zeker weten. En hij kan ook zeker talent zien. Want als je kijkt dat Moron nu gewoon tegen de basis aan zit en vaak basisspeler is, die eigenlijk al zo'n carrière had, dat het niet meer zou gebeuren. Klopt. Nee, dus. Ik hoop alleen dat Valencia achterin iets betere oplossing heeft dan natuurlijk Gabriel en Montoya vorig jaar. Was ik niet heel erg onder de druk. Echt heel slecht. Nou, ik vond Montoya, die leek ook af en toe wel gewoon cheaten, weet je wel. Is weg toch, Montoya? Durf ik niet te zeggen, maar ik hoop het. Maar die kan echt. Die heeft bij Inter heeft hij nog een half jaar gezeten ook. Ja. Die heeft toen ook maar ik weet zeker dat Montoya weer weg is. Gespeeld. Er was namelijk nog een beetje een meme dat hij naar Inter was gegaan omdat hij zei: ik wil weer terug bij Barça. En nu is hij. Hij is naar Brighton. Waar is trouwens de rectificatiemicrofoon? Het zit gewoon allemaal. Dat is een ander programma, toch? Hey, je hebt gelijk. Ja, 60 worden. Villarreal vijfde. Ik heb om de FC Buitenland aflevering heb ik het over Betis gehad. Ja, Villarreal vijfde. Wel boven Sevilla. Dat was het. Heel goed. Jij wil het nog even over Ligue 1 hebben? Ze hebben trouwens ook Diakabi gehaald, was ik nog even vergeten. Ook niet te vergeten van Lyon, hè. Echt een sloper. Ja? Ja. Ligue 1? Ja. Eigenlijk ook al natuurlijk vast wie daar kampioen gaat worden? Ja, die kunnen in principe als ze nu op de platte kan een rondje door Parijs reizen, prima. Ja. Maar dan de vraag terug aan jou. Wie gaat de grote verrassing worden in de Ligue 1? De grote verrassing in de Ligue 1? Daar overval je hem een beetje mee. Real, dat ze het zo slecht gaan doen waarschijnlijk. De verrassing Real, in de Ligue 1. Real, dat gaat toch niet heel hoog komen? Mag ik hier... Ligue 1, Ligue 1. Frankrijk. Ligue 1, hè? Oh, Ligue 1. Ja, nee, Real Lorient. Ik denk, neem je mij nou in de zijk? Weet je, Real, ik denk... De verrassing in de Ligue 1. Saint-Étienne. Of de nieuwe trainer van Bordeaux. Dat is nog even afwachten. Toch? Maar dat is wel heel bijzonder gaan. Ja, vertel, wat gebeurde? Ja, tuurlijk. Laten we even bij het begin beginnen. Bordeaux is deze zomer twee geweldige spelers kwijtgeraakt. Ja. Malcolm naar Barcelona natuurlijk. En Diego Roland naar... Is me even ontschoten. Hoe goed is Miette, wacht even. Nog? Of Mite, hoe heet hij? Ik ga even onderbreken. Sorry. Hoe goed is Malcolm? Ik zie hem niet direct een versterking in Bordeaux? Nee? In Bordeaux was hij fantastisch. Maar ik vond hem wel een beetje groter gemaakt dan die was. Ik had hem liever eerst naar een Dortmund zien gaan, waar ook sprake van Roma. Roma natuurlijk wat heel dichtbij is geweest. Dat had ik leuk gevonden. Maar in ieder geval, Bordeaux heeft dus voorin best wel wat laten gaan. En Poyet leeft altijd een beetje in onmin met het bestuur, want hij wilde voorin wat bij en er komt niks bij. En nou had Bordeaux nog een spits, Gaëtan Laborde. En Poyet die had gezegd, want er was interesse van Montpellier, hij mag niet weg. En gisteren speelde Bordeaux tegen Mariupol, Laborde in de wedstrijdselectie. En gisterochtend om een uur of 11:30, want Poyet gisteravond op de persconferentie kwam het er allemaal bij.
Iedereen komt in het spelershotel aan, behalve meneer Laborde. Hij belt meneer Laborde. Die zegt, ja, ik zit in Montpellier. Ik ben verkocht. Waarop die helemaal leeg loopt, 's avonds na de wedstrijd tegen Mariupol, die ze wonnen en ze gingen door naar de volgende ronde. Dat, die is dus buiten zijn weten verkocht. Hij wist wel dat er sprake was van een vertrek. Maar hij zei van, hij mag alleen weg als er een vervanger is. Die is er niet. Waardoor hij dus eigenlijk een beetje met de gebakken peren zat gisteren. Hij liep helemaal leeg. Na 2 minuten dacht de persvoorlichter, die zei van, oké, hier stoppen. Hij zegt, nee, ik stop wanneer ik dat wil. En toen ging hij nog 3 minuten los. Je raadt het al, hij is vandaag op straat gezet. Maar Bordeaux wordt overgenomen, toch? Dat de oude eigenaars nog even geld willen verdienen, zodat ze dan nog kunnen cashen, zeg maar. Daar is sprake van. En het schijnt dat Uri Gramé, ooit 20 jaar lang keeper bij Bordeaux, en ook trainer ooit, die is toch een beetje op de stoel van de trainer aan het zitten. Die schijnt een beetje een slangerige rol te hebben gespeeld daarin. Ik weet niet of het een verrassing is, omdat ze in het verleden wel goed hebben gepresteerd. Maar ten opzichte van vorig seizoen, denk ik dat Lille een kanshebber is. Ik verwacht dat die zich gaan herstellen. Het is als Lille zijnde niet zo moeilijk om het beter te doen dan vorig jaar. Ik verwacht niet één plekje, maar ik denk wel gewoon... ik weet niet wat schijnig zijn. Ik denk net boven de streep. Ze 1 of 2 boven de streep. Of 17 geëindigd. Ja, precies. Dus ik denk dat die wel top 10 eindigen. Ook knap dat Dion de Pai en Fekir nog binnenboord hebben weten te houden. Nou, dat gaat daar nog wat mee gebeuren? Want ik denk als Fekir vertrekt bij Lyon, dat misschien Ziyech... wel op de nominatie staat om daarin te gaan. Is Liverpool toch? Fekir is simpelweg eigenlijk... Lyon is eigenlijk... je kan spek over nu, je kan ook zeggen dat ze hem beter kunnen verkopen, maar dat hij nog bij Lyon speelt, komt echt door die transfer deadline dat hij 3 weken naar voren is gehaald. Anders was hij echt weg geweest, want voor het WK was er sprake van, toen wilde Lyon niet, en toen kwam hij terug van het WK. Toen was er in één keer nog maar weinig tijd, had Liverpool ook al wat plekjes ingevuld. Is het niet meer rondgekomen, waardoor ik eigenlijk gewoon verwacht... Want Lyon gaat natuurlijk in deze fase ook niet meer zijn beste speler verkopen. Het is wel grappig als Ziyech Fekir zou vervangen. Omdat er bij Liverpool weer dezelfde vraagtekens die wij stellen over Ziyech in een grote competitie. Over Fekir ging. Want ze hebben gewoon heel lang getwijfeld. En uiteindelijk is het natuurlijk een beetje gehandeld geworden met eisenpakket. Waardoor het niet is gegaan. Maar ik denk bijvoorbeeld, omdat die transfer, die deadline naar voren is gehaald. Ik denk niet dat als hij tot 31 augustus was gebleven, dat... Ik denk niet dat Fekir zeg maar zomaar naar iedereen gaat. Het was op een gegeven moment dat alle Franse topspelers, maakte niet uit, Newcastle, Crystal Palace, als ze maar betaalden zeg maar. Maar ik denk niet dat Fekir naar zo'n type club was gegaan. Nee, maar dat zou ik ook nooit doen als ik hem was. Als we hier kijken naar het programma, dan moet je goed je best doen om deze wedstrijden ergens te kunnen zien. Niet in Nederland, nee. Nee, toch? Dat is wel jammer. Lyon, Kenny Tato was vorige week niet in de basis? Nee, ga ik ook niet vanuit. Nee? Nee, die Lyon heeft Leo Dubois gehaald, vriend van Nantes, Vef. Die zit bij Nantes. Of die komt van Nantes en ze hebben Rafael. Tato ook, dus ik vond het wel kloten. Want ik dacht dat hij weg... had lekker geweest als Rafael weg was gegaan, maar die is volgens mij nog steeds niet weg. Nee. Ja, de meest interessante ploeg is toch wel Monaco. Die zijn natuurlijk mensen kwijtgeraakt. Lemar naar Atleti en Fabinho naar Liverpool. Maar die hebben toch ook alweer wat leuke spelers teruggehaald. Golovin natuurlijk, maar ook wat jongens gewoon uit de Franse competitie. Plentjes, hè? Granzier komt van Troyes. En Willem Geubels, groot talent van Lyon, die gaat naar Monaco. Ja. Dus dat wordt interessant. Gaat Nice doen, ben ik benieuwd naar. Gaat Pellegrini daar ook minuten te maken al? Pellegrini, die van Genoa voor best wel veel geld is overgekomen. Ik denk dat hij daar minuten gaat maken. Je kan, kijk, Monaco begint nu eigenlijk weer helemaal opnieuw. Ze hebben nu eigenlijk die hele gouden generatie van... Jonge jongens die snel opkwamen, hebben ze verkocht. Met Bakayoko, Mbappé, CDB is er dan. Lemar, Fabinho. Mendy is weg, Lemar is weg. Ze beginnen nu weer een beetje opnieuw. En dus je hebt de kans om je als jonge jongen echt goed te manifesteren. Ja. En Nice verwacht ik niet zoveel van. Want die zijn echt best wel wat belangrijke spelers kwijtgeraakt. Die zijn achterin Le Marchand kwijtgeraakt aan Fulham. Balotelli, daar is nog steeds gesteggel om. Die zou naar Marseille heel graag willen. Dat zegt hij ook heel vaak op zijn Insta-story. Maar Nice heeft er wel wat moeite mee om hem naar Marseille te laten gaan. Want dat ligt een beetje gevoelig. Ja, Raiola zit er met een belachelijke constructie tussen. Ja, dat is natuurlijk... Maar Vieira heeft wel gezegd dat hij weggaat. Kwijtgeraakt naar Fulham. Wie? Serie natuurlijk. Ja, die wilde vorig jaar al weg naar Barcelona of City. En is nu naar Fulham gegaan. Wel iets minder, maar ze is wel laaiend enthousiast. Was Plea of die andere? Ja, Plea is volgens mij naar Duitsland. Ja, precies. Die is naar München Gladbach. Ja. Cyprien zit er nog. Maar het is duidelijk een mindere selectie dan vorig jaar. Ja. Dag, en de trainer is ook weg, niet te vergeten. Dag, Lars Velsum. Hoi. Goed, mooi dat je er bent. Ja. Hey, heb je een beter humeur dan van de week? Of kunnen we gelijk... We gaan het zo... Lars, rustig aan. Bereid je voor. We gaan zo naar het prachtige bord voor jou. Ik wil nog heel even naar Turkije met Feffi. Naar Turkije? Ja, hoe is het met de Turkse munt?
Het leek eventjes te stoppen. Hij herstelde zich een beetje, maar is nu weer gevallen. Oké. En dit weekend? Interessante partijen? Niet echt. Als we hier kijken, vanavond Trabzonspor, Sivasspor. Sivasspor, die heb denk ik een bevriende zakenwaarnemer of een hele goede relatie in Brazilië. Want Robinho speelt er natuurlijk sinds vorig jaar. En ze hebben nou die, volgens mij die Douglas, die vroeger bij Barcelona heeft gezeten, die hebben ze binnengehaald als een grote meneer. Hij is natuurlijk, hij heeft ooit bij Barça gezeten, maar het is geen grote meneer. Nee. Voor de rest, de topclubs hebben het niet heel moeilijk. Beşiktaş mag naar een promovendi. Erzurum, Büyükşehir, Belediyespor. Prachtig, kan je dat nog iets zeggen? Büyükşehir, Belediyespor. Ja, dat gaat nog een paar. Galatasaray mag het thuis opnemen tegen Göztepe, die wel... die zijn hun trainer kwijtgeraakt. Die hebben het vorig jaar ontzettend goed gedaan in hun eerste seizoen op het hoogste niveau. Ze zijn volgens mij 6e of 7e geëindigd. Maar daar verwacht ik ook niet al te veel problemen. En ja, dan is het verhaal denk ik wel Cocu, toch? Venner. Deze week uitschakeld door Benfica. Hoe werd daarop gereageerd? Ja, nee, ze hebben natuurlijk een nieuwe voorzitter. En de nieuwe voorzitter is veel uitsproken over het nieuwe beleid en modernisering en Europese norm en dat soort dingen. Dus de supporters hebben het allemaal gegeten als koekjes. Want, lekker. Goed op voor niet, Philip. Er zit nog niet veel druk op. Hij heeft een nieuwe spits erbij. Slimani, toch? Oh ja, die was voor dinsdag al behandeld. Ja. Ik denk dat die beter gaat renderen dan Ayew bijvoorbeeld. Ja. Maar hij heeft het zwaar, hoor. Ik denk dat hij het een Slimani beetje Slimani of Cocu? Slimani weet ik nog niet, maar Philip Cocu zeker wel. Ja, waarom niet? Ik denk wel dat er naar hem gecommuniceerd is wat het plan is voor de lange termijn. En dat hij de tijd krijgt. Maar wat staat een lange termijn in Turkije? Nou ja, dat moet dus dit seizoen blijken. Kijk, als zij nog tegen een paar keer afrij in de competitie oploopt, dan betwijfel ik het. Maar ze hebben het gezegd. Maar ik denk ook wel dat hij eruit was gegaan. Dat in Turkije vinden ze altijd links of rechts wel een potje geld. Ja. Dat hij nog iets had kunnen doen. Maar ze hebben echt alleen die twee. Slimani en Ayew. Maar dan heeft hij precies dezelfde fout gemaakt als Frank de Boer, die toen naar Inter vertrok. Ja. Echt enorm onderschat hoe snel je wordt weggegeven. Alleen Cocu kwam wel aan het begin van de voorbereiding, toch? Cocu kwam aan het zeker. Dat is natuurlijk met de Boer. Dat is waar. Dat is waar. Ja, en het verschil is in ieder geval de schijn die nu lijkt over het beleid. Dus kijk, als je echt de tijd krijgt. Net als Tim Reuserveur. Jezus. Hoi. Die wordt net wakker in onze studio. Ik heb een broodje meegenomen. Eet smakelijk, Tim. Kom maar gezellig bijzitten. Ga door, Jody, sorry. Ja, nee. Net als voor de deur leidt hij me nu weer af. Net toeterend uit een auto. Maar ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd naar Iran is bij Trabzon. Ik ga het met een schuin oog in de gaten houden. Hoe staat Trabzon ervoor? Subtop nog steeds? Of? Ja, Trabzonspor is wel echt al jaren best wel problematisch. Ze hebben nu een nieuw stadion. Excellent. En... prachtig. Van origine was het altijd zeg maar de top 4. En daar hoorden zij ook gewoon bij. Ja. En dat de laatste jaren wil dat niet. En ze hebben echt gewoon, dat je soms denkt, een transferzomer van wat een goede aankopen. Of een zomer waarin ze niks doen en heel veel jeugdige talenten. Dat is wat misschien voor het blokje La Liga net ben ik vergeten. Dat bij Celta gaat Okayokus spelen. Die is vorig jaar eigenlijk al 2 seizoenen bij Trabzon heel goed. En ze hebben Yusuf Yassic, het is wel talenten, maar het is echt eigenlijk stiekem hectischer dan de grote 3 in Istanbul in Trabzon. Okay. Ja, vorige week ook verloren natuurlijk, toch, bij de opening. Ja. Oké, dan gaan we het zometeen nog hebben over de keukenkampioendivisie. Je hebt mazzel, de mensen wel warm, zeg. Godskeleren, zeg. We gaan eerst uit even voor de boodschappen. Nee, we gaan eerst even verder met Toto Koning. Koning Toto. Elke uitzending... gaan 3 andere mensen de wedstrijd eigenlijk voorspellen. Er is een nieuwe koploper. Laten we even kijken naar de voorspelling van afgelopen dinsdag. Is Feyenoord Rensje een eentje voor jou? Ja, Thomas, zeker. Schrijf je mee? Nee, Thomas schrijft nog niet mee. Fijn dat je wakker bent, Thomas. Ja. En die andere pot, ik moet even spieken ook, hoor. Bate Borisov tegen Karabach. Dat gaat Bate Borisov heel zakelijk afmaken daar in Wit-Rusland. Jordi? Ja, quote technisch is niet zo interessant, maar ik ga toch voor Ajax vanavond. En doe dan maar, als jullie het kunnen, mensen thuis met een handicap. En Fener Benfica gelijk spelletje. Ik ga dan voor Basel Vitesse een gelijk spel. Vitesse gaat er niet door, maar die gaan wel zich van hun beste kant laten zien. Gaan ze scoren? Gaan scoren. Ja? Wordt een 1-1'tje. Both teams te scoren. En Fener Benfica, ja. Als Cocu zegt, ga erachter staan met z'n allen, dan gaat dat gebeuren. Iedereen luistert naar het. Ik ben mee. Ja, mijn kinderen, maar dan laat mij naar de kinderen.
Ja, en dus na twee speelronden is het de grote vriend van Jan-Joost van Gangelen, die stijf onderaan staat, Jan Bavink. Twee keer gespeeld, nog niet één keer iets goed heeft. En jawel, we hebben een nieuwe koploper, Jordi Amali. €4,45 of 4,45. Stop met werken inmiddels. Ja? Ja, ik zit dagje hier, minder. Ik zit hier nu als je zit ook heel ontspannen ja, nu, nu je koning Toto bent. Ja, voor vandaag is het Lars en Aviv. En ja, ik mag weer. Dan twee wedstrijden verzinnen. Lars, ga er even over nadenken in plaats van dat je loopt te zeuren over alles. Even twee wedstrijden verzinnen. Een wedstrijdje voor mij en een wedstrijdje voor Aviv. Aviv ook even een wedstrijdje verzinnen. Aviv, twee wedstrijden verzinnen. Ja, kan je het zo even doorgeven aan mij. Dan geven we het door aan Broes. Dan gaan we het nu eindelijk. Ja, ben je er klaar voor? I was born ready. Kan ik naar huis? Wat gaan we doen? Ik moet wel een andere mic. Ik moet ook zo. Nou, pak even een mic van iemand. Ja, je mag de mijne wel hebben. Ik heb toch niks te zeggen. Nou, ja. Nou, pak even de microfoon van Jean-Paul. Hij moet weg. Zo. Hallo. Ja, want, wat willen jullie... Ziet Escher er slecht uit? Ik ben echt heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja, wij zijn ook heel benieuwd. Thomas, moet je hier voorbij gaan staan? Thomas komt erbij staan. Thomas van der Veen, dames en heren. Mag ik een applaus? Armin, als jij even de microfoon geeft aan Thomas. Thomas, er is een heel mooi bord gemaakt vandaag. Daar. Ja. Ja, we hebben inderdaad een mooi bord gemaakt. Hier, Lars, mag jij de titelfavorieten neer gaan plakken. Hier de subtoppers, daar de middenmotors en daar de degradatiekandidaten. Ook al is degraderen natuurlijk niet mogelijk. Jij mag hem in gaan vullen. Oké. Okay. Naar jouw inzichten. Dus maar dit moet er vier blijven of mogen het er ook meer zijn? Jij kan er ook, je kan ook 9 titelkandidaten neerzetten als jij mag denkt ook. Dat er nee. Tuurlijk, het is een het is hele bord. Sterke competitie, dames en heren. Ja, is dat aan. Nou, deze gaat er niet goed. Ja, want ik wil wel kijken. Het is allemaal ik makkelijk. Geven, juist. Want vanavond, je bent een beetje gespannen. De eerste heb je de podcast geluisterd? Ik heb een gedeelte geluisterd. Ik vond Barry heel goed. Dank je. Nee, ik heb er heel veel zin in vanavond. Ja. Maar goed. Kunstgras, hè? Ga even uitleggen. Nou, ik ga het vertellen. NEC en Sparta zijn voor mij de gedoodverfde titelkandidaten. Oh, maar, ik ga nu wat zeggen. En Tim, je zit erbij. Het is niet omdat je erbij bent. Almere? Ah, dat vind ik leuk. Ja, dat vind ik mooi. Dit is geen geintje. Thomas, doe hem even naar boven. Supersterk. Almere en Jong Ajax, helaas, gaat het veld ruimen bij de titelkandidaten. Wel een beetje wie er in de studio is, dan de kampioen, hè? Nee. Almere ook met die aanvoerder? Wat zeg je? Almere ook met die aanvoerder? Ja, met nummer 46, Tim Reuzeveur. Waarom? Omdat ik denk dat Jong Ajax een behoorlijk jasje heeft uitgedaan qua kwaliteit. Nee, ja, kijk, Casera is natuurlijk weg. En dan zou je kunnen zeggen dat Sierhuis misschien, maar goed, zolang Dol... Sierhuis speelt vanavond bij Jong Ajax. Oké. Nou ja, goed, dat is niet... ik denk dat Jong Ajax een hoop spelers is kwijtgeraakt. Dus die gaan, denk ik, moet ik ook een voorspelling doen, plek 7. Staat genoteerd. Maar plek 7. Almere boven Twente dus? Ja, want anders had ik Twente daar ook wel gedaan. Almere... Sparta kampioen, NEC tweede, Almere derde. Cambuur, nou ja, als je de podcast had geluisterd, die hebben een hoop spelers gehaald, ook een hoop onbekenden. Kunnen ook verrassingen zijn, hè? Het is wel de verrassingcompetitie. Maar Cambuur gaat in de middenmoot. Thomas? Hebben die een goede voorbereiding achter de rug? Nou, niet geweldig. Redelijk is toevallig, maar ze wonnen wel van Sparta. Kijk, dat dan weer wel, maar goed, dat deed Go Ahead ook. Want Go Ahead mag voor mij... Ook richting de titelkandidaten. Jeetje! Er worden hier dingen gezegd vorig jaar. John Stegeman effect. Nou ja, gewoon een hele sterke selectie. Denk ik. Ian Terschuur terug naar de Eredivisie. Eredivisie. Ja, dat is misschien wel het mooiste wat zou gebeuren. Ja. Maar dit vind ik wel een beetje makkelijk. Je legt dit allemaal uit, maar de Eagles. Waarom? Ja, omdat ik vind dat de Eagles zich goed versterkt hebben. Laatste Paco van Moorsel weer toegevoegd. Hè? Dat vind ik gewoon een goede speler. Thomas Verheijten heeft geblesseerd. Dat vind ik jammer. Maar ik denk dat zij wel... Lars, wat kunnen we van Roda verwachten? Het hele zuiden zit te wachten, denk ik. Daar ben ik nog niet bij aangekomen. Maar Roda... Ja, is moeilijk, vind ik. Je moet even geduldig zijn, volgens Tim. Ik ga iedereen af. Ik bemoei me er ook een keer mee. Nee, Roda, ja, nee, die zie ik gewoon... ik zie het gewoon tegenvallen. Ja, ik wil eerst even de uitleg van Eagles duidelijk. Maar Twente en Cambuur, die zijn niet geen titelkandidaten voor jou. Nee. Waarom niet? Waarom Twente omdat ik denk dat die selectie niet goed genoeg is. Okay. Dus vanavond Sparta, makkelijke overwinning op Twente. Ik denk dat het 0-4 gaat worden vanavond. Oh. Nou jongens, zet je geld bij Toto. 0-4 hier hoorde je het eerst. Oh ja, dat vind ik wel leuk. Hier hoorde je het eerst. En wat als het nou 4-0 wordt? Wat ga jij dan doen? Dan kom ik volgende week niet. Dat is simpel zat. Nee, dat is een geintje.
Nee, alle jong teams, voor mij jong PSV en jong Ajax, gaan voor mij in de middenmoot. Ook omdat ik het moeilijk vind om er nog wat over te zeggen, hoe die selectie eruit ziet. Links onder is subtop en rechtsboven is middenmoot. Ja, maar wat is een subtop? Jij zegt trouwens... Top en dat is middenmoot. Ja, maar wat is subtop? Zeg maar tot met plek 12. En dan 12 tot met 16, 16 tot met 20. Oh. Even Lars, voordat je doorgaat. Jij zei, Sparta gaat makkelijk winnen. Ik even kijken wat Nederland inzet. Bij Toto. Nederland is het zeg maar niet heel erg met je eens. Ja, maar 17% denkt dat Sparta wint. 69% heeft geld ingezet op FC Twente vanavond. Ja, maar 69% van Nederland kijkt niet naar Lars. En dat is hun probleem. Dit is liefde hoor. Ik moet zeggen, ik ben het ook met Lars eens. Ik zou ook voor Sparta gaan. Dank je. Ik ben echt blij dat ik zo'n ja-knikker als assistent heb. Maar je mag ook zeggen als ik het niet mee eens ben, hè, Thomas? Nee, tuurlijk. Maar ik heb wel mijn twijfels. Ze hebben de laatste wedstrijd in de voorbereiding inderdaad verloren van Cambuur en Go Ahead. Maar als ik kijk naar wat Twente heeft gehad de laatste weken. Het zijn vooral heel veel buitenlanders en vooral de afgelopen week pas. Dus geen team, verwacht ik. Toevallig, als je de podcast, luister hem allemaal eventjes. Dan ben je helemaal voorbereid voor vanavond. De podcast, daarin werd van één verrassing gesproken. Perry Powell. RKC Waalwijk. Ja, Wolk gaat het goed doen, zei hij. Ja, ik heb niet voor niks. Jij gaat erin mee. De subtop geplaatst, zeg je? Jij gaat daarin mee. Puur op Perry Powell af. Kijk, als ik wat verstand voetbal heb, is het Perry Powell. Ik denk het eigenlijk zelf niet. Ik moet het zien, maar hij... Lars. Maar lopen daar weer allemaal voormalig eredivisie talenten rond? In het verleden was dat altijd zo. Jongens, vriend van de show, hè? Kevin Vermeulen. Ja, hij is er echt. Bij Waalwijk nu. Wie? Hopelijk gaat hij daar wel de pingels nemen. Ja, en die Hansen van Feyenoord hebben ze gehad. Nou, dat vind ik gewoon. Dat zijn wel... En die back van Kozakke Boys, daar was Berry dus erg... Lars, vanavond een van de affiches waar ik zeker naar uitkijk. Dat is MVV Toppos, want ik vind MVV gewoon een hele fijne club. Ja. Afgelopen jaren een paar keer tegenaan gehikt, maar dan als puntje bepaald kwamen de players toch niet echt meedoen. Wat kunnen we verwachten van MVV Maastricht? Nou, MVV is, die kent niet een hele goede voorbereiding. Ze hebben Koopmans gehuurd van PSV als keeper, maar ze hebben geen keeperstrainer. Die vertrok namelijk naar Armenië Aga, halverwege de voorbereiding. Dus Koopmans had geen keeperstrainer. Precies. En het lot van Okita, weet jij het? Ik weet het niet. Nee, hij Okita was de goede spits vorig jaar. Maar het is nog een beetje onduidelijk of hij nou blijft of niet. Dat is dus... Gewoon middenmootje. Middenmootje. Gewoon middenmootje. En Top Os, daar ben ik dus wel Brian Smeets. Hè? Ja. Of ik ben benieuwd of hij wat kan laten zien. Maar Lars, van deze clubs, van de middenmoot, moeten er nog 2 of 3 play-offs gaan halen. Welke 3-2 zijn dat, volgens jou? Nou, ik heb FC Eindhoven heb ik gehoord. Die zijn daar behoorlijk ambitieus. We willen volgend jaar een top 5, hè? Volgend jaar top 5. Nou, ik ga een budget van 1,1 miljoen, maar het kan allemaal in de keukenkampioen-divisie. Ja, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Telstar, Pieter de Waard? Telstar, ja... Weet je wat het is? Nou hebben ze weer een paar huurlingen gehaald natuurlijk. En ik vraag me er altijd af, kan je 2 keer op rij een revelatie huren? Vorig jaar met Novakovic was natuurlijk wel... Wie hebben ze gehuurd nu dan? Ze hebben die Seager hebben ze gehaald. En ze hadden toch een spits van Parma hebben ze volgens mij gisteren gehuurd. Ja. Allemaal ja, je weet het niet. Southampton en... En wel een hele voorhoede kwijt, toch? Met Platje en Novakovic, precies. En ze scoorden volgens Junis van 75 keer. Ze hadden ook de 200 tegen zo'n beetje, maar goed... Ja. Ja, en voor de rest moet ik zeggen? Kijk, ik vind zoals ik al zei, de jongteam vind ik moeilijk, omdat je dat staat voor een dam goed. Waarom staat de FC op degraderen? Ja, Lars. Ik ben nog niet klaar, jongens. Nee, de UU, gisteren, de kerst. Als je de podcast had geluisterd, had ik een leuk grapje gemaakt. Er zijn namelijk 2 videoschermen in het Krasstadion opgehangen. Ze hebben in ieder geval aanwinsten dit seizoen. Nee. Dank u wel. Maar, wat een grap. Gisteravond, Boy Deul. Ex-Bayern München. Boy Deul is terug. Hij maakt de furoren bij FC Emmen. Dat is een goede speler. Dus daar ben ik. Dus dat gaat iets positiever, ziet het er voor mij uit. Ja, en het meest benieuwd, vanavond spelen ze toevallig tegen elkaar. Ik ben wel benieuwd naar Den Bosch, want die hebben een Est gehaald. En die hebben een Bulgaar. En die hebben een... Het is een grote... Lars, wat is daar nou gebeurd afgelopen maand? Vertel het even kort. De club is overgenomen door de zoon van Jordania. En er is behoorlijk wat geld. Ja, door Kaki. En het is gewoon, er worden spelers gehaald, 3 in 10 minuten. Een Argentijn, een Est, een Spanjaard, noem het allemaal maar op. Ze komen overal vandaan. Maar goed, wel weer een grotere kans op verrassing. Hè. Ik ben net ingefluisterd door Thomas dat ik moet inzetten op Den Bosch vanavond.
Ja, en ik denk het dus niet. Vossenbelt bij Volendam, toch? Ja. Nee, Vossenbelt bij Almere. Hallo, hallo, hallo. Maar even serieus, jouw... Vossenbelt bij Almere nu, hè? Jouw grote vriend van Den Bosch. Volendam van... Dennis Kaars. Hoeveel gaat hij er maken? Nou, Dennis Kaars mag weg bij Den Bosch. Is vandaag naar buiten gekomen. Oh. Ja, dus clubs die nog een goede spits zoeken. Gaat hij naar Volendam? Dat denk ik niet. Dat denk je niet? Oké, okay, dat denk je niet. Waar gaat hij dan heen? Dat weet ik niet. Oh. Ik heb niet gesproken. Ah, okay. Tot op heden. Lars, wij in Utrecht, wij hebben een abonnementje op de laatste plek, hè? Ja. gaan we dat abonnementje verlengen dit jaar? Nou, ik verwacht het wel. Ah ja, pak het woord even. Ja, ik verwacht wel dat jullie je abonnement op die laatste plek even gaan verlengen. Wat? Waarom? Nou, waarom? Als je gewoon kijkt naar wat de clubs daarboven hebben gedaan. En ik denk dat je samen met AZ... met AZ gaat strijden om die laatste plek. Gelukkig in Utrecht is er geen degradatie. Dus wat dat betreft, van waar de terugval van AZ? Nou ja, ik denk eigenlijk dat AZ ook wat lager, maar dat denk ik juist omdat ze te veel talent hebben. Wat je natuurlijk nu ook hebt dit jaar voor het eerst, dat de jong teams gaan het sowieso zwaarder krijgen. Ja, omdat Max 23 mag je maar zijn. En vervolgens mag je op de wedstrijdformulier hebben gestaan van het eerste elftal in het weekend, hetzelfde weekend, dan mag je niet meer meedoen met jong. Dus dan zit je wissel en 9 minuten op de bank. Dat andersom ook? Ja, dat wil ik dus Tim, wat dat betreft hebben jullie echt geluk dat je maandag pas tegen Almere speelt. Dus jij mag tegen vrijdag in theorie in wijde vormen je kunsten vertonen. En op niet in hetzelfde weekend. Ja. Oké, dat vind ik logisch ook. Dat is ook waar het natuurlijk voor bedoeld is. Kai Sierhuis mag dus vanavond voetballen en morgen. Ja, volgens mij. Hebben we dat ook niet al een keer eerder gehad? Nee? Mag je maar één keer op het... Oh, ik dacht dat wel, want dat leek mij logisch. Per speelronde mag je één keer op een wedstrijdformulier staan. Dus Huntelaar wordt niet gespaard. Dus jij mag ook niet met Jong Almere in de tweede divisie... Dat is amateurniveau, dus ik weet niet hoe dat precies zit. Ik weet alleen met... Ik ben wel benieuwd, Tim. Kan je erin vinden? Ja. Zet jij hier ook even je handtekening onder deze voorspelling? Het is niet aan mij nu om te gaan... Je mag er twee veranderen. Ja, maar ik ga nu niet... Ik weet het nog niet zo goed. Go Ahead was tegen ons niet zo goed, maar die hoorde ik later. Hebben we een goede wedstrijd tegen ons. Die wonnen weer van Sparta met 3-0. Dus. Die wonnen vervolgens weer van Sparta met 3-0 een week daarna. Ik dacht van, hoe kan dat, weet je wel? En dan zo waren er maar ga je nou opeens, omdat jij... Ja, maar je bent altijd zo uitgesproken. Ik zie hem hier. Je ziet hier gewoon die band. Jij als meest sympathieke voetballer van Nederland. Kan jij hier helemaal in vinden? Twee keer falikant naast. Nee, ik kan me hierin vinden. Ik vind dat Tim er twee moeten aanpassen. Ja, maar ik denk dat ik denk dat Twente gewoon in de bovenste regionen uiteindelijk wel gaat meedoen. Twente gaat naar boven. Veilig. Thomas. En ik denk dat... even kijken. Ik denk dat Telstar en Eindhoven wisselen. Dus dat Telstar naar beneden gaat, Eindhoven omhoog. Ja, maar, heb jij toch ook in één keer een magisch vierkant, Lars? Maar waarom? Ja, omdat ik denk dat Telstar heel veel heeft ingeleverd. Ja, weet ik niet. Ik heb het niet gezien. Het is gewoon gevoel. Wat heb Eindhoven gehaald dan? Ja, dat is waar. Maar Eindhoven, ik weet niet wat... Dat is maar jongens, hele goede vraag. FC Dordrecht, kunstgras ingereld aan de Krommendijk. Echt grasveer, net als bij jullie. Heel veel spelers weg. Ook heel veel nieuwe jongens. Vooral huurlingen en mensen die wij niet kennen. Ja. Uit alle hoeken en gaten van het land en van de wereld zijn ze gehaald. Nu je het zegt over mensen weg, wil ik wel even wat zeggen. Robert Mutsers weg. En dat vind ik wel, dat is helemaal uit de hand geëscaleerd toen de tijd. Want hij heeft gespuugd toen naar de trainer. En toen, maar hij was daar gewoon... Nou. Het was niet dat hij even hier zei, de Neuer, boem, in je gezicht. Nee, maar zo... Vond dat zo overdreven toch? Ik vond het heel overdreven. Kijk, het was niet slim wat hij deed, maar het was niet spugen in iemands gezicht. Nee, zo is het wel geïnterpreteerd en zo daar doen ze maar wat wel, is er nu... Goed, dan is het daarna, want anders leg je dat toch gewoon weer bij. Ja, maar wat is er nu dan? Het is niet goed. Hij is clubloos. Dus zoek je nog een goede... Malige de topscore van de treffers, toch? Ja. Oké. Okay. Nou, leuk. Ik heb er wel zin in deze... is het Twitter-account al aangepast? Nee. Oké. Okay. Hebben ze een nieuwe stagiair? Weet ik niet. Oh. Heet het nog steeds Jupiler? Keukenkamp. Ja, het heet in op Twitter. Er vraagt nu iemand in de chat. Hij hoorde het gerucht in de Seisterbos dat het jouw taak was om een nieuw Twitter-account aan te maken. Als stagiair. Dat kan ik me niet herinneren. Ja, hey, maar dat weten we ook. Maar het is dus niet de taak van de stagiair? Nou ja, misschien wel, maar niet deze stagiair. Deze stagiair is al een tijdje klaar. Zijn er voor de rest nog dingen die we willen zeggen? Wie wordt topscorer? Ja, top natuurlijk. Wat ik even wil zeggen, als je nou zeg maar het thema van de competitie is, denk ik wel de naamverandering. Ja. We hebben de keukenkampioen-divisie. Wat vind je daar eigenlijk van? Top Os. Ja, ja. Heb ik, als je de podcast had geluisterd. Ja. Moeten we de podcast luisteren? Of Lars, begrijp ik hieruit dat jij een podcast hebt gemaakt? Ja, ik heb een podcast. Ja. En van Lavan Stadion naar Solar Uni Stadion. Ja, maar wat vind je nou van keukenkampioen als naamsponsor? Ik vind, weet je wat het is? We weten nou eenmaal dat het een naamgevend sponsor heeft, die competitie. En de afkorting is niet geweldig, zullen we maar zeggen. Maar ja, dat dacht ik, ja. Wat moet je nou zeggen? En mag ik nog een oproepje doen?
als je boodschappen doet in Almere, dan maak je kans op een VIP-treatment, toch, bij Almere City? Ja, 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 zeker. Want wat moet je doen? Gewoon komen. En nee, je moet iets kopen, toch? Iets bij de Albert Heijn? Precies. Jij bent het gezicht van die campagne! Ja, ik weet niet wat, wat die campagne was. Ik heb getafelvoetbald ook vandaag. Wat er precies een campagne was, weet ik niet meer. Je kan hier gewoon een keuken winnen. Kan je het even opzoeken? Dan kunnen we het zo even over hebben. Ja, ik ga zo je kan een keuken winnen. Ja, je kan een keuken winnen volgens mij. Oh, je kan een keuken. Hij gaat pas vertellen. In de keuken. Okay, maar Lars, even terug naar de vraag van Fev. Topscorer? Nou, ik weet dat ik... Jan doe ik hier een heel groot plezier mee als ik zeg Lars Veldwijk. Hoezo Jan? Nou, maar Jan is helemaal fan van Veldwijk. Jan, Dordrecht, maar... Monica. Monica, Monica. Monica, Monica. Maar wie anders? Ook de één iemand die er sowieso 30 in schiet. Tom Boeren is natuurlijk weer terug, voormalig topscorer, 33 goals, 34 zelfs. Lars Veld, Lars. Wordt Lars Veldwijk de Cristiano Ronaldo van de keukenkampioendivisie? Op welk front? Nou, ja, doelpunten scoren. Ja, nee, dat, hij was er toen nog niet, hè? Hè? Hij was toen nog niet binnen. Oh, nee. Fev heeft gezegd dat Cristiano er 40 gaat maken in de Serie A. Oh, dat vind ik nog weinig. Ik denk 45. Sorry, ik moet hier even ingrijpen. Jullie waren een beetje onder indruk dat Fev zei 40 doelpunten, toch? Ja. 50. 50? Ja. Ja, maar kom op jongens, buiten die eerste 6 is het allemaal niet zoveel. Buiten de eerste 10, denk ik. Dus dan heeft hij 20 wedstrijden om er... Nou, 2 per wedstrijd, dan ben je er toch? 2,5. Maar goed, we hebben topscorer Lars Veldwijk. Beste speler dit seizoen? Tim Reeserveur. Dankjewel. Nee. Grootste talent? Nee. Zeg maar even iemand anders les. Coach van het jaar, Tim Reeserveur. Niet ook. Maar ga je volgend jaar in als jullie weer promoveert? Ah, dat weet ik nog niet. Ja, weer naar een andere. Deze beat. Nee, maar wie wordt... Dat stop ik, denk ik. Ik wil dat we veel gaan betalen. Ik denk en ik hoop eigenlijk dat Niek Forsterbelt nog zo'n seizoen kan hebben als vorig jaar. Dat zou ik geweldig vinden. Ja, hij nam vorig jaar de pingels, toch? Ja. Doet hij dat ook bij jullie dit jaar? Ik heb in de voorbereiding de pingels genomen. Ja. Maar ik hoorde in de wandelgangen dat hij ze gaat nemen. Oh, maar wat vindt de aanvoerder daarvan? Ja, hij heeft er 8 van 8 gemaakt vorig jaar, dus daar kan ik weinig op zeggen. En hoeveel heb jij de voorbereiding gemaakt? Geniek het ontzettend, hè? Hoe heb jij dat gemaakt? In mijn carrière, ik heb niet veel. Ik heb nooit genomen, alleen de oefenwedstrijd altijd. Heel goed. Trouwens, kom maar binnen. Er is een nieuw gast, Pieter Zwart, kom binnen. Nee, maar we gaan het eerst even hebben met... je kon een podcast luisteren. Dat doe je natuurlijk niet voor Lars van Velsen. Wat doe je voor onze grote vriend Barry Powell? Ja. Hey, Barry! Barry, ik pak hem even hier. Barry, heb jij veel reacties gekregen op de podcast? Iedereen heel enthousiast natuurlijk, hè, voor de mooiste competitie die gaat beginnen vanavond. Ja, dus je hebt geen reacties gehad, klasse Barry. Als we kijken, je zat hier vorige week in de studio. En toen hadden we het over jouw toekomst. Ja, een beetje lastig. En je hebt hier 1 keer gezeten, clubs staan in de rij, je kon uitkiezen. Je hebt een blanco check getekend in Ermelo bij DVS 33. Ja, dat klopt, ja. Dus derde divisie en... zaterdag gaan we al proberen om de beker te veroveren. Dus dat moet gebeuren in Oldenzaal. Ja, want het klopt dat je hiervoor in gesprek was met een club uit Veenendaal, toch? Morgen om 6 uur. Dat klopt, ja. Waarom is het dan uiteindelijk? Waarom is het uiteindelijk dan DVS 33 geworden? Ja, is wat meer, nog dichterbij. Dus echt van mijn dook Ermelo vanuit Amersfoort. Ja. En er zitten 2 teamgenoten waar ik vorig jaar ook mee heb gespeeld. Waar ik goed mee kon opschieten. En ze spelen eigenlijk heel goed voetbal. En eigenlijk wat ze echt misten was een spits die er misschien 20, 25 inschiet. Dus die druk die heb ik niet op me. Neem ons even trouwens mee in de Hall of Fame, zie ik achter jou. Ja, zoveel verdediger. Kijk eens. Dit zijn nogal shirtjes, hoor. Superboeren. Superboeren, ja. Ook boeren. Groningen. Dit is Kozakken Boys. Toch? Yes. Ja. Den Bosch. Nee. Nee, dit is buitenland. Millwall. Jeetje. Klasse. Roda. Kijk, wat hebben we hier? Nou, die is ziek heel slecht. 8. Barcelona? Ja, dat is ook Huracan Valencia, waar ik heb gespeeld. Oké. Okay. Dan heb ik hieronder nog Heracles. Den Bosch. Suripros.
Maar nou, dat vind ik dus een kutcompetitie. Ja, super aardig. Dat was een kindje. Ja, ja, ja. Ah, prima. ADO en de andere Spaanse teams. Ja, en nu dus een prachtig shirtje van DVS 33, toch? Hey, dat was een goed aankondigingsfilmpje. Ja, ja, ja. Social media game on point, Ermelo. Ja, ja, absoluut. Ja, en dat voor een amateurclub, hè? Ja, nee, niets dan respect. Ja. Maar Barry, mocht je nou niet winnen zaterdag, dan klopt het dat je komende woensdag bij ons in de studio zit, toch? Dinsdag, denk ik. Ja, dan zit ik bij jullie in de studio, maar ja, daar ga ik niet vanuit. Dus een balletje die net voor de goal, raak of naast? Ja, lastige keuze, hè? Dat maak je nu wel heel moeilijk. Ja. Ik weet niet of ze van DVS meekijken. Dus voorlopig zeg nog dat hij erin gaat. Oké, nou veel succes in ieder geval. Tegen wie moeten jullie morgen? Quick 20, Oldenzaal. Oei, een ijzersterk verdedigingsduo centraal achterin. Ga je het lastig krijgen, Barry? Ja, dat zal moeten blijken. Als ik woensdag bij jou zit, dan is dat zo. Ja, heel goed. Heel veel succes in ieder geval morgen en... ja, toch wel hopelijk tot woensdag, dat we je woensdag in de studio kunnen zien. Oké, is goed. Yo, hoi. En inmiddels is de volgende gast alweer weg. Tim Reserveur is footsie of niet? Of die is even naar boven gaan? Pieter Zwart, de aanvoerder van VI Pro. Wandelende reclamecel vandaag. Jij? Ja, zeker. Waar heb je allemaal gezeten vandaag? Nou ja, nee, nog niet. Maar nu voor het VI Pro artikel van de week natuurlijk. Ja, zeker. Oké, waar gaan we het over hebben? Waar gaan we het over hebben? Volgens mij over Barcelona was het idee. Barcelona. Nou, hartstikke goed. Nou, laten we even, misschien kunnen we even wat laten zien van het artikel. Zou het gek zijn? Kijk, hier hebben we in ieder geval een prachtig uitgelichte speler. Messi. De afhankelijkheid van Messi, dat is het VI Pro. Kan je daar wat meer over vertellen? Ik ken hem niet zo goed. Best aardig voetballer, Messi. Gaan we dit seizoen misschien nog wel wat van horen. Ja, want waar gaat het artikel over deze week? Het gaat eigenlijk over een artikel wat Valverde een beetje gedaan heeft in de voorbereiding. Hij is vorig jaar natuurlijk van Barcelona 4-3 naar een 4-4-2 gegaan. Eigenlijk vooral om Messi een beetje te ontlasten. En tegelijkertijd een organisatie te kunnen laten staan. En hij heeft in de voorbereiding, zoals we hier eigenlijk zien, heeft hij Messi op een gegeven moment rechts buiten gezet. Ook in de Supercup tegen Sevilla. Waarschijnlijk vanuit het idee dat misschien... Nou ja, A, die supporters die willen waarschijnlijk dat ze 4-3 gaan spelen. Een beetje hetzelfde als in Nederland. En B, misschien kan dat zo helpen om iemand als Dembélé ook te laten renderen. Ja. Door die echt als buitenspeler te laten spelen in plaats van een beetje hangend vanaf rechts in een 4-4-2. Dus ik gok dat een beetje de argumenten en de redenen geweest zijn. En tegelijkertijd, dat werkt eigenlijk totaal niet. Nee. Want hoe is daar in Barcelona nu op gereageerd, op deze veranderingen? De 4-3? Ja. Ja, wel goed, wel positief. Omdat ze hebben in dus alle oefenwedstrijden tot nu toe hebben ze het systeem ook gehanteerd. In voorbereiding vaak met Malcolm. Met Malcolm Dembélé was er nog niet bij, Messi was er nog niet bij. Dus grote jongens waren er nog niet bij, maar Rafinha vulde dat in. En Rafinha, dat zei ik ook al net tegen Rowan Willem, die speelt een beetje, die vervult een beetje hetzelfde rol als Messi. Dus die laat zich ook hangen. Die komt vaak dus ook in die zone, die laat de ruimte aan Semedo. En dat is eigenlijk best wel positief. En ik denk ook dat daarom Malcolm is aangetrokken, omdat ze dus echt wel de intentie hebben om 4-3 te gaan spelen en meerdere opties te hebben. Oké, Ik ben wel benieuwd, Pieter. Denk je dat Barcelona op het moment dat Messi er niet meer is, dat ze dit seizoen in de problemen gaan komen? Dit seizoen denk ik nog wel. En ik denk ook mede daarom dat hij aan het testen is. Omdat in het vorige systeem wat ze speelden, zeg maar, dan is Messi de nummer 10. En er moet echt alles van Messi komen. En dan zag je ook, zeg maar, op een gegeven moment vorig seizoen, die fase dat hij geblesseerd was, tegen Sevilla uit, dat hij erin komt terwijl hij eigenlijk niet mag sprinten. Dat toch die hele wedstrijd opkalt tot dat ze hem nodig hebben om iets te creëren. Ja. Omdat in dat systeem voor de rest niet echt plek is voor een tweede echt creatieve speler. Misschien een beetje met Coutinho vanaf links. En dat je, als je zo speelt, dan kun je wel, als Messi er niet is, aan beide buitenkanten met Malcolm en Dembélé een echte buitenspeler neerzetten. En misschien wat meer variatie hebben in je aanvalsspel. Dus ik gok dat dat een beetje de gedachte is achter deze systeemwissel. En tegelijkertijd, het laatste kwartier zet hij het om tegen Sevilla. Ja, ze scoren meteen. En ze slepen daarna die zegen eruit. Er komt op een gegeven moment Vidal er nog in als hangende rechtsmid, waar Paulinho vorig seizoen vaak stond. Ja, en dan lijkt dat ook wel een systeem te zijn wat hij ook dit seizoen nog regelmatig wil gaan gebruiken. Dat, ja, en 4-3 denk ik ook dat systeem ook, dat Valverde dat daar echt mee aan de slag wil. Ook omdat Suarez dus echt aan het aftakelen is, een beetje. Ben je bang voor live after Messi? Want
Hij was een onderdeel van een heel goed elftal. En dat elftal wordt elk seizoen minder, minder, minder. En hij is eigenlijk... En er blijft bijna niemand over, toch? En ik denk dat zometeen als hij dan uiteindelijk wegvalt... dan heeft Barcelona... Ik denk dat hij nog wel even blijft. Ja. Ik verwacht eigenlijk nog dat hij die nog 4-5 seizoenen sowieso wel blijft. Maar zie je Barcelona ook wel weer... op niveau komen? Daar zit nog wel een groot verschil in. Maar je zegt nu eigenlijk van... Hij zegt, ben je bang voor Life After Messi? En jij zegt, hij blijft nog wel 4-5 jaar. Is dat het al? Ik spreek mezelf vooral hoop en moed in. Ja. Dus ik verwacht ook... Ik hoop dat hij ook gewoon blijft. Maar daarom zie je dat ze nu gewoon hele jonge spelers aantrekken. Ja. Ze weten dat het... kijk, er werd gesproken over Willian aan het begin van de transferperiode. De jongen is 31, heeft niks te zoeken eigenlijk in principe bij Barcelona. Nee. Halen ze Malcolm. Over zijn speelstijl zijn ook wat twijfels. Maar het is in ieder geval een signaal van... Oké, we willen wel echt verjonging inzetten. Messi Suarez. Het was ook nog een vraag of Dembélé zou blijven nu, toch? Die is mooi binnengehaald. Heeft misschien niet aan... kunnen voldoen aan de verwachtingen. Dit staat ook in het artikel natuurlijk van Dembélé is een apart geval. Hij is gekocht voor een belachelijk som geld. Maar dat komt door de Neymar-inflatie toen, destijds. Maar ik denk dat Barcelona niet erg zou vinden als Dembélé weg zou gaan. Ja. Hij heeft zich niet aangepast in het team zoals ze hadden gehoopt. Vooral ook op... Er gaan dus geluiden dat hij laat komt op trainingen, dat hij... geen model. Zijn voeding. Sowieso zijn hele overstap naar Barcelona is ook zo verlopen. Met alleen maar dat Peter Bos toen toch vertelt. Hij op een gegeven moment gewoon niet meer kwam. Klopt. Ja, dus je weet ook wat je in huis Als we hier naar kijken naar deze statistiek in jouw artikel. Dan zie je ook dat het rendement van de dribbles ook enorm is afgenomen. Ja, op zich relatief is het denk ik hoger of ongeveer gelijk. Alleen het totaal aantal dribbles is afgenomen. Dat heeft natuurlijk gewoon alles te maken met dat je in een team zit waar Messi speelt. En dat alle ballen in principe naar Messi gaan. En dat hij ook niet echt als een echte buitenspeler heeft gespeeld tot nu toe. En er zijn volgens mij ook wel beelden geweest van wedstrijden... waar op een gegeven moment Dembélé, die wilde van de rechterkant wilde naar binnen komen. En dat Messi hem daadwerkelijk gewoon wijst van... joh, blijf aan de zijkant. Want die zone rechts aan de binnenkant, die is voor mij... want daar ben ik eigenlijk goed. Ja, en voor rechts buiten, nu bij Barcelona... je kunt eigenlijk bijna niet functioneren. En dan zie je dat spelers zoals Paulinho... die dat natuurlijk op een hele andere manier invullen... die kunnen uiteindelijk dan nog wel een beetje functioneren. Maar eigenlijk als rechtsbuiten moet je of continu aan de zijkant blijven... of je moet echt gewoon als een middenvelder gaan fungeren. Maar als je zoals Dembélé speelt, dat is gewoon heel moeilijk. En voor Malcolm geldt eigenlijk natuurlijk hetzelfde. Dat is eigenlijk ook zijn favoriete been, zijn linker. En als hij dan voor rechts naar binnen komt, die ruimte is er niet. Want vaak staat Messi daar. Ja. Nou, hij zult dus ook vooral vanuit links spelen, denk ik. Ja, ik denk maar dan gebruik je hem eigenlijk ook niet op de manier waar hij... op zijn best is. Hij was bij Bordeaux goed als hij voor rechts naar binnen kwam. Maar Feffi zei het net al, hè? Vroeger speelde Messi in een team met heel veel grote sterren, heel veel goede voetballers. Iniesta is natuurlijk nu weggegaan deze zomer. Hoe gaan ze dat nu oplossen? Ja, met Coutinho, die hebben ze natuurlijk al gehaald. Ja. Die vult natuurlijk op een andere manier in. Zeker Iniesta in zijn laatste jaren speelde hij steeds dichter bij zijn defensie. En Coutinho is natuurlijk meer een speler die richting doel gevaarlijk is. Meer ook een speler die... goed is in de chaos vanuit de omschakeling. In plaats van dat hij vanuit de niets iets creëert zoals Iniesta dat goed kan. Dus die hele speelstijl van Barcelona die gaat veranderen met Coutinho op die plek van Iniesta. En tegelijkertijd betekent dat voor de twee centrale verdedigers en Busquets... dat het gewoon een heel moeilijk seizoen gaat worden. Ja. Want die hebben eigenlijk niet meer de bescherming. Zeker als ze 4-3 spelen, die ze in die 4-4-2 wel hadden. Want dan was de rechtsback, stond niet altijd even hoog. Had je nog een rechtsmid erbij die verdedigend werk deed. En je had twee controlerende middenvelders. Ja, en dat zag je ook wel in die wedstrijd tegen Sevilla. Als ze dan uitkomen op de counter, je hebt die twee centrale verdedigers met alleen Busquets ervoor. Ja. Dan zijn de ruimtes gewoon veel te groot. Hoe gaan ze het invullen, denk je, ideaal gezien, met middenveld? In topwedstrijden gaat hij gewoon weer 4-4-2 spelen, denk ik. Met Rakitic naast Busquets erbij. En vaak waarschijnlijk dan ook nog Vidal rechts erbij. Nee, ik denk Arthur. Wie is het, hè? Ik denk dat Arthur veel minuten gaat maken. Wel waarschijnlijk tegen mindere tegenstanders, omdat hij wat creatiever is op die plek. Maar ik denk tegen serieuze tegenstanders dat hij waarschijnlijk vaak gewoon weer Rakitic en Busquets naast elkaar gaat zetten. Ja, Rakitic, Busquets. Belangrijk. Coutinho en Vidal. Hoe graag ben jij Barcelona met FIFA nog tegenwoordig? Nooit eigenlijk. Nee. Nooit geweest ook. Maar dat is het ding. Dat het gewoon op FIFA maakt het niet zo heel veel uit of je leuk kan dribbelen. Wat eerst was met Messi en met Neymar. Maar dan heb je aan iemand als Ronaldo en Bill veel meer. Maar dat is FIFA natuurlijk. Ja, wel maar nu met die snelle jongens? Ja, dat is hetzelfde. Kijk,
helemaal bij FIFA, als je dan even daar puur daarover gaan praten. Het was natuurlijk vroeger altijd zo, en dat weet Fef ook wel met PES, dat het bij FIFA vooral draaide om hoe snel je was. En dat is nu steeds minder. Het gaat nu steeds meer om een combinatie van ook sterk zijn en zo. Dus ik denk dat ook bij FIFA bijna niemand meer Barcelona gaat zijn. Het grootste probleem daar altijd bij is dat Messi het niet 90 minuten vol kan houden op de manier zoals mensen er graag mee spelen. Gewoon namelijk rennen. Dat kan niet. Dat kan niet met Messi. Hij heeft geen stamina. En zijn kleine mannetjes bij Barça. Ja, daarom. Dus dat. En Piqué is niet... Busquets, ja, dat is het ding. Zeg maar, ik heb wel FIFA 19 gespeeld om daarover te beginnen. En daar hebben ze iets nieuws toegevoegd dat het intelligentie meer gaat spelen. Dus een speler als Modric, als Kroos, als Busquets... die zijn veel beter, omdat die nu dat hebben, dat ze dat zelf invullen. Ja. Dus dat is leuk om te zien. Maar vroeger was dat zo, dat ja, een Busquets, ja, geweldige voetballer in het echt. Maar FIFA hebben er niks aan. Nee, maar dat geldt eigenlijk ook in de spelletjes met Iniesta en met, Kroos ook. Met Xavi. Dat die hadden altijd 98 of 100 van de punten. Maar echt lekker speelde het niet. Ja, ik ga het maandag weer spelen. Dus, jij wel. Gaan we het zien. Zonder Barça. Ja. Nou, misschien met Barça. Maar Messi riep het al voor mij naar de Supercup winst. Dit jaar, nou, niet alles in het teken, maar het is wel heel belangrijk, de Champions League. Verwacht je het, dat ze echt een van de grote kanshebbers zijn? Ja, ze zijn sowieso wel denk ik een van de grote kanshebbers. Het hangt er wel een beetje af van hoe ze het gaat invullen in die grote wedstrijden. Met, denk je 4-4-2 zoals Pieter zegt? Ja. Met Vidal en Coutinho. Ja. Okay. Rakitic en Busquets en Messi en Suarez. Maar ik denk dat we gaan ook heel veel wedstrijden zien waar ze 4-3 gaan spelen met Malcolm en Dembélé. En misschien Messi in het midden. Dat is ook een optie. Maar de reden dat Vidal is aangetrokken is echt omdat zij die Champions League willen winnen. Ze willen gewoon echt stootkracht hebben. Gewoon vanuit het middenveld. En ja, zoveel mogelijk goede spelers om Messi heen verzamelen. Zodat hij nog één... of twee keer de Champions League kan winnen. Maakt dit Barcelona, wat jij hebt gezien, Pieter, kans tegen City? Als het erom gaat? Ja, in principe maken ze altijd kans. En tegen City... Nee, maar ja, tegen City kun je natuurlijk ook wat meer op de tegenaanval spelen. Misschien is dat ook wel voor dit team. Zeker met de veranderingen die vorig seizoen zijn ingezet. Waar ze eigenlijk in een paar seconden nadat ze de bal hebben verloren, proberen ze wel terug te winnen. Maar daarna zakken ze gewoon terug op de eigen 16. En dan spelen ze meer countervoetbal, wat je eigenlijk niet gewend bent bij Barcelona. Maar ik vond eigenlijk in de wedstrijden waar ze dat konden doen, dat ze beter in hun kracht waren dan in de wedstrijden waar ze het ouderwetse Barcelona-spelletje speelden van het spel maken en door een muur heen proberen te spelen. En dat ging eigenlijk helemaal niet soepel afgelopen seizoen. Dus misschien ja, dat het team als City, dat hen in deze fase best wel goed ligt. Hey, Fefie, gewetensvraag. Als je voor je werk een mooie opdracht mag doen met de selectie van Fenner? Nee. Nooit? Nooit. Oké. Okay. Afif? Selectie van Fenner lukt je wel. Bruggetje, toch? Nee, is, met Fenerbahce, nee. Geen probleem met Fenerbahce. Geen probleem. Maar op een gegeven moment stond je met de boys van Real Madrid op het trainingsveld. Ja, klopt. Ik stond 2 weken geleden, of 3 weken geleden, met Real Madrid in Miami. Met 6 spelers. Ja. Asensio, waaronder Asensio, Isco, Benzema. En toen was ik een beetje gameshow host. En, maar hoe lastig is dat dan? Want ik weet dat je bijvoorbeeld je Twitter-account hebt afgeschermd nu. Nee, het is niet afgeschermd. Nou, had je wel, toch? Nee, ik heb mijn naam veranderd. Maar ik leuk heb, ik dat was, je gezegd alsnog. Ik was blauw. Je was Forza Barcelona, maar vertel. Ik was Forza Barcelona, ben ik nu niet meer. Maar nee, ik stond inderdaad met Real Madrid-spelers en ik kreeg ook een Real Madrid-shirt. En de mensen van Real Madrid vroegen of ik dat even aan wou doen voor die activatie. En? Heb ik vriendelijk bedankt en vonden ze dat vreemd. Ja. Waarom niet? Dus heb ik gezegd, luister. Okay. Ik ben professioneel, ik ben ook voor Barcelona. Dus keken ze een beetje vreemd. Maar... En die spelers, die stonden erbij, die hoorden het? Nee, die stonden niet bij. Maar later wel aan Asensio en Isco verteld, heb ik dat gewoon meegedeeld. Ja, want je bent... gewoon prima. Ja, want ik ben Nederlands. Hij spreekt Nederlands, ja. Spreekt Nederlands. Leuk. Ja, hier kunnen we weer even op vooruit, hè, jongens. Hij spreekt gewoon keurig Nederlands. Goed, want je hebt een mooie trip achter de rug met 4-3. Eerst het WK natuurlijk in Moskou. Ja. Toen voor mij naar Brazilië, Neymar, 5-5. Brazilië, ja, was toen even door Neymar 5 georganiseerd. Ja. Door Neymar, heet Neymar Juniors 5. Dat is in Praia Grande. Dat is in een van de buitenwijken waar hij is opgegroeid. Dat is toen even wat, volgens mij, er waren 70 landen van over de hele wereld, die waren daarbij. En dit is Real Madrid in Miami, toch? Dit is Real Madrid in Miami. Dit was een controle. Dit was, hoe is je controle? Ja. En dan gooide ik de bal van boven en zei ik een kleur.
Toen moest ze hem daarin controleren. Gesponsord door de Olympische Spelen? Of, Olympische Spelen, ja. Ja, heel goed. Nee, en dit is wel leuk, want dit is in Philadelphia? Ja, nee, dit is ook in Miami. Dit was met, want ik was in Miami met Bayern München eerst en vervolgens met Real Madrid. Dus het was een activiteit met Games. En Games die was... Games die was niet mee met de tour, met Bayern München. Maar die heeft een appartement in Miami. En die sloot later aan voor een paar marketing dingetjes. En die moest ook met mij in de auto, half uurtje. Ja. En later nog Jenga spelen in zijn hotelkamer. En hoe was dat? Ja, dat was wel leuk. Dat was wel... Want ik bedoel, kijk, het zijn Audi, allemaal merken die allemaal verplichte marketing dingetjes doen met die spelers. Ja. En... Ja, wij weten het zelf ook. Sommige spelers zijn er wat leuker in dan anderen. Wie waren nou echt dat je denkt, ja, dat zijn gewoon echt toffe gasten. Die maken er ook het beste van? Nee, Games was wel leuk. Hij had er eerst geen zin in. Hij had er niet echt zin in. Want hij kwam ook auto... We liepen naar zijn auto. Ja. Ik zei van, oké, we moeten eerst een paar GoPro's erin doen. Want we gaan dit opnemen. Hij had geen flauw idee wat het... Oh, wat lekker goed gecommuniceerd. Nee, en toen liepen we naar zijn auto. Toen zei ik rij. Zei hij, oh, jij rijdt. Ja, ik rij. En okay, nou, hij stapt in bij rijder. En... In zijn eigen auto? Ja, in zijn eigen auto. In zijn auto. Ja, ja. Dan is het wel raar dat hij dat... Ja. En hij zit direct op zijn telefoon. En een beetje gewoon een gesprek proberen te maken. Ja. En toen was hij gewoon normaal. En toen zei hij, op een gegeven moment zit gewoon te rijden. En zegt hij van, wow, stop. Van, wat is er? Zegt hij, kijk daar, die meisjes. Daar. En even fluiten. En toen was het uitgebroken. Het is gewoon een normale jongen. Okay. Dat had ook wel dat jij goed Spaans een normale voetballer was het. Gewoon normale. Ja, gewoon een normale profvoetballer. Ja, maar even voor de mensen die denken dat hij gewoon Nederlands... Jij spreekt goed Spaans. Nee, was in Nederlands met Games. Ja. Nee, was in het Spaans. Ja, nee, maar even voor de mensen thuis niet. Ja. Weet misschien, ja, maar dit klinkt eigenlijk gewoon als met team reserveur in de auto, toch? Ja. Ah, nee, zo ben ik niet. Zo ben ik niet. Ja. En daarna ook nog met een echte Nederlander, Arjen Robben. Ja, ik was met Arjen. Een echte Nederlander. Nee, maar toch met Asensio in de blauwe ogen. Echte Nederlander. Groningen. Bedem. Nee, ook met Arjen in Philadelphia, ja. Ja. Met Arjen Robben en Kingsley Coman en Sandro Wagner. Gingen jullie Rocky naspelen, toch? Rocky naspelen, ja. Zij hadden er helemaal geen zin in. Robben en Sandro Wagner, die hebben ook geen social media. Ja. En die wisten ook niet wat 4-3 was. En ze hadden geen zin in. En het was hun tweede dag. En ze hadden net een dubbele sessie achter de rug. En het was 9:00 s'avonds. Het was donker bij de Rocky Steps. En moesten ze nog omhoog rennen. En de Robin liep er een beetje bij. Alsof dan, dan zeggen ze gewoon tegen jou, ik heb er geen zin in. Dat zeggen ze niet, maar lichaamshouding een beetje. Wat de Rocky Steps is daar in Philadelphia, hebben vanuit de film, dat ze omhoog rennen. En ja, precies, iconisch. Je rent naar boven, gewoon een paar dansjes. Even. Ja. Wat is het stomste wat jij hebt moeten doen voor marketingdoeleinden, Tim? Nou, net. Ach, vandaag net. Een half tafelvoetbal in Albert Heijn. Nee, maar zelfs dan maak jij nog het beste van. Ik vind het serieus best leuk. Ik vind het nooit zo erg. Heb je wel maar er zijn wel heel veel jongens die dat niet leuk vinden. Heb je wel eens ooit iets gedaan waarvan je denkt, wat doe ik hier? Nee, jawel, als er gewoon geen mensen zijn. Maar ik vind het nooit heel erg. Nee. Wat heb je best wel makkelijk. Waar geen mensen zijn op komende dagen? Wat zeg je? Wat heb je moeten doen waar geen mensen kwamen? Vandaag waren er vrij weinig. Vandaag waren er niet zoveel kinderen, maar... Ze wisten wel dat jullie profvoetballer waren, of niet? Nou, weet ik niet. Ik denk Almere City, misschien is dat nog amateurs, maar... Okay. Nee, valt wel mee. Maar moet het ook wel doen, maar er zijn wel veel jongens die... Ja, bij hun is het natuurlijk heel anders, maar... Ja. Heel veel jongens zijn gewoon jongens die daar geen zin in hebben. Zo vaak, en dat is op elk niveau, denk ik. Ja. En laat staan als je dan net 2 keer getraind hebt en dan moet je nog met iemand mee naar... Geen jetlag. Ja, en als nog even iets erger. Heb jij wel eens een programma of een interview gehad waarvan je dacht, wat doe ik hier eigenlijk? Maar het moet maar voor het boek of voor Voetbal International. Ja, soms wel. De Gielmobiel. Ja, de Gielmobiel, dat was wel een voorbeeld, ja. Wat? Hij heeft de Gielmobiel gehad. Nee, zeker wel. Echt? Ja. Oh, wat was dat? Nou ja, dan word je 's morgens gebeld. En dan moet Giel raden wie jij bent. En wat dacht hij? Ja, hij zat even te puzzelen, maar hij had een podcast gehoord waar ik in zat. Dus toen... viel het op een gegeven moment op zijn plek. Maar het vervelende aan die Gielmobiel is dat je daardoor zelf verantwoordelijk bent om dat ding weer kwijt te raken. Dus? Ja, dus ja, ik had gewoon een gewone werkdag. En er was niet echt iemand. Ik heb nog geprobeerd te slijten aan Missio Abink, maar die raakte niet meer kwijt. De volgende dag. Nee, je moet de volgende dag moet je dat ding kwijt. Anders, niet dat je anders echt een probleem hebt, maar dan wordt de volgende dag dat ding weer gebeld en dan,
Maar wie is de gelukkige? Wie het is. Ja. Wie is de gelukkige? Ik ben hem kwijtgeraakt aan een of andere zangeres in Utrecht, waarvan ik nu de naam niet meer weet. Maar dat was. Maar die kwam je tegen op straat? Nee, ja, dat was via. Dus ik heb gewoon heel veel mensen geappt van. Ken jij iemand aan wie ik dat in kwijt kan in Utrecht? En, een nieuwe liedje promoten. Dus. Ja, dus die moest inderdaad een nieuw liedje promoten. Maar dus, wat doe je nou als je in een interview zit of je bent ergens dat je denkt, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Dan blijf je gewoon doorpraten en vertel je wat je denkt dat je moet vertellen om iets te verkopen. Zoals nu. Ja, maar ik denk dat jij er misschien wel het meest ervaren bent van iedereen. Want meestal is de openingszin of hoe ze hem neerzetten, dat begint altijd met van nou, hè, cijfertjes, heerlijk. Voetbal. Ja, dat is wel irritant, ja. Excel, ja. Hey. Mooi, hè? Hey. Maar zo begint bijna elk gesprek. Uiteindelijk wordt het dan meestal wel goed. Maar ik denk heb jij een laptop? Hey. Ja, maar soms zit je inderdaad. Dat is heel irritant. Ik weet nog dat ik bij Radio 1 zat een keer deze zomer. Toen werd ik echt in de hoek gezet van. Ja, jij zit de hele dag in Excel. Dus vertel maar even wat jij in de cijfers gezien hebt. En dan zat Juri Mulder in dat programma zat hij aan de telefoon. Dus als het voetbal inhoudelijk werd, dan schakelde die presentatrice, die schakelde daar Juri Mulder. Wanneer ze dacht van, oh ja, en hoe zit dat dan in de cijfers, dan werd dat aan mij gevraagd. Maar dan denk toen ben je dus een beetje geïrriteerd? Nou, niet per se geïrriteerd, maar ik leg uit dat ik dan niet de hele dag in Excel zit. Ah, oké. Okay. Slechts 8 uur van de dag zit ik in Excel. De rest van de dag kijken soms ook nog wel eens voetbal. Okay. Wel mooi, met Juri Mulder in zo'n programma. Ja. Prima. We hebben heel veel competities al behandeld. Voor mij nog alleen de Premier League nog niet gedaan. Als we dan even kunnen kijken. Juri van Wessum bellen boven. Juri van Wessum even bellen boven. Natuurlijk de Engelse of de Londense derby natuurlijk. Zaterdagavond Chelsea tegen Arsenal. Jean-Paul, verwacht je dat Arsenal daar een keer iets kan gaan doen? Nee. Nee? Simpelweg omdat ze veel minder kwaliteit hebben dan... Kijk, Nederland is het wel met jou eens. Het was net niet eens met Lars van Velsen. Gelijk spelletje, toch? Nee. Maar Arsenal heeft zoveel minder kwaliteit. Ik ben ook best wel onder de indruk van het nieuwe middenveld van Chelsea. Dus natuurlijk. Het begint natuurlijk met het aantrekken van Maurizio Sarri, die natuurlijk naar Chelsea is gegaan als trainer. Maar ik weet het niet. Ik vond Chelsea van de week veel leuker dan wat ik het afgelopen seizoen heb gezien onder Conte. Daar was alle spelvreugde uit verdwenen. Ik ben vorig jaar nog 2 keer naar Chelsea geweest. Dat was echt verschrikkelijk om naar te kijken. En Arsenal. Ja, same old Arsenal zou ik haast willen zeggen. Ook met Emery. Het is gewoon ook een kwestie van kwaliteit. En dat kan je Wenger altijd maar aanrekenen, maar het is gewoon niet zoveel. Ik heb met Arsenal altijd, dan verliezen ze weer van een of andere middenmotor of iets anders. En dan is er een topwedstrijd, denk ik, nou, nu ga ik even een leuke pot kijken. En dan spelen ze ineens weer gelijk tegen Chelsea. Ze maken er altijd wel een leuke pot van. Ja, daarom. Maar zeg maar, dat is het ding. Bij Arsenal heb ik altijd ze verliezen van de lagere teams. En dan komen ze tegen een topteam en dan is het een gelijk spelletje. Nou, kijk, we hebben natuurlijk van de week Arsenal tegen City gehad. En het is geen schande om van dit City te verliezen. Want dat zit natuurlijk echt gigantisch goed in elkaar. En die steken echt wel boven die hele, voor zover er nog sprake is, van een top 6, steken ze uit. Maar we mogen ook wel zeggen dat Arsenal echt de dissident is in dat groepje. Hoe zie jij dat, Pieter? Denk ik ook wel. Maar ik denk eigenlijk dat ze tegen Chelsea morgen misschien nog wel een kans hebben. Omdat Emery die laatst toch ook wat meer vanuit de omschakeling voetballen. Wat meer vanuit de organisatie. En Chelsea, het begint net. Dit voetbal met Sarri. En dan zag je ook wel tegen City dat in de omschakeling bij balverlies, dat ze dan wel heel erg kwetsbaar zijn als alleen Jorginho daar staat. Nou, hij heeft nu Kante voor zich. Dus dat helpt wel een beetje. Maar ik denk toch wel dat dit team, ja, op de counter best nog wel kwetsbaar is op dit moment. En dat daarom in deze fase van het seizoen Arsenal best een kans heeft tegen Chelsea. Dat is wel extreem in die wedstrijd, hoor. Die ook die goals en die kansen. Ja. Van de omschakeling van de restverdediging bij Chelsea. Ja, lagen echt enorme ruimtes. Dus als we dat nu weer weggeven tegen Aubameyang. We beelden gekeken hebben, toch? Ja, ja, van de wedstrijd teruggekeken. Ja. Alleen het is niet makkelijk. Als jij op deze manier gaat voetballen en jij wil zo dominant zijn als Sarri wil zijn. Ja, en je hebt een paar weken training gehad, want ze begonnen de voorbereiding nog gewoon onder Conte. En je gaat echt totaal anders spelen dan, ja, zeker als het even tegen zit, dan kan het best wel lastig worden in wedstrijden. Dat zijn wel maar hele intelligente spelers, toch? Nee, ja, tuurlijk. Alleen, ja, dat gaat niet van de een op de andere dag dat je op deze manier gaat spelen. En wordt Jorginho net zo dwingend bij Chelsea als dat hij bij Napoli was? Dat hij, zeg maar, soms meer dan 100 balcontacten per wedstrijd had. En voor zijn eerste wedstrijd had hij al een record gedaan, toch? Dat weet ik niet. Volgens mij was ja, hij had heel veel passes en dat gaat hij hier ook al hebben. Alleen het gaat voor hem wel lastig worden tegen bepaalde teams in Engeland die wat meer fysiek spelen. Ja, dat heeft hij natuurlijk niet. En ook wel bij standaard situaties ben ik sowieso wel benieuwd. Want ze hebben niet heel veel lengte meer in deze ploeg zitten op dit moment Chelsea. Wat verwachten jullie eigenlijk? Verwachten jullie dat Emery ook maar iets kan
kan bijdragen aan een beter Arsenal dan wat we de afgelopen jaar. Kijk, het is natuurlijk een trainer die zijn sporen heeft verdiend. Ik uit mijn hoofd 3 keer de Europa League met Sevilla. En heeft het bij Paris ook nog niet zo slecht gedaan. Al heeft hij daar toch ook weer niet het Europese... Wat zeg je? Hij heeft 2 gewonnen. Wie was die andere dan? Volgens mij is het... Komen we later op terug. Maar in ieder geval, hij heeft het natuurlijk niet slecht gedaan. Verwachten jullie dat hij bij Arsenal echt iets kan ontketenen? Of zit hem dat toch ook een beetje opgesloten in de selectie die ze toch al hebben? Hij heeft toch gewoon te weinig goede spelers. Echt goede spelers. Denk ik eigenlijk ook. Ja. Als je vergelijkt met die andere, dat wordt gewoon heel lastig voor Arsenal. Ook met deze trainer. En het is ook natuurlijk, ze halen bijvoorbeeld zo'n Guendouzi, die halen ze bij Lorient. En dat is een jongen met heel veel potentie, heb ik begrepen. Ik heb nog niet echt veel zien spelen. Maar bij Arsenal wordt hij gelijk voor de leeuwen gegooid, weet je wel. En daar moet je gelijk tegen het middenveld van City met Fernandinho en Gundogan, weet je wel. Ja, maar dat is misschien een beetje een valse start ook. Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat je dus... Bij Arsenal worden dat soort jongens gelijk voor de leeuwen gegooid. En worden ze niet aan de hand van een grote naam geholpen en wegwijs gemaakt in het Europese topvoetbal. Dat is toch altijd waarom bij Arsenal zulke grote talenten er zijn die dan uiteindelijk niet doorbreken. Iwobi, dit was altijd, toen hij net doorbrak, sprak iedereen erover volgens mij. Elke Arsenal-fan. En die heeft het gewoon nooit waargemaakt. En zo heb je heel veel van dat soort jonge jongens. Ja, zo de Walcotts en zo. Die ook net niet, zeg maar. Ja, het is gewoon, was de eerste paar seizoenen geweldig en ontzettend groot talent. Wilshere, inderdaad. Hoe goed die wel niet was toen die jongens. Ja, Walcott heeft gewoon nooit echt de stap kunnen zetten naar de echte... Ja, maar zo is er wel, Arsenal is er wel echt veel geweest de laatste jaren. Ja. Jongens die heel groot talent zijn rond de 17, 18 en vervolgens niet echt doorpakken. Heel vaak bij Arsenal dan zie je een speler en denk je van, ik heb er nog nooit van gehoord. En hij is heel jong, dan heeft hij een ontzettend goede wedstrijd en dan daarna hoor je nooit meer iets van hem. Wat wordt jullie verrassing van dit seizoen in de Premier League, jongens? Zien jullie überhaupt een verrassing? Wolverhampton, maar is dat een verrassing? Nou, als promovendus toch? Wel als promovendus, maar als je ziet hoeveel ze geïnvesteerd hebben en wat voor goede spelers daar nu al rondlopen. Hoeveel er geïnvesteerd wordt is niet altijd een garantie voor succes. Maar het zijn wel een hartstikke goede spelers die ze al nu al hebben. Normaal zeg je bij een promovendus, je hoopt dat ze erin blijven. Zij zijn aan de stand verplicht om erin te blijven met de kwaliteit. Donker als je Neves hebt die de lijntjes uitdeelt op het middenveld. Dat heeft denk ik geen enkele promovendus gehad in de Premier League de afgelopen jaar. Ook een vrij trap is het doelpunt met Neves. Everton is ook niet, misschien is dat nog niet helemaal reëel met de uitgaven die ze gedaan hebben. Ja, maar Everton is natuurlijk... Ja. Vorige week speelde natuurlijk maar eentje. En dan is het natuurlijk even wachten tot iedereen daar in dat team zit. Snel. Wat zeg je? Vrij snel een rode kaart. En Richarlison wel gelijk 2 doelpunten weer. Ja, mooi. Goed, we gaan door met Koning Toto. We hebben wedstrijden voor elkaar uitgekozen. Laat beginnen met jou, Aviv. Ja. Ik heb voor jou Lazio... Wat staat dit onhandig? Twente. Lazio Twente? Lazio Napoli en Twente Sparta. Heel goed. Lazio Twente. Ja, ik zat ook al. Ja, goed. Lazio Napoli. Lazio. Lazio. Nog uitleg? Ancelotti. Ik ben geen fan van Ancelotti. En ik denk dat Napoli Napoli dit seizoen... Waarom ben je geen fan van Ancelotti? Ik denk dat hij niet zo'n goede competitietrainer is. En ik denk dat overal waar hij komt, behalve... Bij Real Madrid heeft hij het wel een periode goed gedaan. Maar bijvoorbeeld bij Bayern München heeft hij eigenlijk het team in zo'n dusdanig negatief spiraal getrokken. Na Pep. Dat ik eigenlijk denk dat hij dat een soort gelijk effect nu gaat plaatsvinden. Na Sarri. Ik zie iemand woedend worden daar, een grote Napoli-fan? Ja. Maar of je bent geen grote Napoli-fan? Ik moest eigenlijk gewoon lachen om Pef die opeens binnenkwam. Oh. Ik ben gewoon niet zo onder de indruk van het materiaal dat ze nu hebben. Ze hebben geen spits. Ze zijn Jorginho kwijtgeraakt. En in tegenstelling tot alle ploegen om hen heen, hebben zij zich eigenlijk niet erg... Zo is het. Kijk, de roep in Napoli is heel groot om Belotti. Maar ook Belotti is niet het antwoord op deze ploeg. Als ze een echte spits hadden gehad, had ik ze wel in de top 4 neergezet. En nu denk ik dat ze daar buiten vallen. Fantastische uitspraak van de voorzitter. Is niks. Ja, over de shirts. Iedereen schreeuwt dat ik mijn miljoenen moet uitgeven, maar zelf kopen ze een Namak-shirtje. Ja. En is illegale tickethandel Even terug naar Koning. Jij zegt Lazio? Lazio. En dan Twente of Sparta? Ga je mee met Nederlands Volk of met Lars van Velsum? Ik kies Sparta. Ja, dan ga je dus mee. Kijk, een man met verstand er ook Lars. Van. Ja, oké. Okay. Nou, prima kwartiering voor mij dan. Ja, absoluut. Dan gaan we naar de volgende. Nou, Larsie. Ja. Zelfde wedstrijden. De quote is ook veranderd bij Twente. Goeie foto, Lars. Ja. Dat was ik zelf niet uit. Pak de heikant. Ja, maar Lars, die eerste. Was dat. Ik heet wel een beetje verscheept. Lazio Napoli. Gelijk spelletje. Oké. Okay. 1-1 tussen Lazio en Napoli. En nu zegt hij FC Twente. En Sparta.
Nee, wat heb jij trouwens met je... Heb je onder een springkussen gelegen of zo? Wat is er met jouw knieën? Ja, ik heb kunstgras, hè. Oh, VVA-Spartaan. Drie wedstrijden, jammer dat we niet gescoord hebben. Zo, het was behoorlijk slecht. Ja, wie vond het leuk om het FC Afkik-account te vragen of hij wel echt een voetbalteam... Ja, nou, dat betekent niet omdat er geen 5 bekende mensen zijn en je komt er niet aan name-dropping doet dat het geen voetbalteam is. Maar... Zo! Kleine sneer. Ik heb een beetje last van mijn been, dus. Maar. Zo. Er zitten hier 3 voetballers, hoor. Zoutig. Het is 3-1, Lars. Ja, interesseert me niet, ik kan jullie allemaal aan. Die is altijd voor jou. Geloof ik ook. Laat je eigen team in de steek? Zeker, meteen. Okay. Maar goed, gelijkspelletje en Sparta. Even kijken welke wedstrijden. Jezus. Argentinië. Ja. Kun je me even bijpraten? Dat is een land in Zuid-Amerika, Niel. Aviv heeft deze ook echt voor me gekozen, prima. Die was Old Boys, club van Maradona. Zou voor de hoogste kwartiering gaan als jou. Hoogste kwartiering? Juan Sebastián Verón. Ik ga even kijken. Stand in Argentinië. Zijn we niet begonnen? Jawel. Check wel. Dat zou mooi zijn. De apertura. Niet te voorspellen. Nee, Clausura? Superliga, nee, is afgeschaft. Ja? Doen ze niet meer in 2 keer? Oké. Okay. Argentinië wordt mij altijd thuis. Maar nu ondertussen Ja, ik doe nu als Old Boys. Ja, dat wordt een interessante bij Jong Ajax, Kai Sierhuis in de spits. Dus dat betekent dat hij in ieder geval morgen niet Huntelaar gaat sparen bij het grote Ajax. Roda hebben we vorige week mogen horen van Thomas en van Lars. Die hebben het nog helemaal niet op orde, ook qua aankoop en alles. Dat hebben ze al jaren niet. Gelijkspelletje, Lars, zal ik hem daar zetten? Ja, ik wil dat... Ja? Ja, maar ik moet eigenlijk iets zeggen waardoor je niet gaat... Ah, je was niet positief over Roda en niet positief over Johan. Weet je wat? Daar hangt iemand van Fox. Dan ga ik daar even voor die laatste wedstrijd even advies aan vragen. Die weet altijd namelijk alles. Milan van Dongen. Goedemiddag. Ach, net de Eredivisie dit. Zo. Ja. Prachtig. Ja, ik... Ja, mooi hè? Ja. Nou, wie zit je nou weer te schreeuwen, Milan? Stadion. Nou, naar jullie, want dat laatste hoorde ik niet. Ik kwam echt net de verbinding was. Dus ik weet niet over welke wedstrijd je... advies wil vragen. Rode JC, Jong Ajax. Jezus. Ja, dank je. Doe maar een 1. Oh, oké. Okay. Nou, die vul ik dan bij deze in. Dus 2 keer een eentje. Ja. Goedemiddag Milan. Lekker in Enschede. Een uitverkochte Grolsvesten in de keukenkampioen divisie zometeen. Hoe is de sfeer daar? Nou, nog rustig. Het was wel even wennen, want normaal gesproken bij de Eredivisie komen we hier... Nou, wat is het? 3 uur... 3,5 uur van tevoren. Bij de keukenkampioen-divisie is het 2,5 uur. Maar het stadion was nog dicht. Dus ze pasten zich moeiteloos aan die keukenkampioen-divisie. Pas om 6:30 ging het open. Ja. Het is nu weliswaar open. Maar andere standaarden. Ze zijn het dus al wel een beetje gewend. Ja, ja, die sfeer, dat is natuurlijk keukenkampioen-divisie. Dat is die niet gewend. Nee, inderdaad. Wat denk je wat voor een wedstrijd wij kunnen verwachten vanavond tussen deze twee ploegen? 0-4. Ja, ik hoorde het iemand zeggen. Nee, geintje. Nee, het wordt toch geen 0-4? Hier, Lars, verdedig jezelf even, man. Ja, maar wat wordt er dan? Ja, kijk, als je nou met een tegenargument komt... Heb je een hele goede, Lars. Nee, ja, ik denk dat met dat publiek erachter... en toch wel een soort van nieuwe verwachting bij Twente... die weliswaar nog niet ergens op gebaseerd is. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze hier met 4-0 op de broek krijgen. Ook omdat ze hebben toch wel spelers gehaald. Weet je, als je van Sevilla B komt en dan van allemaal Spaanse ploegen, dan ga je hier niet voor, ik zeg maar wat, 30.000 euro spelen. Ik kan me niet voorstellen dat dat allemaal slechte spelers zijn. Ja. Nee, maar goed, maar als je die spelers 30.000 euro biedt, dan gaan ze natuurlijk niet komen. Dus dat zijn spelers met een bepaald salaris en dus ook denk ik wel een bepaalde kwaliteit. Tim Reuzenfeuk komt voor de helft. Of je dat even door kan geven aan Ted van Leeuw voor volgend jaar. De eerste aanbieding voor iemand die bij Twente wil spelen. Zeker niet, we gaan hoger dan Twente eindigen. Dus maar per jaar, niet per maand. Oh, per jaar. Er zijn overigens nog 600 kaarten, wordt in de chat gezet. Dus mocht je naar FC Twente, Sparta, dan zijn er nog wat... Als je nog iemand meenemen. En dan, het is toch schitterend, jongens. Ja, en dan bij Keukenkampioen divisie met 30.000 supporters aftrappen. Ja, wat denk je voor Sparta? Vorige week de generale repetitie ging... ging het eigenlijk helemaal niet zo lekker op bezoek in Deventer. Werd er met 3-0 verloren van de Go Ahead Eagles. Toch nog wel wat vragen. Gaan voor mij 5-3-2 spelen. Met Royston die hele linkerkant mag bestrijken. Wat gaan we verwachten van Sparta vanavond? Ja, ik ben daar wel benieuwd naar. Ik ben ook wel een beetje benieuwd naar de mening van Pieter. Want die opteert vaak voor spelprincipes anders doen. Niet allemaal meer 4-3-3.
Ja. Hoe die dan nu tegen dit Sparta aankijkt, die dan nu wel 5-3-2 gaan spelen. Is dat slim of is dat juist weer simpel dat het dan maar voor 5-3-2 wordt gekozen? Hoe kijk je er tegenaan eigenlijk? Ja, lastig om te zeggen. Ik heb niet gezien hoe ze die 5-3-2 invullen en hoe ze precies gaan spelen. Ik ook nog niet echt. Nee, dus ik kan er wel iets van gaan vinden, maar dat slaat het eigenlijk ook nergens op. Morgen lees je het op VI Pro. Nee, dan... In de rust lees je het op VI Pro. Drenthe aan de linkerkant, toch? Ja. Die hele linkerkant. Ja, Drenthe, daar ben ik wel echt benieuwd naar. Dat zou toch fantastisch mooi, zijn als hij weer helemaal... Ja, als hij weer echt laat zien wat hij vroeger kon. Ja. Dat zou wel mooi zijn. Als je zijn teamgenoot hoort, dan is het wel ook gewoon echt heel... Is het wel de Royston die we kennen die serieus met zijn vak bezig is? Hij is afgetraind, neemt het voortouw in trainingen bij wedstrijden. Dus misschien gaan we dan nu eindelijk weer de echte Royston Drenthe zien die heel goed kan voetballen. Want dat is natuurlijk ook wel weer een tijdje geleden. Dat hij gewoon op 10 alles gaat lopen regelen, dat lijkt me ook wel mooi. Ja, ik zag hem met de juryprofs in die wedstrijd van de toekomst. Toen speelde hij op een soort van op 10 inderdaad. En toen was hij alles aan het regelen, maar kon hij ook echt gewoon een goed voetballen. En toen was hij niet fit. Nee. Ja, maar toen was het ook al best prima, zeg maar. Ja, je zei net bij Twente dat er natuurlijk nog genoeg geld is om goede salarissen te betalen in Enschede. Als we dan even kijken naar de aankopen van Sparta die ze erbij hebben gekregen. Die hebben ook wel aardig wat namen binnengehaald. Duplan hebben ze natuurlijk bijgehaald. Oude Sar, Veldwijk. Het zijn wel jongens. Ze hebben Buitens uit de Eredivisie gehaald. Wijnaldum uit de Eredivisie gehaald. Rahi natuurlijk ook. Ja. Rahi, verwacht ik nog ervan. Ik was er nog te bedenken dat Raul toen in JLWO was, dat we hem nog bijna naar Inter gepraat hebben. Ja. Dat hij op de fiets zou gaan met Rahi. Wat is er? Nee, hij staat nu trouwens op 10. Ja, Rahi achter de twee spitsen, Veldwijk toch? Ja. En Veldwijk, wie speelt ernaast Veldwijk? Alhaft. Oké, en wie gaat de keeper bij Sparta? Oblas. Ja, ik denk gewoon Kortsmeer, toch? Oké, er was wat onduidelijkheid over of die wel fit zou zijn. Ja, maar, klopt. Wij weten het ook nog niet zeker. We horen het zo, maar spannend toch. Nou, en wie zijn de analisten bij je in Enschede? Nee, maar ik denk... Ja, we hebben geen analist. We hebben geen analist? Is je hond wel mee, Milan? Nee. Is je me nou gewoon gebeld? Mijn hond heb ik thuis gelaten. Oh, zijn hond ook thuis gelaten? Ja. Ja. Nou, hey Lars. Ja, ja. Je mag mee, Lars, hoor, volgende keer. Hoe laat is het? Dat haal je makkelijk. Ik ken wel rijden. 8 uur, dat hoef ik jou toch niet te vertellen. Nee, maar je had me toch ook gewoon even kunnen ophalen, man. Ja, maar ik dacht dat zijn collega's. Je voorspellingen moest doen. Ja, dat is waar. We zijn collega's. Nou, laten we in ieder geval ook. Maar Lars, wat doet het met jou dat de keukenkampioen-divisie op het open net is te zien? Ja, dit is waanzinnig. Is dit. Ja. Dit is alsof je bent jaren bezig. Je hebt een missie, hè? Je probeert iedereen te overtuigen van de charme en hoe mooi het is. En dan eindelijk krijg je toch een beetje het gevoel. Ja, de ogen worden een beetje groot. Ik ben ook benieuwd of ze alle 150 meegaan. Goed. Nog één dingetje, Milan. Het is ook een beetje jouw succes, Lars. Ja, dat weet ik. Het is het succes van Lars. Ik eis het ook graag op. Dat is over. Milan, stel het wordt wel 0-4 vanavond. Ja. Wat doe jij in de uitzending? Een SO. Poesies vragen waar het misging. De uitzending doen. Dat sowieso. Nou, laten we zeggen dat we dan filmen dat ik 5 rondjes om de grosvest ren. Vijf? Ben je fit, Milan? Ja. Kijk, Milan is fit. Nee, ik word dit... Nee, ik word dinsdag geopereerd, maar ik kan nu nog een beetje rennen. Dus dat gaat nog. Okay. En je moet, hoorde ik Lars van Velsom schreeuwen tijdens de eerste 3 rondjes. Oké, is goed. Okay. Echt mooi als die supporters zitten. Zie hem. Lars van Velsom. Milan, succes daar, jongen. Het zal 0-4 worden, hè? Ja. Wil ik knijpen. Yo. Nee, de groeten. Yo. Hoi. Je hoort maar 0-4. Ja, in het interview met Poesies moet je openen met Lars van Velsom zei vanmiddag 0-4. Hoe de fuck is Lars van Velsom? Milan is echt fit, want ik zag hem laatst in Utrecht rondjes lopen met zo'n gigantische Samson-hond. Dus ja. Oké. Nou, Milan. Ben je echt fit? Maar doet het veel met jou dat het nu op het open net is wat Milan vroeg? Goed, ik vind dat wel leuk. Ja? Ik vind dat wel. Oh man. Ik heb het open net niet kijken. Hoe meer kijkers, hoe beter. Hè? Gewoon voor die competitie en voor die teams. En ik bedoel, het is leuk voetbal. Dus eindelijk gaat iedereen het zien. Of tenminste, meer mensen. Het is sowieso de vrijdagavondwedstrijd, toch? Die wordt, Hoe zit dat dan? Want je hebt toch een schakel op Fox Sports 1 altijd? Schakel gaat live, toch? Kanaal. Schakel gaat live. Schakel gaat op Openet. En de rest, dus geen live wedstrijd op Openet? Nee. Volgens mij zijn er 2 live wedstrijden.
Ik ga even kijken. Er is altijd een live. Open net, dus maar één kanaal. Hè? Oh, sorry. En daar zit het schakel. Dus als jij, gewoon, als jij geen Fox Sports abonnement hebt, dan kun je dus niet een live wedstrijd kijken, maar in het schakel. Nou, ik weet niet, volgens mij. Maandagavond wel, hè? Jongens, het Almere City. Ja, daar ga ik. Is die live op? Die is live. Op het open net? Dat, als die op één komt, wel, ja, maar dat weet ik dus niet. Nee. Oh. De enige wedstrijd van de avond dus. Heb je dan moeite om je te motiveren tegen Jongens? Hè? Nee, helemaal niet in het begin van het seizoen. Nee? Nee. Aan het eind van het seizoen wel? Nee, ook niet. Nee, zeker niet. Het is gewoon leuk om bij Twente uit te spelen. Leuker, maar dat, ik heb echt geen moeite om te motiveren. Geen invloed, ik heb juist zoiets van die drie punten, die moeten we hier ook halen. Dus dat geeft een soort van extra van, het moet gewoon. Ja, maar jij ervaart het, zeg maar. Mensen thuis zitten dan woedend als Almere supporter als jullie verliezen. Van, toon is nou wat inzet of kan je niet motiveren. Maar leeft dat helemaal niet? Nee, of, maar ik denk dat... niet een klein beetje? Ik denk dat onbewust. Van, ja, ik geloof best. Maar dat geldt toch voor elk team die tegen kleinere klussen of een minder ambiance. Dat er bij heel veel jongens onbewust een bepaald... procentje of 2% afgaat. Ja, dat ik denk dat ook dan moet je zien te triggeren op een andere manier doordat een trainer of dat een jongen in de groep of dat een groep sterk genoeg is om dat elke keer weer omhoog te brengen. Wat doet de aanvoerder reserveur dan om dat weg te nemen? Ja, ik door mensen op te peppen en door er veel over te praten van tevoren en duidelijk te maken dat het weet je wel dat je gewoon voor die drie punten moet spelen. Ja, je kan herhalen. Ja. Denk ik. En scherp zijn en schreeuwen af en toe in de kleedkamer en dan weet ik veel. Ja, van tevoren. En op het veld. Maar ik zal niet ontkennen dat het uitmaakt of jij voor 30.000 man speelt bij Twente. Of dat je voor 100 man speelt bij Jong AZ. Ja. Ja. We hebben trouwens uitleg vanuit Enschede. Milan van Oerhand nog aan. Die gaat het helemaal uitleggen. Ja, sorry. Ja, ik was nog even met Evert ten Napel in... Hey, Evert. Wacht, deze oortjes even op. Oho, wil jullie Evert ook even zien? Kijk, dit is Evert. Milan van Evert ten Napel voor de Daar is hij. Ja. Ja. Onze avond is gemaakt, hoor. Milan, de held van 2008. Ja. Senioriteit, oude lul. Even zegt een oude lul. Moet hij nog één keer doen? Keukenkampioen divisie. Hij moet het nog één keer doen. Ik denk niet dat hij dit gaat doen. Milan? Er zit hier iemand, Jordi Amali. En ja, even ten Napel. Ja. Denk dat hij wel wordt uitgenodigd op het huwelijk van Jordi. Zeker. Voor de uitspraak in 2008. Zeker. Niet had. Weet even dat nog? Nou, dat denk ik wel. Even, weet je, ik gooi hem even op de speaker, dan kan het ook horen. Oké. Wie zijn dit? Wie hebben we? Horen jullie mij, jongens? Ja, zeker. We hoorden, wie zijn dit? Wie heb je daar? Studio? Kijk. Jongens? Ja, we horen je zeker. Jordi, leg het even uit. 2008? Ja. Het gaat? Ja. Ja, je kan praten. Kun je nog één keer uitleggen voor Evert, jongen? Ja, ik kan het zeker uitleggen. Ik zal het zelf doen. Goedenavond, meneer ten Napel. We hadden het hier in de studio even over 2008. Zei iemand meneer ten Napel, hoor ik zeg. Ja, dat zei ik. Dan loop ik gelijk boos mee. Oké. Nou, even het verteld. 2008. Dat kan je nog wel herinneren, denk ik. Turkije, Tsjechië. Ja. Ja, en nu? Ja. Gaat dat door? Ja, ja, de mensen hier binnen zouden het heel leuk vinden. Of tenminste, als u nog een keer niet hard kan uitspreken. Dan gaat bij mij komt kippenvel wel, hoor. Ja, Evert. Ja. Ga je het doen? Dat is dan de vraag. Ja, dat weet ik nog niet. Nee, dat hangt er vanaf, hè? Ja. 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 Ik kan het is ook wel raar kijken, om dat zo koud te doen. Ik hoe de keukenkampioen divisie werkt. De keukenkampioen divisie, ik kan je vertellen hoe het werkt. Ja? Om 8 uur begint het. Ja. De eerste wedstrijd. En die duurt 2 keer 45 minuten. Ja. En aan het eind, om 10 voor 10, vertel ik wie er gewonnen heeft. Of kijk. Er wordt gelijk gespeeld. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, ja. Jongens, ik zal het nog even uitleggen, want het is allemaal even warm. We worden geen niet-had in ieder geval. Dat is één ding dat duidelijk is. Niet geweest. Ik ga nog even een poging doen zo. Okay. Nee, het werkt dus zo, de keukenkampioen op het open net van Fox. Ja. Daar is het schakelkanaal met Hans, zoals jullie dat gewend zijn. Hans-Jans. Dat is ook op Fox Sport 7. Dat is een internetkanaal. Maar dan kan je natuurlijk ook Chromecasten naar je tv en zo. Okay. En we hebben tegenwoordig 2 keukenkampioen divisie wedstrijden live. Dus je kan op Fox Sports 2 naar Twente Sparta kijken en op 3 naar Roda Ajax, Jong Ajax. Lekker zeg. Milan, dankjewel voor de verduidelijking. Groeten aan meneer ten Napel en succes daar, jongen. Ja, kijk, die schept nu even een... Oh, die zit lekker te eten. Prima. Deksels Evert. Ja, Deksels Evert ten Napel. Deksels Evert, ja. Veel plezier, jongen. Yo. Hoi. Yo, oké. Dus die 2 en 3 komen dus niet live. Jij bent dus maandag gewoon op het open net te zien. Ja. Als dat op 1 komt. Ja. Nee, dat is gewoon op Fox. Dit gewoon was wel op het open net. Dus niet voor Fox Sports. Ja, ja. Dat is Fox Sports 1. Nee. Kijk. Oh, sorry. Je hebt dus, dat is met die oranje letters Fox. Ja, Fox. Gewoon wat voor mij 7, 8 miljoen mensen in Nederland hebben. Geen geintje. Maar daar kan jij dus zien. Dit was voor mij wel zo'n momentje van never meet your heroes. Maar mensen kunnen natuurlijk ook gewoon even naar Wormerveer gaan. Niet had? Ja, dat kan ik zeggen. Ja. Herinner je die wedstrijd? Ja.
Nee, goed. We moeten nog even kijken. Premier League. We moeten sowieso nog even, denk ik, de voetbalpool gaan doen. We hebben nog even een paar minuutjes. Even kijken. Wat? Heeft iedereen hem al ingevuld of niet? Ja, zeker. Op mijn app. Op je app? Ja, de FCF Kick app. Hebben jullie die nog niet? Hebben iemand aan de lijn? Oh, we gaan eerst door naar Heerenveen. Zo makkelijk is het ook. Ben Rienstra, hele goede middag. Goedemiddag. Gefeliciteerd allereerst, hè? Ja, dankjewel. Ja, uiteindelijk is het Heerenveen geworden. Je hebt een tijdje gewacht om de keuze te maken naar welk club je zou gaan. Er was ook interesse van buitenlandse clubs. Waarom heb je uiteindelijk voor Heerenveen gekozen? Nou, omdat het buitenland waar ik graag heen wilde niet rondkwam. Want waar wilde je graag heen in het buitenland? Nou, naar de mooie landen natuurlijk, zoals iedereen denk ik. En er was ook wel wat interesse uit, alleen zoals ik al zei, je hebt drie partijen nodig waar het rond mee komt. Ja, want wat zijn dat dan mooie voetballanden of zijn het gewoon mooie landen om te wonen? Lekker weer en zo? Ja, beide. Okay. Maar moeten wij nu gaan gokken of heb je ook landen die op het lijst staan van Ben Rienstra als mooie voetballanden? Ja, Spanje, Italië natuurlijk, dat soort, Soort dus we moeten niet denken aan Australië of de VS en dat soort dingen? Nee, dat is wel langsgekomen, maar daar stond mijn vrouw nog niet echt achter op dit moment. Okay. Is het ook nog ooit een optie voor jou geweest om gewoon weer voor je kans te gaan bij AZ? Nee, eigenlijk niet. Nee, want dat wilde de club niet of jij was ook wel toe aan iets anders? Nou, dat was sowieso al besproken voor ik verhuurd werd. Dus eigenlijk hebben we daar ook niet meer op teruggekomen. Nee. Oké, en dan nu in Heerenveen. Waar moet je eigenlijk op gaan richten dit jaar? Welke positie? 6, 8 of 10. 6, 8 of 10. Ze hebben je voor meerdere posities gehad? Ja, in principe denk ik op 8 of op 10. Maar goed, ik kan ook op 6 spelen. Ja. Heerenveen is in ieder geval goed de competitie begonnen. De komend weekend 16:45 op zondag tegen Vitesse. Als je nu, hoeveel keer heb je meegetraind? Het is een beetje een kort dag natuurlijk. 2 of 3 keer, ja, denk ik? Ja, anderhalf keer. Anderhalf keer. Kan je spelen zondag allereerst? Ja. Ik ben wel speelgerechtigd, maar ik denk dat ik nog niet begin. Nee, nog niet begin. Want hoe zit het dan met wedstrijdfitheid? Ja, ik heb 2 oefenwedstrijdjes bij Jong AZ meegespeeld. En dat was eigenlijk wel, wel getraind natuurlijk, maar... Ja, maar wat dat is voor elke speler voor mij anders. Die moet voor zichzelf bepalen wanneer je nou echt wedstrijdfit bent. Hoe voelt dat nu voor jou? Ja, ik ben wel fit. Alleen wat je terecht zegt, als je de hele voorbereiding veel wedstrijden speelt, dan ben je pas echt wedstrijdfit natuurlijk. Ja, oké. Heel goed. Maar ik kan er wel staan. Nou, dat is mooi. Vitesse natuurlijk uitschakelt nu in Europa. Wat voor een wedstrijd kunnen we zondag verwachten volgens jou? Ja, ik denk dat Vitesse toch wel een goede ploeg is. Zeker in de Nederlandse competitie. Ja. Dus veel kwaliteit, vooral voorin, vind ik. Okay. En hoe kijk je naar de clubs waar je de afgelopen jaren hebt gespeeld? Nog met speciale interesse naar AZ en Willem II? Of is dat allebei voor jou een gesloten boek? Nee, zeker. En ik ben natuurlijk ook net terug van Willem II en een geweldige tijd gehad. Dus daar kijk je zeker met interesse naar vanavond. Ja, want dat is wel op zich wel interessant als we nog even kijken naar Willem II, wie zij de afgelopen dagen hebben gehaald. Toch? Ja, zeker. Goede spelers. Nou, hartstikke mooi, Ben. Dank je wel in ieder geval voor je tijd. Heel veel succes komende zondag als je je debuut wellicht al maakt in Heerenveen. En we spreken je snel, jongen. Ja, is goed. Dank je wel. Oké. Veel plezier. Goed dan. Oké. Ja, zondag de laatste wedstrijd van de speelronde. Heerenveen-Vitesse. Wat voor een wedstrijd gaan we daar zien, Pieter? Heerenveen-Vitesse. Ja, ik denk dat het wel een leuke wedstrijd gaat worden om naar te kijken. Ik denk dat beide ploegen die willen graag voetballen. Vitesse zit echt heel veel doelpunten in die ploeg. Er zitten een heleboel goede aanvallers. Dus ik verwacht in ieder geval dat het... leuk gaat worden om naar te kijken. Hm? En voor Heerenveen is natuurlijk een voordeel dat Vitesse donderdag nog gespeeld heeft. Ja, maar dit is als we naar Toto kijken wat Nederland inzet. Die denken, leuk dat Vitesse donderdag nog gespeeld heeft, maar dat boeit niet echt. Want die gaan er winnen. Wat denk jij? Ja, ik denk ook wel dat Vitesse deze gaat winnen. Omdat, wat ik zeg, er zit heel veel kwaliteit in die ploeg. En helemaal als ze straks ook nog Eudekaart erbij krijgen. Ja. Dan denk ik dat het best een interessante ploeg kan zijn om dit seizoen te gaan volgen. Waarom? Nee, dat is nog niet rond, toch? Eudekaart? Nee, maar Slutski heeft wel gezegd van, ik wil hem heel graag hebben. En het is mijn intentie dat hij gaat komen. Ja. Dus
Ja, het schijnt dichtbij te zijn. Ja, Lopetegui, die had voor mij allemaal geblesseerde en dat soort dingen. En desondanks mocht Ødegaard ook niet mee naar de Supercup, toch? Dat was het hele verhaal. Als enige bijna buiten de boot. Hij mocht zelfs een kaartje op de tribune, want ze hadden allemaal keurig uitgesteld op de tribune. Ja. Pieter, denk jij dat Vitesse derde kan worden? Of Vitesse derde kan worden? Ja. Nou, ik denk wel dat Feyenoord veel meer kwaliteit heeft. Die spelen nu geen Europees. Dus in principe wordt Feyenoord derde. Maar ja, ik denk wel dat ze dicht bij Feyenoord in de buurt kunnen komen met AZ ook erbij. Ik denk wel dat ze hoog kunnen gaan eindigen, Vitesse. Jij zat net te vertellen, je hebt Ødegaard gesproken in Miami en toen gaf hij het al aan. Het zei hij dat hij sowieso weg zou gaan bij Madrid. Al dan niet op huurbasis, maar ook dat hij waarschijnlijk naar Nederland komt. Waarom? Omdat hij vond het wel fijn hier, manier van voetballen. Oké. Okay. Nou, toch nooit onomstreden geweest bij Heerenveen, toch? Nee, dat bedoel ik. Dus daarom ook. Reden wel, maar nooit erbovenuit zijn. Bijzonder dat hij zelf zeg maar, een fijne tijd heeft gehad. Want je komt natuurlijk als megatalent. Ze hebben iedereen gebruikt om hem ooit naar Real Madrid te halen. Dan mocht hij even, een uurtje praten met Cristiano Ronaldo. Dat was een eis en dat soort dingen. En dus er zat tijd en energie in. Nou, als Real Madrid tijd en energie in stopt, dan kan je wel wat. Ja. Nou, ja. Als je met dat stempel binnenkomt bij Heerenveen en eigenlijk moet je goed nadenken of je één of twee acties kan hem voor de geest halen dat je dacht, die kan voetballen. PSV uit. Ja, dat is niet goed. Ja. Niks gezien. Nou ja, dat bedoel ik. En dan als je dan voor jezelf zoiets hebt van, ik ga terug naar Nederland, want ik heb een toptijd gehad. Ja, nou, waarschijnlijk is het hartstikke gezellig in Friesland. Geef wel iets aan over de club Heerenveen misschien. Over hoe die hoe leuk het is daar. Nee, misschien hoe de jongen dan toch benieuwd is, zeg maar. Niet zonder de grote media of weet ik veel, daar onder druk. Nou, komt hij nu aan het Hollywood aan de Rijn. Ja. Dat zal even tegenvallen. Ja. Goed, Fef heeft hem al ingevuld. De FC Afkikken voetbalpool. Laten we nog even wat vraagjes doornemen. Misschien nog wat advies geven als je hem nog niet hebt ingevuld. Willem, begin ik bij jou. Voor de mensen thuis. Hans Hatenboer, Martin de Roon tegen Rai Vloed. Atalanta wint het makkelijk. We zijn maar 5 punten. Oké, dat is goed. En er is heel veel gegaan vandaag over Cristiano Ronaldo. Roelie, hoeveel gaat hij er maken in zijn debuut? Bij Chievo uit. Hij gaat niet scoren. Chievo. Nee? Ik heb Chievo uit zoals gezien. Stenen bak. Maar weinig fans, morgen wel uitverkocht. Je moet even samen op de mic van Willem. Okay. Dus, dan kan je nog een keer. Hoe vaak gaat Cristiano Ik denk dat Ronaldo niet gaat scoren. Hij gaat heel veel scoren dit seizoen, maar ik weet niet of het bij Chievo al gelijk gaat doen. Okay. Ja, Chievo, ja. 4. 4? Ja, ik denk het ook 4. Dan gaat het toch eens 50, toch? Ja. Goed, dan hoeft hij nog maar 36. Dat bedoel ik. Het schiet dan al lekker op. Nee, maar Chievo uit is inderdaad enorm sfeerloos. Ja. Maar het is ook wel een redelijke bejaardenbak. Maar dan gaan ze niet met 6-0 winnen. Denk Willem, hoeveel Nederlanders komen dit weekend in actie in de Serie A? 6 tot 9, denk ik. Wie? Zo, ja, moet ik zeggen. Ah, daar ga je dan. Sick vraag. Is de Vrij wat je of niet? Nee, de Vrij niet dus. Ja, Skriniar speelt niet voor mij. Oh ja, de Vrij wel. Kluivert. Kluivert spelen dan? Die gaat wel morgen al een paar, tenminste, of gaat invallen. Spelen, een kwartiertje maken. Gaat de Kroes spelen? Niet in de basis. Zeg je? Gaat de Kroes spelen? Wie? Bij Parma. Dus het die jongen toch? Alassio de Kroes. Ja, maar dat denk ik ook niet. Nou, laten we zeggen... 6-9 of 5? Doe maar 5. Doe maar 5, heel goed. Courtois? Als Hatenboer, de Roon, Dijks, gaat Courtois de nul houden bij zijn rentree in La Liga? Hij is Dijks geen basis spelen. Nee? Nee, ik denk dat Kelona wel skipt. Oh. Dus ik denk dat Courtois... Wat gebeurt er dan met de puntentelling? Ja, dat is een... Dat telt als nee. Maar dan houdt hij toch wel de nul? Nee, want het is niet zijn terugkeer. Nee, het is niet zijn... Dan moet gewoon die vraag geschrapt worden. Okay. Goed, Sheriff gaat die minuten maken. Ja. Dat is maandag toch, dat Valencia speelt? Ja, maandag, oké. Okay. En hieronder, kijk. Het vijftal, Messi, Dembélé, Suarez, Malcolm, Coutinho. Hoeveel goals maakt dit vijftal tegen Alaves, Pieter Zwart? Ja, altijd 3 of minder in dit geval, denk ik. Heel goed. Nou, heel goed. Dan zijn we er bijna doorheen. Dan zijn we nog meer vragen? Ja, oké, okay, dit waren de vragen. Ja, je hebt nog heel even om hem in te vullen. Doe dat. En dan maak je kans om weekwinnaar te worden. Vorige week... ja, ik weet niet. Wie was de weekwinnaar? Oh, dat was, jij hebt hem nog gecheckt. Nee, je hebt hem niet gecheckt. Jij ging hem in de uitzending appen. Ja, maar op beeld zeg je dan, ja, tuurlijk Niel, ik ga hem appen. Maar dat doe je, ja, maar dat doe je toch niet echt. Maar je hebt hem dus helemaal niet meer gesproken. Nee, ik heb Peter niet gesproken. Oh, oké, het was gewoon eenmalige nu is klaar. Ik kom er dinsdag op terug. Oké, ik kom dinsdag op terug. Goed, het is net als 6. Het zit erop. Afif, dankjewel. Jullie bedankt. Lars? Ja, nog 2 uurtjes mensen. Nog 2 uurtjes. Dan kunnen ze nog even de podcast luisteren. Even wachten. Nog even de podcast. Ja, kun je nog 2 keer de podcast luisteren. En dan kunnen we lekker gaan zitten voor de keukenkampioen divisie. Gijs en Thomas, dankjewel jongens. Oh, ik ben alweer weg. Dankjewel natuurlijk.
Willem, Roelie, dankjewel. Leuk dat jullie er weer waren. Tim, jij bent er morgen weer met je eigen show, of niet? Eigen show, ja. Tim nee. Show. Oh, kijk, we hebben hem gevonden. Your Game Face, nou, die had hij dus vanmiddag die had hij dus aan. De selectie op, van Almere City speelt de komende week tafelvoetbal bij Albert Heijn. Kom langs en win een Heineken Friday Night Highlight VIP-arrangement voor Almere... MVV, 7 september. Waarom is die vrouw zo reusachtig vergeleken met jullie? Is dit Photoshop? Nee, dat is geen Photoshop. Dit is echt. Net echt. Oh, weet je wel wat de inhoud is van het Friday Night Highlight Heineken pakket? Nee, het heeft iets met de keuken te maken, maar meer weet ik niet. Mogen ze dan naast jou op en, de bank zitten? Maandag voetballen. Je mag iedereen uitlopen. Zien. En woensdag ben je hier, de gasten. FC Cupports. Gaan we weer de tweede ronde van de KNVB bekertoernooi doen. Oh ja, geen idee waar het over gaat. Maar je bent er wel. Ik ben er wel. Klasse. Peffy, dankjewel. Pieter Zwart, mooi dat je er was. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Tot de volgende keer. Jean-Paul, jij ook. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. Heel veel plezier met het fantastische voetbalweekend. Dinsdag om 3:00 zijn we weer. Graag. Tot dan.